Dames en heren, hier en de meekijkers thuis. Goedemorgen en van harte welkom bij deze vergadering van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mijn naam is Peter Quint. Ik zal deze vergadering proberen in goede banen te leiden. Dat wordt ongetwijfeld een doorslaand succes. Vandaag hebben wij het commissiedebat hoofdlijnenbrief media op de agenda staan. Daarvoor is een spreektijd per Kamerfractie van 5 minuten afgesproken. Er zijn op dit moment 5 fracties. De heer Mohandes namens de PvdA, de heer Bosma namens de PVV, mevrouw Wenner namens het CDA. De heer dat gaat niet helemaal goed. De heer Sjoerdsma namens D66. Mevrouw Westerveld namens GroenLinks en ik zal zelf uiteindelijk het woord voeren namens de SP. Ik stel voor dat wij beginnen. Ja, en dan zijn we nog maar halverwege. Kunnen er zomaar nog een paar bij komen. Ik stel voor dat wij beginnen met 2 interrupties op elkaar of 4 losse vragen. En dat wij dan gewoon maar van start gaan. Dan wil ik als eerste het woord geven aan de heer Mohandes. Voorzitter, dank u wel. Wat goed om weer in deze mediacommissie te zijn. En er ligt een hoofdlijnenbrief voor, voorzitter. En in die hoofdlijnenbrief wordt van alles geschetst over de toelatingscriteria. En dat bracht mij op het idee van... Ik moest denken aan het debat. Aan het debat dat wij in 2014 en 2015 hebben gehad over het rapport voor de raad, van de Raad voor Cultuur. De tijd staat open om naar een toekomstbestendige publieke omroep te gaan. En ik vroeg mij ook af, als ik dan naar het voorstel kijk van de staatssecretaris, om alleen maar te kijken naar toelatingscriteria. Doet dat wel recht aan alle veranderingen die op dit moment gaande zijn in het medialandschap? Als het gaat om de positie van externe buiten het bestel, als het gaat om de hele onlineisering van media en hoe jongeren gebonden zijn aan de omroep. Van representatie naar meer relatie met het publiek. Kortom, waarom deze smalle insteek, vraag ik aan de staatssecretaris. Waarom niet wat fundamenteler kijken naar hoe wij weer als Kamer, aangezet door een wat diepgaander onderzoek over wat nodig is voor een toekomstbestendige publieke omroep, om dat met elkaar te bespreken, zodat we weer richting de volgende erkenningsfase weer de nodige wetten gaan aanscherpen. Ik denk dat dat nodig is. We hebben het toen gehad over bijvoorbeeld de publieke mediaopdracht. We hebben het gehad over de positie van externe. Nou, ik wil doorgaan. Ik ga dat rapport nu niet voorlezen. Graag een reactie van de staatssecretaris. Wij zijn gisteren ook nog eens verrast door het commissariaat voor de media, die het zelf heeft over het moet anders. De NPO noemt het niet beheersbaar. Op zich een herhaling van, ook deels herhaling van het rapport van de Raad voor Cultuur. De analyse is bijna hetzelfde. De oplossingen zijn wat lastiger. Maar het verplicht ons wel als Kamer om ook dat weer te bekijken met elkaar. Dus ik zou daar iedereen toe willen uitdagen om daar eens over na te denken. Is dat niet iets wat we nu kunnen doen? Een klein voorbeeldje is NL Podcasting. De NPO heeft nu plannen rondom die podcast. We zien ook dat private partijen, Telegraaf en NRC, ook enorm bezig zijn om die opmars van podcastfans groeit. Maar je ziet ook dat internationale spelers, Podimo, maar ook een Spotify, ook enorm die markt aan het bestieren zijn hier in Nederland. En dat vraagt soms ook om publiek-private samenwerking, geldstromen die gaan mengen. Dat betekent ook onorthodox durven denken. Ook dit voorbeeld in het licht van mijn vorige opmerking, voorzitter. Kom ik op het punt van de ombudsman. We hebben een Kamermotie aangenomen, breed, in ieder geval vrij breed, 2015, om de NPO-ombudsman wettelijk te positioneren. Nou, op een gegeven moment komt de ombudsman ook als wettelijk gepositioneerd orgaan met toch wel duidelijke conclusies over een omroep die zich niet gedraagt. De voorganger van de staatssecretaris, de minister, heeft destijds bij de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland duidelijke spelregels meegegeven en ook duidelijk aangegeven van wat het kabinet kan als een omroep zich niet gedraagt. En die brief uit 2021, ik zou willen dat de staatssecretaris daar reflecteert van komt deze aspirantomroep de afspraken na? We hebben in de wet geregeld dat bij 2 gele kaarten van zowel de NPO of het commissariaat het een rode kaart kan zijn, is de staatssecretaris bereid om die rode kaart te trekken als er een 2e gele kaart zou zijn? Hoe voorkomen we dat een 2e, 3e, 4e, 5e gele kaart dat het dan is? Omroepen kunnen erin,
wat de Partij van de Arbeid betreft, kunnen omroepen er ook weer uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe de staatssecretaris hierop reflecteert. Laat artikel bijvoorbeeld 233, 288 lid 5 geen dode letter zijn. We hebben niet voor niets een NPO-ombudsman. En als daar niet op opgetreden, ja, wat stelt dat dan voor? En we moeten er heel zuinig mee omgaan, maar het staat er niet voor niets. Ja, ik kom richting mijn laatste, mijn derde punt, lokale media. Er staat in de brief een, ja, ik noem maar even 6,5 miljoen aan professionalisering. Wat wij misten is welke effecten de minister zelf ziet in aanloop naar het nieuwe stelsel. Want het lijkt een beetje een soort van hagelslagaanpak, alles een beetje doen. Terwijl de aanpak of de transitie naar streekomroepen, die is nu in gang gezet. We moeten toch ergens wel een duidelijke stip zetten van wat willen we dan met die lokale omroepen? Op welk niveau moet het komen? En hoe zorgen we ervoor dat pilots die succesvol zijn, die bijvoorbeeld de samenwerking lokaal-regionaal, die in 2023 eindigen, ook worden gecontinueerd? Die 80 streekomroepen, die is al ook meerdere keren genoemd. Ik zou echt wat meer willen weten van hoe die investeringen in die lokale omroep, die extra gelden, ook leiden tot een concreet resultaat. Tot slot, de financiering persveilig. Simpele vraag, 2024 schijnt deze te eindigen. Hoe gaan we dit continueren? Voor nu einde, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mohandes. Voordat ik de heer Bosma het woord geef, verwelkom ik ook de heren Van Baarle en Van Strien, die straks het woord zullen voeren namens DENK en de VVD. Dan ze hebben de kijkers thuis hun spoorboekje weer op orde. En geef ik nu het woord, nu we het toch over de bingo-kaart hebben, aan de heer Bosma, die zal spreken namens de PVV. Voorzitter, we praten vandaag over luchtspiegelingen, over Fata Morgana's. De media, de hoofdlijnenbrief die we mochten ontvangen, is gebaseerd op de mediawet. Maar de mediawet is inmiddels gebakken lucht. Neem de cruciale vraag wat de NPO nou eigenlijk is. Als je kijkt in de statuten van de NPO of in de mediawet, dan zie je dat de NPO zich moet bezighouden met coördinatie, et cetera. De realiteit is totaal anders. In werkelijkheid regeert er één man in Hilversum. Alles gaat door zijn handen. Er is de pitchmodule, dat is de hoge hoed bij de NPO waar programma-ideeën gelanceerd kunnen worden. Tegenwoordig kunnen daar ook producenten op inschrijven, vreemd. En als je in de prijzen valt, dan regelt hij er een omroep bij. Als een omroep zelf een leuk idee heeft, bijvoorbeeld een dagelijks Zwarte Pietenjournaal, dan is hij het die nee zegt. Hij bedenkt soms programma's. Voorbeeld, hij wil een tv-programma dat allochtonen in een positief licht zet. Hij regelt vervolgens een producent, het bedrijf dat het gaat fabriceren dus, in dit geval het bedrijf van de wederhelft van D66 minister Ollongren, dat zo dus tonnen of miljoenen winst in de schoot geworpen krijgt. Samen stappen ze af op een presentator en vervolgens wordt even een omroep geregeld. Dat wordt dan het televisieprogramma Dit is M. Nee, zegt hij, Sven Kokkelmans gaat niet op één presenteren. Ja, zegt hij, die schimmige deals in zaken de productiebedrijven zijn prima. Bij de VARA gebeurde niks anders. Hij gaat uit eten met presentatietalent. Hij reist naar buitenlandse mediabeurzen, waar de grote internationale producenten zijn ringkussen. Hij heeft een budget van een 500 miljoen euro per jaar. Het is de directeur video van de NPO, Frans Klein. Hij denkt dat hij God is en op het Mediapark is hij dat ook. Hij beslist over het leven en dood van bedrijven. Hij beslist over carrières. Hij beslist wie er op de buis komt en wie roemloos verdwijnt achter de rhododendrons. We zien ook dat de goede man nog een vreemde bijklus heeft in de sfeer van een Thais restaurant in Amsterdam-Oost, wat niet fris ruikt. En daar worden wel de NPO en VARA-feestjes gehouden. De declaraties gaan weer naar de NPO. Nog een leugen, voorzitter. Wij bemoeien ons niet met de inhoud van programma's, zegt NPO-voorzitter mevrouw Rijksman jarenlang. Wat een fata morgana. Mevrouw Rijksman adviseert niet alleen haar partijleider mevrouw Kaag tijdens notabene de verkiezingscampagne, maar spreekt ook de presentator van Nieuwsuur, mevrouw Tweebekke, aan op haar kritische vragen aan mevrouw Kraag. Let wel, een onderscheidingen winnend journalistiek programma wordt gecorrigeerd door een D66-activist die ook over hun financiering gaat. Dat doet Berlusconi een stuk netter. Zie ook de Kaag-documentaire waar de campagneleider van D66, de heer Sjoerdsma, fijn dat hij er vandaag is, de journalistieke waardigheid van de NPO mag verkrachten. Eindelijk, voorzitter, het rapport van het commissariaat van gisteren. Eindelijk wordt weer eens de schijnwerper gezet op de almacht van de NPO. Het
commissariaat stelt zelfs dat het strijdig is of schuurt met artikel 7 van de grondwet, het censuurverbod. Doe maar. Eigenlijk zegt het commissariaat, de NPO pleegt censuur. De NPO begint steeds meer te rieken naar netwerkcorruptie. De mediawet is totale gebakken lucht. Er bestaan geen checks, er bestaan geen balances. Er is geen fatsoenlijke aansturing. Er is geen governance. Het is volledig op hol geslagen. Het bestaat voornamelijk uit façades. Bijvoorbeeld de omroepvereniging. Hoe lang hebben we hier niet over vergaderd? Hoeveel leden ze moesten hebben? Voor welke status? Etcetera. Ze spelen geen enkele rol meer. Er is wel Frans Klein, de zonnekoning van het Mediapark. En er is de voormalig bestuursvoorzitter van de NPO, waar we morgen nog over gaan praten, die dikke mikkes met de ambtenaren die haar moeten controleren. Voorzitter, de NPO is een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Daar heeft de overheid er 200 van, zoals de Belastingdienst of het UWV. Stuur die fatsoenlijk aan. De belastingbetaler moet deze kliek nu gedwongen financieren. De belastingbetaler heeft niet de mogelijkheid om te zeggen, ik wil er niets mee te maken hebben. Ik zeg mijn abonnement op. Vraag aan de staatssecretaris, deelt zij mijn mening dat de mediawet in de praktijk een wassen neus is en dat er in de praktijk niets van wordt nageleefd? En wil de staatssecretaris antwoord geven op mijn vraag, waar kan ik mijn abonnement op NPO 66 opzeggen? Ik wil er geen geld meer aan betalen, ik wil er niks mee te maken hebben. Hoe kan ik dat precies regelen? Ik wil graag mijn abonnement opzeggen. Kan ik dat vandaag nog regelen? Dank u wel, voorzitter. Er zijn twee vragen. Ten eerste van de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, we praten vandaag over de hoofdlijnenbrief media. Ik zal maar even niet ingaan op de tirade van de heer Bosman zelf. Maar waarom heeft de heer Bosman het niet over bijvoorbeeld de veiligheid van journalisten? Over het feit dat journalisten in Nederland steeds moeizamer hun werk kunnen doen. Dat de bedreigingen, de intimidatie toenemen. Dat de NOS het logo moet verwijderen. Dat journalisten bepaalde demonstraties niet meer durven te bezoeken. En waarom reflecteert de heer Bosma daar niet op? En waarom reflecteert hij ook niet op wat er misschien zou moeten gebeuren? Wat er zou kunnen gebeuren? Waar partijen in dit parlement de verantwoordelijkheid ook voor hebben om ervoor te zorgen dat deze mensen hun werk in veiligheid kunnen doen. Gewoon maar één van de thema's die de heer Bosma totaal niet aanraakt, maar waarvan ik toch graag zou willen dat de PVV zich uitspreekt voor die persveiligheid en voor het recht van die mensen om hun werk te doen. De heer Bosma. Ja, voorzitter, ik heb slechts 5 minuten spreektijd. Ik zou heel veel andere onderwerpen willen aanroeren. Bijvoorbeeld de verwevenheid van D66 met de staatsomroep. De manier waarop heel veel schandalen van D66 onder de pet blijven bij de NPO. De manier waarop, ik noem maar wat, meneer Remkes werd weggezet als een drankorgel. Ja, dat gebeurt door D66'ers, maar de NPO meldt dat nauwelijks. Ik wacht ook nog steeds op een fatsoenlijke berichtgeving door de NPO over de flat in Scheveningen van meneer Pechtold. Dus weigeren ze allemaal. Maar u ging antwoord geven op de vraag van de heer Sjoerdsma. En de antwoord luidt, ja, ik heb daar geen tijd voor. Ik wilde wel iets zeggen. Ik las ook inderdaad dat in Kanaleneiland weer, dat is een allochtone wijk in Utrecht, voor de zoveelste keer journalisten zijn lastiggevallen. Mensen zelfs in elkaar geslagen zijn. Dat betreur ik ten zeerste. En ik hoop dat het zo weinig mogelijk gebeurt. Ik heb heel vaak zelf met camera's op straathoeken gestaan. Ik heb ook moeten rennen voor mijn leven. Dat was in het buitenland. Maar toch, ik weet hoe vervelend dat is en daar ben ik fel op tegen uiteraard. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, ik snap dat het voor de heer Bosma heel moeilijk is om het bij het onderwerp te houden, om het bij de pers te houden. En dat heeft misschien te maken met het feit dat bijvoorbeeld zijn partijleider zegt dat de meeste journalisten de tuig van de richel zijn. Dat een organisatie als Free Press Unlimited constateert dat uitspraken, zoals onder andere de uitspraak die ik net noemde, leidt tot een klimaat waarin er meer bedreiging, meer intimidatie en mogelijkerwijs ook meer geweld is tegen journalisten. Dus ik zou de heer Bosma willen vragen te reageren op deze vraag. Ik weet dat het moeilijk voor hem is, maar wellicht dat hij zich daar toch tot kan beperken. Of hij afstand wil nemen van die uitspraak van zijn partijleider. Of hij wil zeggen, nee, wij moeten voor journalisten staan. Nee, de onafhankelijke pers is een dierbaar goed. Nee, het is een belangrijke beschermer van de rechtsstaat. Ook de PVV staat daarvoor. Of hij dat gewoon onomwonden zou kunnen zeggen.
Samsier. De heer Bosma. Ja, voorzitter. Als de heer Sjoerdma citeert, moet hij het goed doen. Want zoals de woorden die hij net gebruikte zijn niet als zodanig gebezigd. Maar ja, ik moet me tot het onderwerp beperken. Maar sorry hoor, meneer Sjoerdma, u heeft zelf als campagneleider van D66... de hele Kaag-documentaire tot achter de komma zitten regelen. Dus als er nou iemand is hier vandaag die de journalistieke waardigheid van de NPO verkracht, dan bent u het. U heeft gewoon... U wilde niet dat die veiligheidsgordels in beeld kwamen. U wilt niet dat die champagneglazen in Niger in beeld kwamen. U heeft meegesproken over het uitzendtijdstip van die documentaire. Dat is de verkrachting door de politiek van de NPO. En dat is het verkrachten van de journalistieke waardigheid in Nederland. En daar bent u verantwoordelijk voor. Ja, voorzitter. Ik verwacht ook van u dat u wel ervoor zorgt dat ook een antwoord komt op de gestelde vraag. Ik zal even kort reageren op wat... Wacht even. Want u kunt niet tegelijkertijd en dingen van mij verwachten en dan vervolgens doorpraten. Dat is ingewikkeld. U gaat over uw vragen, de heer Bosma gaat over zijn antwoorden. Ik constateer dat die inderdaad vrij ver aflagen van hetgeen wat u vroeg. Dat is aan hem. En als u dat niet zint, dan moet u een vervolgvraag stellen. Ja, voorzitter, misschien ook even heel kort op wat de heer Bosma zegt. Want hij blijft dat herhalen. En ik denk dat het goed is om daar even kort bij stil te staan. Ook gewoon bij de feiten. Dat zijn dingen die voor de heer Bosma vaak relatief en bespreekbaar zijn. Ja, maar dit kan in uw eigen termijn, meneer Sjoerdma. Ja, als u kort wilt reageren, dan geef ik u daar de gelegenheid toe. Dat kost u ook geen interruptie. U werd direct aangesproken. Dat is geen punt, maar dan wel uitmondend in een korte vraag. Prima, dan doe ik dat. Ook omdat datgene wat de heer Bosma hier neerlegt is ontkracht door onderzoek van de NPO zelf, van de VPRO zelf en van de ombudsman zelf. Dus heel kort, daar zijn geen journalistieke codes geschonden. Er zijn geen afspraken geschonden, daar heeft de pers gewoon vrij en veilig zijn werk kunnen doen binnen de afspraken die zijn gemaakt over die documentaire. Dan alsnog mijn vraag, meneer de voorzitter, en dank voor de coulance. Of de heer Bosma hier vandaag gewoon wil zeggen dat journalisten vrij en veilig hun werk kunnen doen, dat hij daarachter staat, dat ze belangrijk zijn voor de rechtsstaat en dat ook de PVV daarvoor zal staan. Dank u wel, de heer Bosma, afrondend, en dan gaan we naar de heer Mohandis. Ja, dat laatste zeker, voorzitter. En ik ben blij dat hij nu niet de woorden verkracht van mijn fractieleider. Dat siert hem. Het is leuk als hij zich af en toe aan de feiten houdt. Maar het staat er gewoon duidelijk, hè? Onafhankelijke VPRO-documentaire over Kaag blijkt niet onafhankelijk. De campagneleider van D66 heeft gewoon tot in detail zitten onderhandelen. En hij heeft zo de journalistieke waardigheid van de NPO zitten verkrachten over champagneglazen in Niger. Zo gaat het in details. En dat is de journalistieke waardigheid waar we voor moeten opkomen vandaag. Helemaal anders. Ja, voorzitter, ik zou een ander punt willen aansnijden wat ik zelf inbracht als het gaat om de NPO-ombudsman aan de heer Bosma. We hebben een instituut. Het rapport is ook een duidelijk signaal aan alle omroepen. We hebben over dat instituut NPO-ombudsman hebben we gedebatteerd in 2015 en het is ook toen aangenomen. U was er heel erg blij. U bent blij met het initiatief van de heer Elias. U bent ook benieuwd hoe het gaat werken. Zo iemand moet een zekere doorzettingsmacht hebben, aldus Bosma. Wat vindt u nu van het feit dat er een oordeel ligt over een omroep? Moeten we nu handhaven? Wat moeten we nu doen? Heer Bosma. Graag antwoord. Ja, voorzitter. Het is natuurlijk een enorm rapport van selectieve verontwaardiging. Ik bedoel, waarom wordt één omroep er nou uitgehaald? Antwoord, omdat daar klachten over gekomen zijn. Dus het is een populistische en niet een wetenschappelijke en ook niet een academische afweging. Maar wat zegt mevrouw Smit, ik citeer letterlijk, ik kan niet één geval bij één bepaalde omroep veroordelen als het publiek dezelfde dingen signaleert bij andere programma's. Kortom, schendingen van politieke codes, herstel van journalistieke codes, vinden overal plaats, zegt de ombudsman. Als de heer Mohandes zegt, laten we handhaven. Er wordt gesproken over een korting van het budget van 15%. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Laten we toegaan, meneer Mohandes. We kunnen elkaar vastvinden naar een systeem waarbij elke omroep die iets meldt dat niet waar is, meteen dezelfde dag nog gekort wordt 15% op zijn begroting. Laten we dat bij elke omroep doen en dan zullen we zien wat er van overblijft. Meneer Mohandes. Ja, het is te makkelijk. Ik vind dat de heer Bosma hier een beetje wegdraait voor mijn feitelijke vraag. U was heel enthousiast over die NPO-ombudsman. Het is een onafhankelijk instituut. En ik weet dat de PVV moeite heeft met onafhankelijke rechtspraak. Dat weten we allemaal. Maar er ligt hier iets waar u ook enthousiast over was. Juist om te voorkomen dat niet ik of u of andere Kamerleden gaan bepalen of een omroep of een programma wel of niet deugt. Er ligt nu een rapport van NPO-ombudsman. En ik kan u verzekeren, als het ging over de BNNVARA, was het wat mij betreft net zo hard. Als je twee gele kaarten krijgt, kan dat ook een keer rood zijn en dan moet je eruit. U bent
voor zo'n NPO-ombudsman geweest. U heeft ervoor gestemd. U was er zelfs enthousiast over. Mijn vraag aan u is, hoe gaan we hiermee om? En niet alleen maar laten we dan 15% korten als het even onwaar is. Want daarmee neemt u nu het instituut niet serieus waar u zelf voor was. Meneer Bosma. Mevrouw Smit zegt het toch zelf. Ik kan niet één geval bij één bepaalde omroep veroordelen als het publiek dezelfde dingen signaleert bij andere programma's. Dus ze zegt gewoon, en lees het rapport goed, all over the board, overal, zegt zij, zijn problemen in Hilversum. Nou ja, laten we dan, als we dan graag onafhankelijk en objectief willen zijn, laten we dan gewoon elke omroep aanpakken. Elke omroep die iets meldt dat niet waar is, meteen hup min 15%. Het NOS-journaal opent met Donald Trump, die zou in een Moskouse hotelkamer zich hebben laten onderurineren door Russische hoeren. Nou, dat is dus gewoon apenkool geweest. Maar ze openen daarmee, hup, meteen dezelfde avond, min 15%. Pak ze dan op een begroting. Dat vind ik goed. Laten we het objectief doen. En niet één omroep die toevallig even buiten de links-liberale consensus staat. Dan zijn we rond. Mevrouw Werner, spreekt namens het Christendemocratisch Appel. Dank u wel, voorzitter. We kijken met z'n allen zo'n 2,5 uur televisie per dag. En als je uitgesteld kijken meerekent, dan zijn we dagelijks 3 uur per dag aan de buis gekluisterd. We doen dat om bijvoorbeeld te ontspannen en geïnformeerd te worden. En daarom moeten er sterke landelijke, regionale en lokale omroepen zijn. Voorzitter, als eerste. Gisteren kregen we een rapport van het Commissariaat voor de Media waarin eigenlijk staat dat het huidige publieke bestel op de schop moet. Ik chargeer even. Is de staatssecretaris het met het Commissariaat eens? En wat gaat de staatssecretaris doen met het rapport? Kan ze hierop reageren? Voorzitter, de landelijke omroepen zijn door middel van hun leden geworteld in de samenleving en vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke stromingen. Een onafhankelijk adviescollege gaat een voorstel doen voor nieuwe criteria. Dit kan het CDA volledig steunen, zodat nieuwe omroepen makkelijker kunnen instromen en omroepen die niet meer aan de criteria voldoen, weer kunnen gaan. Dan krijg je een mooie beweging. Wel moeten we opletten dat ledencriterium bij uitstek een uiting is van maatschappelijke worteling. En dat de nieuwe criteria dus komen naast het aantal leden en niet in plaats van het aantal leden. Kan de staatssecretaris dit toezeggen? En voorzitter, de NPO mag zich volgens de Mediawet niet bemoeien met de inhoud van programma's, maar dat is een papieren werkelijkheid. Deze quote komt uit Follow the Money en klopt als een bus. En daarom moeten we helder krijgen wat de verantwoordelijkheden zijn van de NPO en wat van de omroepverenigingen. Met als doel de omroepverenigingen in staat te stellen verschillende maatschappelijke stromingen te vertegenwoordigen en uiting te geven aan pluriformiteit. Ik hoor graag of de staatssecretaris deze signalen herkent en wat zij hieraan gaat doen. Voorzitter, meteen ook maar een voorstel. Online wordt steeds belangrijker voor omroepen. En helemaal omdat ze verenigingen zijn en zo mensen aan zich binden. Wat is nu het gekke? Omroepverenigingen, die eigenlijk maatschappelijke mediaorganisaties zijn, mogen niet zelf beslissen of ze hun eigen middelen, die ze dus via de leden krijgen, besteden aan online binding. Dat is toch eigenlijk wel gek? Vindt de staatssecretaris ook niet dat omroepverenigingen binnen de kaders van de publieke omroep moeten kunnen beslissen hoe zij deze eigen middelen besteden? Graag een reactie. En voorzitter, dan het regioblok op NPO 2. Een samenwerking met de NOS en Omroep Max. Volgens de visiebrief zou er voor het mediablok jaarlijks 15 miljoen euro beschikbaar zijn. De NOS krijgt 1 miljoen extra voor Journaal Regio en de regionale omroepen gezamenlijk 390.000 euro voor Expeditie Nederland. Er wordt dus nog geen 1,5 miljoen besteed aan dit blok. Waar is het overige geld gebleven? Waar gaat dat naartoe? En hoe kunnen we het regioblok doorontwikkelen? Bijvoorbeeld een ander tijdstip of zender of de regie bij de regionale omroepen zelf. Welke plannen heeft de staatssecretaris? Graag een reactie. En voorzitter, de regionale omroepen zijn slecht vindbaar. Al zeppend kom je eerder WDR of Rai Uno tegen. Het regioverhaal hoort op een vast kanaal. Vindbaarheid is van algemeen belang. Dat bevestigt ook het rapport Prominentie in beeld van Dialogic. De meeste pakketaanbieders zijn niet bereid werkbare afspraken te maken over kanaalnummers. Is de staatssecretaris bereid hiervoor een wetswijziging te overwegen, zodat we de regio voortaan zien op bijvoorbeeld nummer 10? En voorzitter, het is voor de lokale journalistiek en informatievoorziening belangrijk dat de drie lagen van het bestel met elkaar samenwerken. Inmiddels wisselen de NOS, regionale en lokale omroepen contentjournalisten en faciliteiten uit. De staatssecretaris blijft de samenwerking stimuleren, staat in haar brief. En dit is ook hard nodig om te voorkomen dat de regionale en lokale journalistiek verschaalt en bijvoorbeeld de lokale democratie niet gecontroleerd kan worden. Welke rol ziet de staatssecretaris bijvoorbeeld voor de pilots Witte Vlekkenplan, versterking journalistiek? Is zij bereid deze na 2023
dan ook echt te verduurzamen. Daar gaat het hier om. En voorzitter, NPO-programma's moeten toegankelijk zijn. Voor mensen met een visuele beperking is audiodescriptie hard nodig. Nu is gemiddeld slechts een half uur van het totale televisieaanbod van de publieke omroep voorzien van audiodescriptie. Hiermee sluiten we ruim 300.000 mensen uit. De mediawet bevat wel normen voor ondertiteling, maar normen voor audiodescriptie die ontbreken. In de hoofdlijnenbrief geeft de staatssecretaris aan dat er een wetswijziging aankomt. Is zij bereid om in deze wetswijziging ook de normen voor audiodescriptie toe te voegen? Graag een reactie. Dank u wel. Dank u wel. Uitstekend binnen de tijd. Een lichtend voorbeeld voor ons allen. Ondertussen is ook mevrouw Van der Graaf aangeschoven namens de ChristenUnie. Wat betekent dat dit feest der democratie steeds meer het karakter van een kringverjaardag begint te krijgen. Nu we zo langzaam rondgaan. En dan geef ik het woord aan de heer Sjoerdsma. Die zal spreken namens D66. Dank, voorzitter. Eergisteren was er een rechtszaak. Mevrouw Werner, uw microfoon. Tegen een verdachte die een motorcocktail het huis van een journalist had gegooid. Dat had verschrikkelijk kunnen aflopen. Gisteren nog werden er twee mannen gearresteerd die in verband werden gebracht met de moord op Peter R. de Vries. Een dieptepunt in onze rechtsstaat. En voorzitter, we zullen het in dit debat misschien niet over alles eens zijn, maar ik hoop over één ding wel. Dat wij, zeker in deze tijden, onze vrije media en journalisten moeten koesteren. Dat onafhankelijke en betrouwbare journalistiek en media de basis zijn van onze maatschappij, van onze rechtsstaat. En het is terecht daarom dat het kabinet fors investeert in die belangrijke taak. Tegelijkertijd staat de journalistiek, zoals ik al zei, zeer onder druk. Journalisten wordt het werk onmogelijk gemaakt. Intimidatie, bedreiging, geweld. En we komen daar nog over te spreken bij een aankomend debat over veiligheid. Maar ik wilde er nu alvast één onderwerp uitlichten. En dat is een project dat hoop geeft. Het project Persveilig, het initiatief Persveilig. Een meldpunt voor journalisten waar trainingen worden gehaald, waar aan preventie wordt gewerkt, maar waar ook wordt gewerkt aan als het een keer echt is fout gegaan. En het kabinet zegt hier, we zullen de financiering voortzetten tot 2024... en daarna bekijken of de sector het kan dragen. En ik zou de staatssecretaris willen vragen of ze het met mij eens is dat het belangrijke werk van Persveilig structureel gefinancierd zou moeten worden, ook na 2024. En dat werkgevers, OCMW en JNV daar allemaal aan bij zouden moeten dragen. Graag een reactie. Voorzitter, de publieke omroep. Ik heb daar zelf een vraag over. Nou, ik zou zeggen, gaat u gaan. Maar dat de heer Mohandes zal erop toezien, maar ik denk dat wij dat wel in goede banen kunnen leiden. Vindt u eigenlijk niet dat, wanneer het specifiek gaat om media, journalistiek, dat de veilige werkomgeving meer is dan iets tussen werkgevers en werknemers, dat het eigenlijk helemaal een overheidsverantwoordelijkheid zou moeten zijn om persveilig in de lucht te houden? Meneer Sjoerdsma. Dat is een goede vraag. Kijk, ik denk zelf, als ik kijk naar de statistieken en de toenemende bedreiging, de toenemende intimidatie. Het weghalen van de logo's door de NOS, omdat ze de bestuurders van de straaljagers niet meer konden garanderen dat het goed zou komen als zij ergens live zouden filmen. Ik vind dat aangeeft dat het ongelooflijk veel moeilijker is geworden voor journalisten om hun werk te doen. Dat wij er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat ze hun werk kunnen blijven doen. En dus ook dat een initiatief als Persveilig dat relatief weinig geld kost, dat door moet kunnen gaan. Ik vind zelf eerlijk gezegd wel elegant dat die taak dan wordt gedragen door en werkgevers en door de overheid. Omdat het natuurlijk ook een taak van de werkgevers is om ervoor te zorgen dat hun werknemers zo veilig mogelijk kunnen zijn. Maar we hebben het ook over freelancers, over mensen die kwetsbaarder zijn. Vandaar ook dat de overheid hier moet bijspringen. Meneer Quint? Nou ja, dat is een van de punten is natuurlijk hoe ga je erom met de journalisten die geen directe werkgever hebben. Maar er zit wat mij betreft nog één principiëlere laag onder. Namelijk de laag of wij de persveiligheid primair benaderen vanuit de verantwoordelijkheid van de werkgever voor een veilige werkplek. Of vanuit het belang van de vrije journalistiek die zijn werk kan doen. En dat is geen harde tegenstelling, dat snap ik ook. Maar wat mij betreft, of wat mijn partij betreft, zou het dan logischer zijn om het vanuit die tweede kant te benadrukken. En dus ook als overheid die verantwoordelijkheid te nemen voor persveilig. Ik hoorde geen vraag. Nee, maar ik, misschien heel kort. Ik ben het wel zeer met de heer Quint eens. En ik vind het eigenlijk wel mooi hoe hij het beschrijft. De werkgever is verantwoordelijk voor de veilige werkvloer. En ook dat zijn of haar werknemers zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat er moet gebeuren. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het ecosysteem waarin dat gebeurt. Dat is ook, daar ben ik het zeer met de heer Quint eens. Maar even los van de vraag. Daarom vind ik het ook heel erg belangrijk dat dit initiatief dus na 2024 voort wordt gezet. In de samenstelling zoals het nu is. Duidelijk. Dan vervolgt u het toch. Dank, voorzitter. Dan misschien over de publieke omroep. Want die speelt
zeer belangrijke rol in ons medialandschap. In de tijden van fake news, toenemende mediabubbels, nieuwsfragmentatie, is dit dé plek voor pluriform, onafhankelijk en een kwalitatief mediaaanbod. En dat belang neemt eigenlijk alleen maar toe, constateren ook verschillende adviesraden. Tegelijkertijd constateert D66 een aantal problemen. Eén. Misschien voordat u overgaat naar de problemen, de heer Mohanders dan een vraag voor u. Ik wilde, ja, u heeft het, de collega Sjoerds, maar is nu bij het blokje omroepen. Ik weet niet of u, ik wilde daarop interrumperen, dus ik zat even. Daar komt nog meer. Dan stel ik voor dat wij die vraag bewaren voor het einde van het blokje omroepen van de Sjoerds. Ja, dank voorzitter. Kan ik een paar dingen daarover zeggen? Allereerst misschien dat ons omroepbestel dateert uit de tijd van de verzuiling. En ik vraag, zou de staatssecretaris willen vragen of zij dat nog van deze tijd vindt, ook als je bekijkt dat omroepverenigingen alleen al tussen 2014 en 2020... meer dan 1 miljoen leden zijn verloren. En als gevolg daarvan wij het aantal ledenaantal wat je moet hebben om aspirant omroep te worden naar beneden hebben moeten halen. Het tweede wat ik zou willen vragen is ook iets wat het Commissariaat voor de Media en het Raad voor Cultuur hebben geconstateerd, dat het bestel steeds drukker wordt, waardoor het dreigt vast te lopen. En dat komt misschien enerzijds door de criteria, de huidige criteria die niet voldoen, waardoor er geen mogelijkheid is om echt goed te toetsen. En anderzijds komt het omdat nooit een omroep het bestel verlaat. En de staatssecretaris gaat nu een onderzoek laten doen naar toelating en kwaliteitscriteria. Dat moedigen wij zeer aan. Maar ik zou ook willen vragen of zij bereid is om te onderzoeken of er een maximum aantal omroepen zou moeten zijn. En ook of die onderzoeksopdracht niet breder zou moeten zijn. Of we zouden moeten kijken bijvoorbeeld over de doelen van pluriformiteit, kwaliteit en maatschappelijke binding van de publieke omroep ook op een andere manier kunnen borgen dan zuiver en alleen binnen het omroepenstelsel zoals dat nu is. Andere mensen hebben in de meest extreme vorm daarvan wel eens het BBC-model genoemd. Maar om er maar voor te zorgen dat het denken niet stopt na de alarmerende omroepen, alarmerende signalen van de verschillende adviesraden. En tot slot, meneer de voorzitter, hierop of we een update van de staatssecretaris kunnen krijgen over hoe het staat met de halvering van de reclame op de publieke omroep en binnen welke termijn we dat kunnen verwachten. Dat was mijn deel publieke omroep voor de heer Mohanders. Kijk, dan. Ik ben heel blij dat ik even heb gewacht op de heer Sjoerdsma, want het laatste deel van zijn betoog over publieke omroepen, dat is me uit het hart gegrepen en dat sluit goed aan bij mijn hoofdpunt eerder. Als het gaat om breder kijken dan wat de staatssecretaris nu aankondigt, als het gaat om het alleen kijken naar die toetsingscriteria. De heer Sjoerdsma noemde bijvoorbeeld het maximaal aantal omroepen. Ik zou ook willen toevoegen, gewoon de hele publieke mediaopdracht. Wat staat centraal? Omroep, opdracht. Dus het wordt ook gewoon tijd en ik zou het echt mooi vinden als we elkaar daar zouden kunnen vinden. Ik ben echt daartoe bereid om samen op te trekken. Van hoe zorgen we ervoor dat we in deze kabinetsperiode, net als in 2014-15, fundamenteler kijken naar de toekomst van het bestel. De Kamer heeft dat toen ook gezegd. De heer Verhoeven, Elias, zelfs de heer Bosma moeten altijd continu het tegen het licht blijven houden, zeg maar. Een beetje zo samengevat. En het zou mooi zijn als we de staatssecretaris een bredere opdracht kunnen geven dan nu is. Volgens dat is de heer Sjoerdsma met me eens. Ja, voorzitter. 2014 en 2015 waren natuurlijk sowieso de hoogtijdagen in de parlementaire journalistiek. Het is heel goed dat de heer Mohanders weer terug is, ook in de Tweede Kamer. Dat versterkt ons allemaal. Op zijn vraag. Ik denk zelf dat als de alarmbellen afgaan, hè, bij de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media, maar ook als de NPO zelf in een reactie daarop zegt, ja, ik sla het me even heel erg plat, zo kan het niet meer, dat is eigenlijk de boodschap. Dan moet er niet een taboe op het denken staan. Dat zou ik zelf zeer onverstandig vinden. Dus ik vind datgene wat de staatssecretaris doet met de kwaliteitscriteria, met de toelatingscriteria, volgens mij is dat een heel belangrijke stap. En ja, als je kijkt naar de tijd die er staat voor dit onderzoek, zouden we dat best licht kunnen verruimen, volgens mij, door bijvoorbeeld datgene wat ik net probeerde te zeggen, die onderzoeksopdracht iets beter of iets breder in te vullen. Van, ja, je hebt de doelen pluriformiteit, je hebt kwaliteit, maatschappelijke binding. Ja, hoe kun je, op welke manier kan je dat allemaal nog meer borgen, in meer algemene zin dan hoe het nu is? Daar zou ik een voorstander van zijn. U vervolgt. Dank, voorzitter. Dan nog de lokale omroepen. Ook essentieel voor onze democratische rechtsstaat. Controleer ons lokaal bestuur, zorgen voor de binding tussen burger en overheid. Ik mocht informateur zijn in Gouda. En toen zag ik zelf al een stad van 80.000 inwoners. Echt een mooie stad, zeg ik, de heer Mohanders. Maar dat ook daar de lokale pers, ja, eigenlijk de capaciteit niet meer heeft om aanwezig te zijn bij raadsvergaderingen, om goed verslag te doen van wat er allemaal gebeurt. En de staatssecretaris die trekt daar terecht 6,5 miljoen euro voor uit, de professionalisering van de lokale omroepen. En ik zou graag haar aandacht nog willen vragen voor twee pilots die lopen, die zij ongetwijfeld beter kent dan ik zelf. De professionalisering lokale media en de pilot samenwerking NOS, NLPO en RPO. En die lopen
gaat over best wel een groot aantal FTE'n die lopen in 2023 af. En ik zou de staatssecretaris willen vragen hoe de investering die zij van plan is te gaan doen in professionalisering zich verhoudt tot deze pilot. Maar ook hoe we ervoor zorgen dat de opbrengsten van deze pilot in termen van journalistieke capaciteit niet zomaar verloren gaat. Voorzitter, tot slot over die, laten we zeggen, die drie lagen van die publieke omroep, nationaal, regionaal, lokaal. Heel goed dat we bijvoorbeeld pilots uitwisselen op redactiesystemen. En het doel is natuurlijk landelijke dekking, om ervoor te zorgen dat overal die journalistiek in de haarvatten van de maatschappij zit, overal controleert. Maar ik vraag me ook wel af of je daar, weet je, streek, regionaal, lokaal, landelijk, of dat niet wel heel veel lagen op elkaar zijn. En of je daar niet wat meer in elkaar zou moeten schuiven om ervoor te zorgen dat die omroepen nog verder gaan samenwerken en op termijn misschien zelfs integreren. Voorzitter, dat was het. Tot slot moet ik zeggen dat ik helaas moet vertrekken kortstondig om even naar een 2 minuten debat te gaan op het gebied van buitenlandse zaken. Maar niet voordat u antwoord hebt gegeven op een vraag van mevrouw Westerveld. Ja. Gelukkig maar. Voorzitter, de heer Sjoerdsma gaf ook in zijn bijdrage aan dat hij zich zorgen maakte over het aanbod, in ieder geval over de toekomst van onze mooie mediasector. Ja. En een van de risico's is natuurlijk dat we ook steeds meer aanbieders uit het buitenland hebben, of die zich vooral ook moeten bedienen van buitenlandse content. En dan hebben we hiervoor, onder andere met collega van de heer Sjoerdsma en mevrouw Belhuis, wel eens een aandacht gevraagd voor, zou er nou niet een streamingheffing moeten zijn? Dat je van internationale aanbieders een bepaald percentage vraagt. Nou, dit kabinet wil vooral een inspanningsverplichting. En ik wil de heer Sjoerdsma vragen, gezien ook de toename van dat aanbod, zouden we niet wel een stap verder moeten gaan? Meneer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, als ik dan zo onbeleefd mag zijn om een wedervraag te stellen, waar denkt mevrouw Westerveld aan? Ja. Mevrouw Westerveld, waar denkt u aan? Ja, voorzitter, ik wilde daar in mijn eigen bijdrage ook op ingaan. Ik heb me wel vaker hard gemaakt voor een streamingheffing van bijvoorbeeld 5%. En dat zouden we dan kunnen vragen van internationale aanbieders om te investeren in de Nederlandse mediasector. Vorige periode toen ook over gehad met de toenmalige bewindspersoon. En omdat natuurlijk het Nederlandse mediaaanbod flink onder druk staat, zou dat een manier kunnen zijn om juist te investeren in onze eigen makers, te investeren in eigen producties. En te voorkomen natuurlijk dat straks een heel groot deel van, het aanbod echt verdwijnt in buitenlandse zakken. Meneer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. Kijk, dat doel, dat deel ik natuurlijk sowieso. Ik zie ook hoe dat werkt. En ik zie ook hoe dat leidt tot verdringing, verdrukking, tot verschraling, tot concurrentie die niet altijd even eerlijk is. Ik zou alleen wel een instrument willen kiezen wat effectief gaat zijn, laat ik het zo zeggen. Dus mijn fractie kent hier niet echt de boost, maar ik denk dat wat mij betreft de eerste stap zou zijn, is een heffing, of is geen heffing, maar een verplichting tot investering. Op die manier dus ook ervoor te zorgen dat er inderdaad geld vloeit van die buitenlandse aanbieders naar Nederlandse producenten. Dat staat, als ik me dat goed herinner, ook in het regeerakkoord. Dus ik hoop ook dat daar snel werk van kan worden gemaakt. Want eigenlijk elke dag dat je dat niet hebt, blijft eigenlijk die oneerlijke en valse concurrentie bestaan. Dus als ik het op die manier mag vertalen, ben ik het zeer met mevrouw Westerveld eens. En hoop ik dat het kabinet daar ook snel werk van maakt. Dan de heer Bosma. Voorzitter, de heer Sjoerdsma breekt een lans voor eigenlijk een update van de mediawet. In die mediawet staan best zinnige dingen. Artikel 2.1.2. Een evenwichtig beeld van de samenleving. Voldoen aan hoge journalistieke kwaliteitseisen, dat is het papier. Maar de praktijk is dat politieke partijen gewoon rechtstreeks toegang hebben tot de NPO. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan die Kaag-documentaire, waar de heer Sjoerdsma een rol in speelde als campagneleider van D66. En de heer Sjoerdsma als campagneleider kon gewoon invloed hebben op de programmering van de NPO die wij met z'n allen betalen. De heer Sjoerdsma overlegde over beelden van een autogordel, champagne drinken in Niger. Er moesten meer elementen in gericht tegen Geert Wilders, want dat past in de campagje van D66. De heer Sjoerdsma kon zelfs meepraten over het uitzendtijdstip van die beruchte Kaag-documentaire. Vindt hij dat in een update van de mediawet die hij bepleit ook moet worden tegengegaan dat politieke partijen via hun partijvriendjes op deze manier de NPO kunnen misbruiken? Meneer Sjoerdsma, wat u vindt van de update van de mediawet? Ja, voorzitter, dat is een heel neutrale vertaling van deze valse voorstelling van zaken van de heer Bosma.
Ik denk dat de heer Bosma dat... Nou, hij had het kunnen weten als hij daar geïnteresseerd in was, maar dat is hij niet, omdat een van zijn belangrijkste bezigheden in de Tweede Kamer is om mensen te beschadigen en om partijen te beschadigen. En dat is altijd jammer. Omdat als je kijkt naar de feiten hier, en laat ik die dan gewoon even aflopen voor de heer Bosma, dan kunnen we misschien een keertje... Kunnen we misschien voor zorgen dat de heer Bosma dat niet elk debat het hierover hoeft te hebben, maar het kan hebben over de veiligheid van journalisten en de pluriformiteit van de media. Toenmalig minister Kaag had een afspraak gemaakt met de VPRO over een persoonlijke documentaire. Met een paar afspraken. Je mag alles filmen, maar aan het eind wil ik graag twee dingen terugzien. En mag ik twee dingen iets zeggen, namelijk al te persoonlijke dingen en dingen die buiten de context zijn of die disproportioneel zijn. Toen wij campagne gingen voeren, en ik was daar campagneleider, vroeg de VPRO of wij ook bereid zouden zijn, en het kost even tijd, meneer de voorzitter, maar ja, tegen zulke lasten zou ik graag wat feiten terug willen leggen. Ja, maar wel een beperkt aantal feiten, want het is wel een vraag en antwoord. Ja, ja, maar goed, meneer de voorzitter, ik heb het nu al een paar keer gehoord in dit debat en ook in eerdere debatten, dus ik ga het even goed doen. Vroeg de VPRO of ze misschien ook de campagne mee zouden mogen filmen. En ook daarvan hebben we gezegd, ja goed, onder de bestaande afspraken mag dat. We zullen u geen strobeet in de weg leggen, maar al te persoonlijke dingen of dingen buiten de context, daar mogen we het over hebben, mogen we op- en aanmerking over geven. En zo is ook geschied. Die op- en aanmerking hebben wij gegeven en de VPRO heeft daar over het overgrote deel overigens niks mee gedaan. Vervolgens, na de grote ophef mede veroorzaakt door de heer Bosma, ze hebben de verschillende instanties daarna gekeken. De VPRO, de NPO, de ombudsman. En die hebben eigenlijk allemaal geconstateerd dat hier geen sprake is van schending van journalistieke codes. Dat weliswaar de communicatie iets beter had gekund vanuit de VPRO, maar dat het volgens de duidelijke afspraken is gegaan. Dus dank u wel. Nee, dat deel is nu benadrukt. Dat is het eerste deel inderdaad van mijn antwoord. Dan gaan wij nu even naar de heer Bosma om te checken of hij dat voldoende antwoord vindt. Meneer voorzitter, want dit was nog niet onderdeel van de vraag. De vraag was namelijk... Dan adviseer ik u iets sneller om tot dat antwoord te komen. Ik adviseer de heer Bosma om zijn vragen... Ja, dat doet u allemaal onderling maar. Maar ik zit de vergadering voor en ik vraag u nu of u dan naar het tweede deel toe wil gaan. Ja, en dat komt dus bij het belang van de publieke omroep. Waarvan ik ook zou hopen dat de PVV het belang van de publieke omroep er niet voortdurend ter discussie zou stellen. Niet voortdurend zou proberen te ondermijnen. Maar zou willen beklemtonen hoe belangrijk en hoe belangrijker de publieke omroep ook is geworden in deze tijd van toenemende mediabubbels, fake news, de heer Bosma kent het wel, en nieuwsfragmentatie. Dank u wel dan de heer Bosma voor zijn laatste interruptie. En ik geef hem met wel een keer een apart debat hierover hebben gevoerd over deze documentaire. Zeker, en toen vroeg ik om de aanwezigheid van de heer Sjoerdsma. Eindelijk is hij er, dus dan mag ik hem er ook een vraag over stellen. Ja, de heer Sjoerdsma zegt, ja, dingen buiten context moesten eruit gehaald worden. Ja, de champagne-drinkerij in Niger van mevrouw Kaag moest eruit. Waarom? Omdat het niet past in het imago, het verkiezingscampagne-imago van mevrouw Kaag. Er moest juist in, wilde de heer Sjoerdsma, meer demoniseren van Geert Wilders. En het is een zeer ernstige zaak, hè? We moeten er niet te makkelijk overheen walsen. Ik heb er Kamervragen over gesteld en die minister heeft mij toen op basis van contacten met de VPRO onjuist voorgelicht. Heeft hij later sorry over gezegd, doe ik niet moeilijk over. Maar zo ernstig is dat dus. Hè? Dus de minister spreekt onwaarheden op basis van contacten met de VPRO, geleid door een oud campagneleider van D66. En mijn vraag is nogmaals, hoe stoppen we dit nou? Hoe zorgen we nou ervoor dat NPO 66 niet langer een vehikel is van D66? Dat de campagneleider van D66 niet even hoeft te bellen. Oh, die beelden moeten er niet in, want die passen niet in onze campagne. Dat heeft u inderdaad geïllustreerd. Hoe stoppen wij dat? Hoe stoppen we dat? En dan is natuurlijk de aangewezen persoon om daar iets over te zeggen, de heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. Kijk, het mooie is dat ik daar helemaal niks over te zeggen heb. Dat is eigenlijk het mooie van dit land. Hier hebben politici helemaal niks te zeggen over de pers. Hier hebben de politici niks te zeggen over wat journalisten moeten opschrijven. Hier hebben politici terecht geen enkele zeggenschap over wat er op de NPO, op de publieke omroep, wordt uitgezonden. Hou op. Nee, ik hou daar niet mee op. Ik denk dat het belangrijkste standpunt is wat een politicus hier in dit debat kan innemen. Ik denk dat het de kern is, ook van de rechtsstaat. Dat als je kijkt naar hoe ongelooflijk belangrijk het is dat journalisten ons kritisch kunnen benaderen, of ons dat nou bevalt of niet, dat ze ons ongewelgevallige feiten in het gezicht drukken, of we dat nou leuk vinden of niet. Cruciaal, de heer Bosma, cruciaal. En dat uw partij in dit debat het enkel en alleen over een documentaire wil hebben die meer dan 1,5 jaar geleden is uitgezonden, waarvan alle feiten en alle lasten die de heer Bosma hier neerlegt al uitgebreid is ontkracht door alle instanties die de heer Bosma ook zelf zegt te hebben gesteund, de NPO-ombudsman bijvoorbeeld, zoals de heer Bosma hartstochtelijk voor. Dat zegt heel veel over de PVV. En om eerlijk te zijn, kijk,
Het zal wel. Voor mij maakt het niet uit. Elke dag ben ik bereid om dit te weerleggen en te weerstaan. Maar ik denk aan al die journalisten die meekijken en die hoopten hier een eensgezinde Kamer te zien, die zou staan voor journalisten, die zou staan voor de vrije media en die in plaats daarvan ja, een beetje het intrigante spelletje van de heer Bosma mogen aanschouwen. Ik vind dat zelf kiest. Naar mevrouw Van der Graaf, die ook een vraag heeft. Ja, voorzitter, ik had een vraag voor de heer Sjoerdsma. Eigenlijk naar aanleiding van zijn opmerkingen dat we toch ook breder moeten kijken naar alle adviezen die er ook zijn weergegeven. Ik vraag hem hoe hij terugkijkt op de discussie die in de afgelopen jaren is gevoerd in de vorige periode. Waarin het voortdurend is gegaan over de veranderingen voor het medialandschap en hoe we met het omroepbestel zouden moeten omgaan. En wat ook heeft geleid tot grote aanpassingen in de mediawet. En of het nu de bedoeling is van de heer Sjoerdsma om die hele discussie weer open te breken, of dat hij daarmee, of dat hij dat toch niet heeft bedoeld. Graag verheldering. Meneer Sjoerdsma. Nou, voorzitter, wat ik vooral bedoel is dat ik denk dat er zijn. Kijk, ik heb de discussie van de afgelopen jaren vanaf de zijlijn gevolgd en ik heb me uiteraard laten bijpraten door voorgaande mediawoordvoerders over hoe die discussie is verlopen. Maar waar ik, en overigens ook die vorige woordvoerders, wel door zijn wakker geschrokken, zijn die twee recente adviezen. Dat zijn niet milde adviezen. Dat ik bedoel, het staat netjes opgeschreven en vriendelijke, beschaafde bewoordingen. Maar als je dat feitelijk zou moeten vertalen, staan daar de grote alarmbellen over de bestuurlijke houdbaarheid van ons publieke bestel. En ik vind het voor ons als politici wel van groot belang dat we ons niet blind tonen. He, als iemand zo in je gezicht staat te waaien van hey, hier is brand, dan kan je als politicus niet zeggen, nou, ik ga heel even wat anders doen. Dan moet je daarop reageren. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste gevoel nu. Zonder dat ik daar nou meteen een tiendelig recept bij heb van nou, zo en zo zou het zeker moeten. Ik vind die pluriformiteit van groot belang. Ik vind die onafhankelijkheid van groot belang. Ik vind die kwaliteit van groot belang. En mijn belangrijkste vraag zou zijn is, laten we dat meenemen in dat onderzoek, op welke manier je dat het beste kan borgen. Laten we dat iets breder maken. Mevrouw Van der Graaf, bent u gerustgesteld? Nee, niet helemaal, voorzitter. Want ik zou er toch wel beducht op zijn om die hele discussie toch weer open te breken. En dat proef ik toch wel een beetje in de woorden van de heer Sjoerdsma. En er is ook best wel wat. Het advies van de Raad van Cultuur is al van veel langer geleden. Dat heeft ook deel uitgemaakt van de beraadslagingen daarover. Het heeft geleid tot grote aanpassingen ook in de mediawet. Dus ik zou de heer Sjoerdsma de vraag willen stellen van, zouden we niet nu met het voorstel wat de staatssecretaris doet om nu met een adviescommissie aan de slag te gaan, kijkt hoe je die verantwoording van de omroepen, hoe ze kleur op de wangen houden, even mijn woorden, het onderscheidend vermogen hebben en te kijken naar andere objectieve criteria, daar goed advies over te vragen, dat we niet het proces van de afgelopen jaren weer helemaal opnieuw zouden moeten doen, maar juist in die lijn verder zouden moeten gaan. De heer Sjoerdsma. Kan de heer Sjoerdsma dat bevestigen, dat we dat zouden moeten doen? Ja, voorzitter, ik heb niet het idee dat we dat opnieuw doen, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar goed, misschien, ik wil mevrouw Van der Graaf zeker geen onrecht aandoen. Maar ik heb het idee dat we echt wel in een nieuwe situatie zijn beland. Een situatie waarin niet alleen adviesraden, maar ook de NPO zelf zegt, ja, het piep en het knarst en het kraakt. En help ons hier uit te komen op een manier dat we recht kunnen doen aan de kerntaak die door de politiek is toebedeeld. En volgens mij ziet mevrouw Van der Graaf dat ook. Ik ken haar als iemand die daar die dit soort adviezen ook nauwkeurig leest. Kijk, en als zij mijn suggesties, die waren volgens mij vrij algemeen en mild, niet ziet zitten, ik daag haar graag uit om daar andere suggesties tegenover te zetten die wel recht doen aan de adviezen die wij hebben ontvangen. Want volgens mij moet er, dat zou mijn belangrijkste gevoel nu zijn, geen taboe zijn op denken als het gaat over om gewoon ons publiek bestel, onze publieke omroep overeind te houden en ervoor te zorgen dat dat blijft functioneren. Die urgentie die voel ik zeer. En als mevrouw Van der Graaf daar betere ideeën over heeft dan die ik net heb geopperd, ja, wie zou ik dan zijn om aan mijn ideeën vast te houden? Maar ik vind wel dat we ons als politiek verplicht zijn om die ideeën hier op tafel te leggen. En we gaan die ideeën van mevrouw Van der Graaf straks horen, maar niet voordat we die van mevrouw Westerveld hebben gehoord, die haar ideeën namens GroenLinks zal delen. Yes, dat ga ik doen. Dank u wel, voorzitter.
En voorzitter, ik ben al een tijdje mediawoordvoerder van GroenLinks, maar de zorgen die ik aanvankelijk had, die zijn niet afgenomen, maar eerder toegenomen. En een van mijn grootste zorgen is de toekomstbestendigheid van onze mooie mediasector. Want er komen alsmaar mediakanalen bij die het vooral moeten hebben van buitenlandse content. En daarmee zien we langzaam maar zeker een verschraling van het Nederlandse aanbod. Dan heb ik het over nationaal, maar zeker ook regionaal en lokaal. Bijna de helft van de huishoudens heeft een Netflix-abonnement. En ik heb al eens eerder gezegd, daarmee verdient Netflix meer aan Nederlanders dan alle bioscopen verdienen aan bioscoopkaartjes. Maar een streamingheffing, zoals we al vaker hebben voorgesteld, daar wil dit kabinet niet aan. En het kabinet houdt bij een inspanningsverplichting. En ik heb een aantal vragen daarover aan deze staatssecretaris. En ik wil haar vragen, waarom wil ze nou niet een streamingheffing invoeren, zodat we ook echt kunnen investeren in onze Nederlandse makers? En wat vindt de staatssecretaris ervan om het podcastplatform NPO Luister open te zetten voor andere aanbieders, voor een echt Nederlands alternatief? En hoe is de staatssecretaris van plan om het Nederlandse mediabestel ook echt toekomstbestendig te maken? En voorzitter, die toekomstbestendigheid van onze publieke omroep, die is niet in kannen en kruiken. We hebben de oproep van het commissariaat gelezen en zij zeggen, de publieke omroep die moet in transitie om te kunnen behouden. En nu zou denk ik geen enkele partij, misschien behalve de ChristenUnie, als ik net de interruptie zou horen, dit bestel zo hebben bedacht zoals we het nu hebben, als we vanuit het niets het opnieuw zouden kunnen ontwerpen. En ik wil ook niet zeggen dat we bijvoorbeeld toe moeten naar een radicaal ander stelsel zoals het BBC-model. Maar ik vraag me wel af of de staatssecretaris het huidige bestel nog houdbaar vindt. En zo ja, wat ze daar ook aan gaat doen. En zo ja, ook of ze daarmee haast wil maken. En dan voorzitter, is er nu een vraag van de heer Van Strien namens de VVD. Dank voorzitter. Korte vraag aan mevrouw Westerveld. Juist omdat zij die ervaring dat meeneemt, wil ik even goed weten wat zij nu bedoelt als ze het heeft over die inspanningsverplichting. Want ik weet ook dat zij het coalitieakkoord goed heeft gelezen. En daar staat letterlijk dat we gaan voor een investeringsheffing. Dus dat is geen inspanningsverplichting. Dus waar doelt zij precies op? Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, er komt nu een inspanningsverplichting en wij zijn er voor om een heffing te vragen. En het verschil zit hem erin dat een heffing veel vaster is. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen 5%. Dat vragen we van internationale aanbieders, dat stoppen we in een fonds. En daarmee gaan we investeren in Nederlandse aanbieders en makers. En ik vind dat de plannen van het kabinet op dit moment te vrijblijvend zijn. Ook omdat we in een heel aantal omringende landen gewoon zien dat er een heffing wordt gevraagd. En ik heb daar ook wel eens eerder met grote aanbieders als Netflix over gehad. En zij zeggen, gaven toen aan, en dat hebben ze ook wel eens in brieven geschreven, dat er op zich, willen ze echt wel wat terugdoen, ook voor de Nederlandse sector. Ze hebben het liefst dat dat in omringende landen, dat niet over andere regeltjes zijn, maar dat over het algemeen hetzelfde is. Alleen nu doet Nederland te weinig. En laten we eens kijken naar een aantal landen die dit beter aanpakken. En laten we in lijn met hen ook vragen aan hele grote internationale aanbieders om meer terug te doen voor de Nederlandse sector. En dan niet vrijblijvend, maar gewoon heel harde, duidelijke afspraken daarover. De heer Van Strien, en misschien helpt dat. Ik moet uit mijn hoofd een beetje oppassen. Maar volgens mij vermeldt het coalitieakkoord een investeringsverplichting. En heeft mevrouw Westerveld het over een streamingheffing? Zijn dat de twee termen die hier door elkaar lopen? Investeringsverplichting voor buitenlandse streamingdiensten, dat staat er letterlijk. Volgens mij komt het erg in de buurt van wat mevrouw Westerveld bedoelt. En notabene zegt de staatssecretaris ook dat ze later, ik geloof deze zomer, met de uitwerking daarvan komt. Dus volgens mij, mevrouw Westerveld, is het goed om daar even op te wachten. En een aantal aannames die u nu doet, waar het beleid zou schochten, we moeten gewoon even kijken waar het kabinet daadwerkelijk mee komt. Maar wat er staat is een investeringsplicht. Niet vrijblijvend volgens mij. Mevrouw Westerveld. Nou voorzitter, we zullen zien hoe vrijblijvend het is. Want we hebben deze discussie ook al vaker in de Kamer gevoerd. En daarmee wilden wij altijd een stukje verder gaan dan ook de coalitiepartij wilde. En natuurlijk heb ik ook de brief gelezen van de minister. Natuurlijk heb ik ook het regeerakkoord gelezen. Maar wij zouden echt heel graag willen dat we goed kijken naar andere landen. En bijvoorbeeld ons vasthouden aan die 5%.
Voorzitter, ik was gebleven bij, of ik wilde gaan naar de toegankelijkheid van het publieke aanbod. Want de publieke omroep die hoort er juist voor iedereen te zijn. Maar in de hoofdlijnenbrief zien we geen extra inspanningen, geen middelen, geen extra middelen in ieder geval om de programma's ook toegankelijk te maken voor mensen met een audiovisuele beperking. Dus mensen die minder goed kunnen zien of minder goed kunnen horen. En ik wil de staatssecretaris vragen of er extra maatregelen komen, juist om deze groepen te bereiken. En hoe kijkt de staatssecretaris ernaar om kwalitatieve doelen in de mediawet op te nemen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de ondertiteling? Ja, dat lijkt voor ons misschien een bijzaak, maar voor mensen met een audiovisuele beperking kan dit natuurlijk, is dit natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk, want ze zijn daarvan afhankelijk. Voorzitter, dan over flexcontracten. Want een aantal jaar vraagt deze Kamer, ook mijn partij, maar ook de heer Quint, vraagt aandacht voor de hoeveelheid flexcontracten binnen de publieke omroep. Want er zijn weinig sectoren waarbij jonge mensen zulke onzekere arbeidscontracten hebben als op het mediapark. En dat geldt zowel voor flexwerknemers als zzp'ers. En al jaren, ook in het vorige kabinet, wordt er beterschap beloofd. Maar ik zou heel graag ook eens actie willen zien. En ik wil de staatssecretaris vragen, wat is het huidige aandeel tussen vast en flex momenteel bij de publieke omroep? En is de staatssecretaris gewoon bereid om harde streefcijfers af te spreken? Dan voorzitter regionale omroepen, want ook 120 journalisten van de regionale omroep zitten in onzekerheid. Ze hebben afgelopen jaren via het project Versterking Lokale Journalistiek ruim 10.000 verhalen gemaakt. Maar voor hen is het buitengewoon onzeker of ze daar de komende tijd mee door kunnen gaan. En ik wil de staatssecretaris vragen om de helderheid over te geven. Gaat ze door met deze projecten? En zo ja, wanneer komt er duidelijkheid voor deze journalisten? Dan voorzitter, met een heleboel andere partijen hebben we eerder vragen gesteld over de inhoud van het televisieprogramma van Ongehoord Nederland. En de vraag die we stelden was eigenlijk, voldoet deze omroep wel aan de mediawet? En kort daarna kwam er een onderzoek van de ombudsman, daarna kwam er een sanctie. Maar tot mijn verbazing kwam die sanctie niet vanuit het commissariaat, maar vanuit de NPO zelf. En ik zou de staatssecretaris een verhelderende vraag willen stellen. Want het is toch aan het commissariaat om een sanctie op te leggen als juist als waakhond van de mediawet. En waarom hebben zij zich nog niet uitgesproken over deze kwestie? En ik wil ook aandacht vragen voor het redactiestatuut. Want uit onderzoek van het commissariaat blijkt dat 14 van de 54 media-instellingen geen redactiestatuut heeft. En dat verbaast me, ook omdat we daar de vorige periode een aantal amendementen over hebben aangenomen. We hebben het uitgebreid over gehad, ook met het veranderen van de mediawet. En ik wil de staatssecretaris vragen of deze media-instellingen daarop zijn aangesproken. En kan het commissariaat deze media-instellingen eventueel in die end een sanctie opleggen? En wat vindt de staatssecretaris van de conclusie van het rapport dat het redactiestatuut onvoldoende kwalitatief is geborgd in de mediawet? Zouden we niet daarop ook de mediawet moeten aanpassen? Graag een reactie. En toen was ik klaar, voorzitter. Voorbeeldig binnen de tijd. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Baarle namens Denk. Ja, dank u wel, voorzitter. Verschillende sprekers voor mij hebben er al aan gememoreerd dat het uiterst zorgwekkend is dat er heel veel journalisten zijn in Nederland die zichzelf bedreigd voelen in het uitvoeren van hun werk. Die aangeven dat ze zich bedreigd voelen om dingen op te schrijven. En voorzitter, vorig jaar hebben we een debat gevoerd over de veiligheid van journalisten. Dat was naar aanleiding van een onderzoek. En veel journalisten die gaven aan niet eens een melding te doen van het feit dat ze zich bedreigd voelen, omdat ze het gevoel hebben, dit heeft geen zin. Voorzitter, ik zou graag aan de staatssecretaris willen vragen, wanneer kunnen we herhaling van dit onderzoek tegemoet zien? Het lijkt me heel erg belangrijk om deze gegevens goed te monitoren. En voorzitter, ook naar aanleiding van een motie die ik zelf heb ingediend, die is aangenomen, waarin de regering gevraagd wordt om nou eindelijk eens een keer de basis op orde te krijgen. Namelijk dat meldingen die journalisten doen bij de politie, dat die juist geregistreerd worden, juist afgehandeld worden. Kan de staatssecretaris daar ook een update van geven? Voorzitter, we lezen ook in de brief dat de staatssecretaris met een plan zou komen voor de zomer, voor de veiligheid van journalisten. Nou heb ik zelf even gezocht, ik heb het nog niet gezien. Maar dat kan ik mis hebben. Dus zou de staatssecretaris kunnen aangeven wat daar de stand van zaken van is. En voorzitter, ik sluit mij aan bij vragen van collega's over de financiering van het initiatief Persveilig. Voorzitter, dan de toekomstbestendigheid van het stelsel. Een aantal sprekers voor mij hebben ook gerefereerd aan het advies van van de NPO, van het commissariaat, voorzitter. En ik zou graag ook de vraag aan de staatssecretaris willen vragen wat nou precies de scope is van het advies wat zij gaat vragen aan die onafhankelijke adviescommissie over de uitdagingen die we met elkaar hebben ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de publieke omroep in bijvoorbeeld zo'n digitale wereld, maar ook in een ontzelfde samenleving. Want dat
zijn we gelukkig niet meer een verzuilde samenleving. Voorzitter, het is goed dat we in de brief lezen dat er geld wordt geïnvesteerd voor de versterking van lokale omroepen. En we lezen dat de staatssecretaris aangeeft dat ze daar een wetswijziging voor wil gaan optuigen. En ik vroeg me af wanneer we die wetswijziging tegemoet kunnen zien als Kamer. Voorzitter, dan diversiteit en pluriformiteit. En voorzitter, dat verstaat de fractie van DENK als brede diversiteit, brede pluriformiteit. Maar het woord diversiteit heb ik in de hoofdlijnenbrief niet teruggezien. En voorzitter, we hebben het niet alleen over diversiteit in multiculturele zin, maar ook in diversiteit als het bijvoorbeeld gaat om het aanspreken van jongeren in het omroepenbestel in de mediawereld. Hoe gaat de staatssecretaris er nou voor zorgen dat zij met de inspanningen die zij levert diversiteit meer gaat borgen in de toekomst? Voorzitter, dan kom ik bij mijn laatste onderwerp en dat behelst het feit dat wij tegenwoordig een publieke omroep hebben, namelijk Ongehoord Nederland, die ongebreideld racistische theorieën de wereld inslingert, onweersproken, omvolkingstheorieën. En voorzitter, dat is uiterst gevaarlijk. Want deze theorieën, die omvolkingstheorieën, die complottheorieën, die stellen dat mensen met een andere afkomst doelbewust hier naartoe gebracht worden om de originele bevolking te vervangen, die leiden tot geweld, tot aanslagen. Dat hebben we gezien. Dat hebben we gezien bij Anders Breivik. Dat hebben we gezien in Christchurch. En voorzitter, ik vind het dan ook echt angstaanjagend dat dit op de Nederlandse publieke omroep uitgezonden wordt. En ik zou de staatssecretaris willen vragen of wij wel genoeg gewapend zijn tegen racisme op de publieke omroep. Want dit wordt nu gewoon uitgezonden. En dit zijn theorieën die terroristische aanslagen motiveren. En voorzitter, ik vind de reactie van de staatssecretaris, naar aanleiding van vragen die wij met heel veel partijen gesteld hebben hier in dit huis, vind ik eerlijk gezegd te min. Ja, natuurlijk moeten we het met elkaar als politici niet hebben over de inhoud, maar hier worden grenzen overschreden. Dit zijn theorieën, racistische theorieën, die terreuraanslagen motiveren. Hier gaat een grens over. En voorzitter, waarom is de staatssecretaris niet bereid om een oordeel te vragen aan het commissariaat voor de media, bijvoorbeeld? Voorzitter, waarom lezen we dat de staatssecretaris bereid is een oordeel aan de NCTV te vragen? Komt dat? Komt dat oordeel van de NCTV nou of niet? En voorzitter, de fundamentele vraag is, wat kan deze staatssecretaris doen om ervoor te zorgen dat zo'n omroep, dat die gewoon van het bestel verdwijnt? Met dit soort terroristische, racistische theorieën die uitgezonden worden. En zijn wij in de regelgeving die we hebben, de mediawet, de codes, zijn we wel genoeg gewapend om ervoor te zorgen dat als dit soort excessen plaatsvinden, dit soort theorieën die inherent racistisch zijn, dat we dan ook in staat zijn om op te treden, om de Nederlandse bevolking hier tegen te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen denkbeelden worden uitgezonden die mogelijk terreuraanslagen kunnen motiveren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de heer Van Strien namens de VVD. Dank, voorzitter. Bijkans 6 maanden na het aantreden van het nieuwe kabinet debatteren we over de hoofdlijnenbrief media. Er zijn een hoop ontwikkelingen in de mediasector en een uitgelezen kans voor de staatssecretaris om met een ambitieuze brief vol met visie te komen, om duidelijke keuzes te maken over de toekomst van het Nederlandse medialandschap. Maar hiervan is eerlijk gezegd maar weinig sprake. De staatssecretaris lijkt vooral de keuze te maken om de keuzes voor zich uit te schuiven. En ik hoop van harte dat we haar in dit debat kunnen uitdagen om beslissingen eerder en meer richtinggevend te maken. Laten we beginnen met de publieke omroep. De VVD zet zich in voor een publieke omroep die kwalitatief hoogstaand is, zich richt op kernonderwerpen, pluriform is en prikkelt. Daartoe moet de NPO zich ook aanpassen aan de hedendaagse samenleving. En daarom ook is de discussie over de kwaliteitscriteria zo belangrijk. Een traject gestart reeds onder haar voorganger. En inmiddels ligt er een externe verkenning, een advies van de Raad voor Cultuur, van het commissariaat en een coalitieakkoord waarin ook duidelijk staat dat binnen een jaar nieuwe criteria moeten worden vastgesteld. Uiterlijk 2022 dus. De nieuwe planning is nu dat we via een commissie met een onduidelijke opdracht ergens in juli 2023 een voorstel krijgen dat vervolgens ook nog eens moet worden vastgesteld. Dat gaat traag. Kunnen we versnellen, vraag ik de staatssecretaris. En als we dan toch de tijd nemen, kunnen we dan inderdaad die opdracht van de commissie verbreden om naar de toekomst van het hele bestel te kijken. En dan niet alleen naar hoe we de NPO kunnen versterken, maar hoe we dat hoogstaande pluriforme bestel omhoog kunnen houden. Wat is de visie van de staatssecretaris zelf hierop? Die heb ik nog niet kunnen lezen.
En over een vitaal bestel gesproken, voorzitter, dank aan de staatssecretaris voor de beantwoording. Van de vragen over ongehoord Nederland. De uitspraken van de ombudsvrouw zijn glashelder. De omroep schendt de door haarzelf wel onderschreven journalistieke code op het punt van betrouwbaarheid en het verspreiden van misinformatie. Deelt de staatssecretaris de mening dat in het bestel hebben van zo'n omroep uiteindelijk ook de geloofwaardigheid van de NPO en de NOS in brede zin aantast? En welke rol ziet de staatssecretaris, het is ook eerder gevraagd door collega's, in het licht van het advies van de ombudsman voor zichzelf? En ik sluit me ook aan bij de vragen van de collega van de PvdA over volgende stappen die zij bereid is te nemen. En hoe wil zij werken aan de opdracht die in het coalitieakkoord de vrijhelden verwoord staat, namelijk over het tegengaan van het verspreiden van nepnieuws en desinformatie, letterlijk. Dan het brede Nederlandse medialandschap. Als variant op wat de boer niet kent, de fret hij niet, zou je kunnen stellen wat OCW niet subsidieert, dat kent het niet. Dat geldt voor cultuur en dat geldt ook voor media. Slechts contrekeur ziet ze een rol voor zichzelf voor het brede medialandschap buiten de NPO om. De VVD heeft zelfs met moties de OCW altijd aangespoord om zich verantwoordelijk te voelen voor een vitaal Nederlands medialandschap in brede zin en dat te versterken. En zo luidt immers haar opdracht ook van OCW. En er is grondwerk, zoals een prachtige samenwerkingsovereenkomst reeds uit 2019. Maar de staatssecretaris zegt zelf dat ze slechts een faciliterende rol kan spelen en dat ze wil onderzoeken hoe nu verder te gaan. Waarom bouwt zij niet gewoon verder op wat er al ligt qua samenwerking tussen al die mooie Nederlandse audiovisuele bedrijven? Zoals bijvoorbeeld de overeenkomst. Ik heb hem hier als u hem wil inzien. En hoe staat het met de gesprekken tussen publiek en privaat? Die zijn aangekondigd. En als we het dan hebben over die samenwerking, is een belangrijk instrument de versterking van het Nederlandse medialandschap en al ziet. Het bundelt Nederlandse content en maakt een aantrekkelijke propositie ten opzichte van grote buitenlandse streamingsdiensten. De VVD heeft herhaaldelijk gevraagd om snel met een standpuntbepaling te komen en met allerlei antwoorden op vragen. Gisteren om 3:00 kwamen de antwoorden en de standpuntbepaling dan toch binnen. Dank. Het leidt altijd heel veel vragen, maar gezien de tijd stel ik er 2. A. Welke rol ziet de staatssecretaris voor zichzelf bij het invulling geven aan het coalitieakkoord dat streeft naar het versterken van de samenwerking door publieke en private mediapartijen om Nederlandse content gezamenlijk aan te bieden? En 2. Hoe gaan we, naar de standpuntbepaling en de antwoorden, nu verder? Wordt bijvoorbeeld de content 1-op-1 vanuit NPO Start doorgezet naar NLZ? Gaan we dus inderdaad komen tot zo'n gemeenschappelijk platform? Dan lokale media, er is al veel gezegd. Met een bonte verzameling hebben we net voor de kerst hebben we ons hard gemaakt voor die pilot, samenwerking en professionalisering. En er werd al door meerdere Kamerleden over geïnformeerd. Het belang van lokale media wordt in deze Kamer dus ruim onderkend. Vanuit het belang prikkel ik de staatssecretaris graag over wat nu haar visie eigenlijk is over lokale mediaontwikkeling. Over die verdere professionalisering. Gaan we bijvoorbeeld vooral journalisten meer opleiden of gaan we het in de stenen stoppen? Gaan we misschien die jonge journalistenregeling weer opzetten? En ook, als we nu vervolgens met die professionalisering zien dat die lokale omroepen vooral online content gaan maken, hoe ziet de staatssecretaris dan de concurrentiepositie ten opzichte van al die commerciële partijen? En ook graag een reactie op de kritiek die er nu is over de overheveling van gemeentegelden naar het Rijk. En als laatste en belangrijkste punt, persveiligheid en persvrijheid. We hebben direct na het reces een belangrijk debat met de staatssecretaris en de minister VNJ. In aanloop daarnaartoe zou ik toch willen vragen of ze het actieplan wat forser kan aanzetten. Mijn collega van Denk zei al net, ik heb het niet gezien, ik kan me de verwarring voorstellen, want er is wel een brief gekomen, maar je kunt het amper een actieplan noemen. Eerder deed minister Dijkgraaf in het vragenuurtje hierover een aantal toezeggingen aan de VVD over harder en sneller straffen, voorkomen en bestraffen van doxing, bekostiging persveilig, opnemen mediabelang en burgerschap en het taakstrafverbod. Is de staatssecretaris bereid om samen met de minister een verbeterd plan aan de Kamer aan te bieden, ruim voor het debat dat gaat komen? Kijk uit naar de beantwoording en hoop op mooie stappen. Dank, voorzitter. Anders wij wel. Mevrouw van der Graaf, die zal het woord voeren namens... Oh, wacht even, maar niet voordat u enkele vragen te beantwoorden hebt. Gelukkig. Namelijk eerst van mevrouw Wenner. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil heel even terugkomen op NLZ, want dat is natuurlijk een hele mooie streamingsdienst. Hè? Ik bedoel, commercieel en publiek komt daar samen. Hè, dat is ook heel lekker voor het gemak van de kijker. Maar wat ik me afvraag is of de heer Van Strien het met mij eens is dat wil je zo'n platform echt succesvol maken, dat je daar eigenlijk dan ook originele nieuwe content zou moeten kunnen plaatsen. Deelt de VVD deze mening? We gaan het horen, meneer Van Strien. Je probeert te achterhalen wat precies de achtergrond van de vraag is. Ik zou ervoor zijn dat het gewoon alle content, dus ook de nieuwe content die verschijnt op de commerciële partijen of op NPO Start, dat die daar verschijnt. En volgens mij raakt u precies iets aan wat de kern is. Het is lekker voor de kijker. En volgens mij moeten we daar naartoe gaan. Wat is het belang van de kijker?
Ik zal maar eventjes wat helderder zijn. Kijk, alle content van de commerciële als van de publieke ziet u het liefste op NLZiet. Maar ik heb het hier over nieuwe content, dus nieuwe producties. Dus nieuw, zoals Videoland ook nieuwe producties bijvoorbeeld laat zien. Kijk, op het moment dat je daar nou een succes van wil maken, dan zou je daar eigenlijk ook mee moeten komen. Gewoon nieuwe originele content die gemaakt wordt. Gewoon specifiek op NLZiet. Ziet u dat ook voor zich? Meneer Van Vrien. Ik kan alles voor me zien, maar volgens mij gaat het nu, misschien komen we er uiteindelijk ook naartoe, maar volgens mij gaat het er nu vooral om dat je één platform hebt waar de kijker, zoals u dat zo mooi zegt, lekker makkelijk naartoe kan gaan en alle content, de gratis content van Nederland, daar kan terugkijken en kan inzien. En of dat nou nieuwe content is, dat zal waarschijnlijk het moment zijn dat als op Videoland of op NPO Start nieuwe content komt en die wordt één op één doorgezet, dan verschijnt hij dus ook daar. Ja. Dan, dat waren jullie twee. Nee, u heeft nog één vraag over. Ja, dus u gaat ik heb nog even één vraag over. Nee, want we bedoelen namelijk, we hebben allebei een hart voor NLZiet. Maar kijk, het gaat even over het succes van deze streamingsdienst. Het succes. Hè. Op het moment dat je van NLZiet een succes wil maken, het groeit langzaam. Het zou veel harder moeten groeien voor het gemak van de kijker. Dan zou je kunnen overwegen om te zeggen, we gaan daar nieuwe producties op plaatsen. Dus niet nieuwe producties vanuit de NPO of vanuit de commerciële, maar gewoon nieuwe programma's produceren. Zo bedoel ik hem. De heer Van Strien. Ik droom graag met mevrouw Werner mee over hoe NLZiet uiteindelijk die prachtige rol gaat vervullen die het beoogt. Maar laten we gewoon eens beginnen met doen wat we hebben afgesproken. Dat alle content één op één, in ieder geval ook de gratis content één op één erop wordt doorgezet. Als ik me niet vergis, was er ook een vraag van de heer Van Baarle? Niet. Ga ik dan weer de fout in? Was er nog iemand anders die nog een vraag wilde stellen aan de heer Van Strien? Anders gaan we alsnog door naar mevrouw Van der Graaf. Hey, het was geen open uitnodiging, mevrouw Westerveld. Maar ik realiseer mij terdege dat ik dit over mezelf heb afgeroepen. Mevrouw Westerveld. Een hele goede vraag dan. Nee, een vraag over het aantal flexcontracten. En ik zou de heer Van Strien willen vragen, omdat dit natuurlijk niet alleen nu, maar ook de vorige periode al best een groot punt was. Is hij niet ook met mij van mening dat er gewoon duidelijke afspraken zouden moeten komen over vastigheid voor journalisten, over zekerheid voor journalisten? En zouden we niet deze staatssecretaris ook daartoe moeten oproepen? In het coalitieakkoord staat ook dat er gekeken wordt naar de positie en ook naar de fair practice code die ook in deze sector geldt. Volgens mij is de staatssecretaris ook bezig om dat uit te werken. Uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon een verantwoordelijkheid van de partijen zelf. En die erken ik ook. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, natuurlijk is het een verantwoordelijkheid van de partijen zelf. Maar het is ook natuurlijk onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen die in dienst zijn van de publieke sector, mensen die belangrijk werk voor ons doen, dat zij ook zekerheid en vastigheid krijgen. En daarom zou ik de heer Van Strien een aanvullende vraag willen stellen of hij het met me eens is dat we misschien ook hier een wat stevige rol moeten innemen als parlement. Dat de tijd van vrijblijvende afspraken misschien voorbij is en dat er gewoon duidelijkheid zou moeten komen. En dat ook wij die verantwoordelijkheid hebben, omdat wij natuurlijk met elkaar het belang van een goede publieke omroep beklemtonen, ieder debat opnieuw. Ja, volgens mij is het juist dankzij ook de onaflatende inzet van onder andere van Westerveld en de heer Quint geweest, dat die zin ook in het coalitieakkoord is opgenomen. Dus volgens mij voelen we die verantwoordelijkheid, maar nogmaals, het is een verantwoordelijkheid van de partijen zelf. En ook niet iedereen in die sector zit noodzakelijkerwijs te wachten op die vastigheid. Dus die flexibiliteit moeten we ook gewoon in het systeem houden. Mevrouw Van der Graaf mag dan nu alsnog gaan beginnen aan haar betoog. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie is groot voorstander van een sterke publieke omroep met een onafhankelijke nieuwsvoorziening en ook ruimte voor verschillende geluiden vanuit de samenleving. En daarin is ons bestel een uniek bestel. Ik refereerde net in de interruptie met de heer Sjoerdsma al even aan de discussies van de afgelopen jaren. In dat sterk veranderde medialandschap, waarin grote internationale spelers erbij kwamen en een belangrijke rol gingen spelen. Teruglopende reclameinkomsten, programma's die moesten verdwijnen, programmamakers die hier op het plein stonden, vlakbij op het plein stonden, onze aandacht daarvoor vroegen. De verandering in het kijkgedrag.
Dat heeft ertoe geleid dat er een hele nieuwe visie op het omroepbestel is neergelegd. Gesprekken met de publieke omroep, ook de commerciële partijen. Het hele mediaveld is hierbij bezig geweest. En alles is uiteindelijk geland in een wetswijziging van de mediawet, waar nu verder aan gewerkt wordt. Dus ik vind het belangrijk om deze context nog even te schetsen. En ik wil dan ook de staatssecretaris vragen of wij ervan uit kunnen gaan dat de staatssecretaris niet van plan is om die hele discussie over het omroepbestel weer helemaal open te breken. Kan zij dat bevestigen? Voorzitter, de ChristenUnie hecht... Er is een vraag voor u van de heer Mohandis. Die heeft nog één vraag. Ja, mijn laatste. Dank u wel. Ik begrijp het betoog van mevrouw Van der Graaf. En toch ook, daar wil ik iets naast zetten. We hebben inderdaad, er is van alles geland in wetgeving. Er lag een rapport. Maar toen heeft de Kamer, echt heel kamerbreed, ook de ChristenUnie toen, ook gezegd, tuurlijk, de tijd staat open, heette het rapport. Maar de tijd staat ook niet stil. Er verandert gewoon volop veel in het medialandschap. Als je kijkt naar de binding van jongeren. Mijn oudste drie kinderen, overigens ook jongste drie, dus maar hoe je redeneert. Die kijken vooral naar, die hebben vooral apps in hun hoofd die niet Nederlands zijn. Laat ik het maar daar zo noemen. Met andere woorden, kijk, de oproep die ik deed, maar ook collega Sjoerdsma, volgens mij ook mevrouw Westerveld, meneer Van Strien, gaat er juist om dat de tijd staat niet stil. Dus we kunnen niet zeggen, en dat doet ook niet recht aan het debat toen, daar was ik ook bij, van ja, we hebben toen iets besloten en dat moeten we maar even zo laten. Dat doen we niet recht aan de verandering in het medialandschap. We doen ook niet recht aan de omroepen zelf, die zelf ook af en toe worstelen met legitimiteit. Hoe betrek ik jongen? Nou ja, mijn vraag aan u is, bent u met mij eens dat die veranderingen gewoon gaande zijn en dat jongeren minder gebonden zijn en dat we niet stil kunnen zitten en niet kunnen verwijzen naar... Er was ooit in 2015 een verandering. Laat het zo. Daar doen we geen recht aan. Mevrouw Van der Graaf. Nee, voorzitter. Ik verwijs naar de discussies die we in 2020 hebben een wetswijziging gedaan. Dus die discussie is daar geland. En ik ben het helemaal eens met de heer Mohandis dat die veranderingen doorgaan. En dat er... En dat is ook de hele... dat is een belangrijke aanleiding geweest ook voor die gesprekken die hebben plaatsgevonden. En ook dat er is afgesproken, dat er gezocht werd, kunnen we dan op zoek gaan naar een nieuwe beoordelingscriteria van omroepen? Kunnen we op zoek gaan naar een andere legitimatie-eis dan alleen via ledenaantallen? Wat objectiveerbaar is, omdat we zien dat... onder andere jongeren misschien minder snel lid worden van een omroep en die stap zetten. En ik lees de brief van de staatssecretaris zo en ook in lijn met de discussie die we in de afgelopen jaren daarover hebben gevoerd. Ik ga daarover nu advies vragen, want het is best een lastige opgave om hier objectieve criteria neer te leggen, want die hebben we nodig. En dat de overheid niet willekeur verweten kan worden. Want dat risico ligt op de loer. Volgens mij zijn we die zoektocht nu met elkaar aan het doen. En dus nee, het denken staat daarop niet stil. En daar vragen we dus het advies over. Maar ik vind het een andere vraag. En die proefde ik een beetje. En daarom interrupeerde ik net ook even. Ga je nou het omroepbestel weer ter discussie stellen? En dan zegt ChristenUnie, nee, dat gaan we niet doen. En die rust zouden en die duidelijkheid zou de staatssecretaris vandaag ook in het debat moeten scheppen. Dat gaan we zo horen. U vervolgt uw betoog. Ja. Ja, want voorzitter, wij, de ChristenUnie hecht heel grote waarde aan die pluriformiteit en ook die externe pluriformiteit die dankzij ons Nederlandse omroepbestel bestaat. En daardoor kan elke geleding in de samenleving een stem krijgen en ook minderheden. En omroepen spelen daarin een belangrijke rol. En ik vraag de staatssecretaris dan ook te bevestigen dat die externe pluriformiteit niet ter discussie staat. En voorzitter, het is goed dat omroepen meer worden aangesproken op hun onderscheidendheid en herkenbaarheid van hun missie en identiteit. Meer kleur op de wangen. En leg dat ook maar uit. En dat we kijken naar andere vormen, andere objectieve indicatoren
dan ledenaantallen, die wel heel belangrijk zijn en ook overeind blijven, maar naar andere aanvullende vormen om die maatschappelijke verankering ook te laten zien. Dus ik vind het goed dat we die, en daarom is het goed dat de staatssecretaris advies daarin vraagt, dat ik net al aangaf, het is gewoon niet eenvoudig om daar een antwoord op te geven. Ik vraag de staatssecretaris wel om daarin ook toe te zeggen dat het gaat om nieuwe toelatings- en verantwoordingscriteria om die maatschappelijke worteling en kwaliteit ook binnen de omroep van de omroepen beter te waarborgen. Dus met andere woorden, binnen het omroepbestel en niet het omroepbestel ter discussie te stellen. Voorzitter, ik vraag de staatssecretaris, want ik ben blij met wat er staat ook over de lokale omroepen in de mediabrief die we hebben gekregen. Ik mis hier nu de regionale omroepen. Wat is de visie daarop van de staatssecretaris? Zetten we daar in de maatregelen voort die uit de vorige periode, uit de visiebrief, zijn neergelegd? En ik vraag haar ook naar de projecten die er zijn gedaan om de landelijke, lokale en de regionale omroep te versterken. En waarbij ook tientallen journalisten zijn opgeleid en ook weggezet zijn in de regio's. Hoe gaat de staatssecretaris het goede vanuit die projecten behouden en kan ze ook duidelijkheid daarover geven? Ik vraag de staatssecretaris tot slot naar de uitwerking van de investeringsverplichting voor internationale streamingsdiensten om in Nederland het aanbod om in Nederlands aanbod te investeren. Zij komt nog met een nadere uitwerking, maar kan zij in dit debat alvast aangeven welke richting zij aan denkt en wat ik daarover kan delen op dit moment. En ik vraag ook naar hoe het staat met het halveren van de reclame op bij de publieke omroep. Ook afspraken die we hebben gemaakt en die we belangrijk vinden. Tot zover in deze eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel. Ja, kijk. U heeft allemaal pauze. Ik verwacht u over een kwartier weer in de les. Dan ga ik aan de heer Mohandes vragen om mijn termijn te begeleiden, mochten er vragen zijn. En had ik ook nog enkele vragen voor het kabinet. Ook nou, u heeft 5 minuten, meneer Quint. Daar was ik al bang voor. Deze week stonden de bedreigers van Willem Groeneveld en zijn vriendin in de rechtbank. Die kregen een forse strafeis te horen en dat lijkt mij goed. Want het is nogal wat er gebeurt op het moment dat er een molotov cocktail je huis in wordt gegooid. Groeneveld vertelde daar zelf vrij indringend over. En ik wil hem vanaf hier ook nog veel sterkte wensen, want zoiets laat je niet zomaar achter je. En of het nou extreemrechtse complotdenkers of georganiseerde criminelen zijn, de bedreigingen voor de vrije pers komen uit een veelvoud aan hoeken. En daarom is iets als persveilig van zo groot belang gebleken de afgelopen jaren. Ook vanuit journalisten zelf hoor ik positieve reacties. En dat is toch echt niet de minst kritische beroepsgroep wanneer het gaat om ondersteuning vanuit de overheid. Natuurlijk zijn er hiaten wanneer het bijvoorbeeld gaat om de positie van freelancers, maar onder de streep is persveilig gewoon een grote toegevoegde waarde gebleken. De vraag aan de staatssecretaris zal haar niet verbazen, gezien het discussietje wat ik daar al met de heer Sjoerdsma over had. Is dit eigenlijk niet gewoon een taak die de overheid zou moeten doen? Ik lees dat zij wil dat het doorgaat, dat steunen wij, maar ook dat zij zoekt naar financiering vanuit de sector. En zou het niet beter zijn om hiervan gewoon te zeggen, nee, dit is nou iets dat vinden wij bij uitstek een overheidstaak. Dan over de machtsclustering in de media. Want al tijden probeer ik het punt te agenderen en daar steun voor te krijgen. Uiteindelijk, ik geloof dat mijn 24e poging tot het indienen van een vrij slappe motie het uiteindelijk wel haalde. En zo waar, dan lees je in het coalitieakkoord iets terug dat er iets gaat veranderen op het gebied van de clustering van macht van mediabedrijven. Maar de minister schrijft in haar brief dat ze daarbij vooral gaat kijken naar de clustering van macht in buitenlandse handen. Het gebrek aan pluriformiteit heeft niet alleen te maken met wie uiteindelijk de eigenaar is, maar ook met de hoeveelheid aan eigenaren. Kijk, dat Fantillo in België ondertussen zoveel kranten heeft dat hij er een tas van een bezorger mee kan vullen, is een probleem. Maar het feit dat John de Mol steeds meer invloed krijgt op het commerciële televisieaanbod is niet per se een kleiner probleem, omdat hij een ander paspoort heeft. En dan lees ik dat er eigenlijk een maatstaf ontbreekt om te kijken, ja, hoe ziet die pluriformiteit er nou uit en hoe kunnen wij fusies beoordelen? Ja, wat is er dan de afgelopen jaren gebeurd? Want de afgelopen jaren zijn wel degelijk al die fusies keer op keer goedgekeurd. Hoe kan dat dan? En ik verwacht van bijvoorbeeld een ACM dat die wel degelijk een maatstaf hebben op basis waarvan zij hun werk doen. Dus ja, goed dat er nu een maatstaf komt om te kijken hoe bewaken wij die pluriformiteit. Maar waarom was die er eigenlijk helemaal niet?
complimenten voor de extra financiering van zowel lokale als regionale media. Dat is hard nodig en dat is belangrijk. Iets waar wij vaker om gevraagd hebben. Maar specifiek wanneer het gaat om de positie van de samenwerkingsomroepen en de pilots op dat gebied, het lijkt wel alsof dat project vervloekt is of zo. Want elke keer als het goed lijkt te gaan. Excuus, ik zie een interruptie van de heer Van Strien. Hierop. Dank, voorzitter. Het was nog op het vorige punt. Behalve de onderbuikgevoelens die de heer Quint natuurlijk vanwege zijn politieke achtergrond heeft bij het feit dat media macht, zoals hij dat noemt, zich concentreert. Feitelijk, waar haalt hij dat vandaan? Op basis waarvan denkt hij dat er inderdaad een verschraling optreedt, dat journalistieke vrijheden ingeperkt worden, dat het in andere woorden gevaarlijk is dat er concentratie plaats heeft. Kijk naar de combinatie in het noorden. Die was noodlijdend. Die op omvallen. En we hebben zelf aangeklopt bij de twee grote mediaconcerns in Nederland. Kun je mij overnemen, want anders redden we het niet. Dus het leidt juist tot meer bladen in plaats van minder. Het lijkt tot een sterkere sector in plaats van minder. Er komt ook een onderzoek aan van het Commissariaat voor de Media. Dus behalve de onderbuikgevoelens ben ik toch benieuwd altijd waar de heer Quint deze tyrannie altijd vandaan haalt. Ja, het is mooi dat ik heb het niet over journalistieke vrijheid gehad, maar op zich wil ik dat best meenemen in mijn antwoord, want daar ben ik ook niet zo heel blij over. NRC is een interessant voorbeeld. Die hebben namelijk zelf altijd gezegd, wij willen onze onafhankelijkheid bewaren. Wij willen helemaal niet overgenomen worden door een van de grote jongens. En inderdaad, als je dan de keuze voor krijgt tussen failliet gaan en overgenomen worden, ja, dan kies je voor overgenomen worden. Maar dat is nou niet echt een keuze uit journalistieke rijkdom geweest. Dat was simpelweg een kwestie van anders overleven zij het niet. En inderdaad, ik vind het geen vooruitgang op het moment dat je ziet dat, dat er steeds meer kranten bij dezelfde eigenaar terechtkomen. Ik vind dat onverstandig. Bovendien, en dat zie je nu ook, is dat er ook op redactioneel gebied steeds meer artikelen bijvoorbeeld worden doorgeplaatst. Zonder dat er afspraken over worden gemaakt met freelancers. En dat is wel degelijk een directe verschraling van het aanbod. Ik consider dat de heer Quint eigenlijk zegt, ik had liever gezien dat NRC failliet was gegaan. Dat is overgenomen door een grotere partij die wel in staat is om het Nederlandse medialandschap gewoon goed te versterken. Die wel in staat is om op een commerciële en winstgevende manier al die Nederlandse dagbladen te voorzien. Dat is de conclusie die de heer Quint trekt. Tevens uw laatste interruptie, meneer Van Strien. Meneer Quint. Nou, ik ben ook de laatste spreker, dus dat komt wel goed. U moet constateren wat u zelf wil. Het is alleen wel handig als u dat doet op basis van dingen die ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat het onwenselijk is. Ik heb niet gezegd dat NDC dan maar failliet had moeten gaan. Ik heb alleen gezegd dat het een keuze is die niet uit vrijheid voortkomt. Het is namelijk een keuze tussen failliet gaan of overgenomen worden. Ja, op het moment dat u aan mij vraagt, wilt u 6 weken lang niks eten of alleen rotte appels, dan eet ik rotte appels. Dat is niet omdat ik voor zoveel rotte appels hou. Zonder hiermee al te veel inzicht te geven in mijn dieetkeuzes. We gaan zo lunchen. Vervolgt ja, precies. De lokale omroepen, ik had het erover, en ook de positie van de streekomroepen. Er zijn nu succesvolle samenwerkingsprojecten. Iedereen is daar enthousiast over. Iedereen wil dat die doorgaat. Er is extra geld. En nu dreigt een deel van die omroepen toch in de problemen te komen, omdat de plannen nog moeten worden uitgewerkt en er dus een korte overbruggingsperiode nodig is. Heeft de staatssecretaris bijvoorbeeld de brief van het bestuur van 120 gezien, dat nu na jaren alsnog het bijltje erbij neer lijkt te gooien? Dat zou toch zonde zijn in het oog van de finish, en dat moet toch beter kunnen. En al ver voordat Ongehoord Nederland het over omvolking ging hebben, vroeg ik wat het kabinet kan doen wanneer bijvoorbeeld een bestuurslid van een publieke omroep uitlating doet die in dit specifieke geval antisemitisch zijn. Ja, dat was allemaal ingewikkeld, dat was lastig. En ondertussen is iedereen heel erg verbaasd over dat er precies gebeurt wat iedereen had kunnen zien aankomen. Het lijkt mij overigens in het kader van een gezonde verhouding tussen publieke omroepen en overheid ook een slecht idee dat wij hier bij wijze van spreken de toelating tot het publieke bestel per motie of amendement zouden gaan doen. Maar het roept natuurlijk wel de vraag op, is dit bestel voldoende zelfreinigend? En breder, want het gaat ook weer over de toelatingseisen tot het bestel. Waar zijn de grenzen? Ik bedoel, soms lijkt het een soort Hotel California op het mediapark. Van je kunt er wel inkomen, maar je komt er uiteindelijk nooit meer uit. En dan wordt er nu gezegd, ja, het is ingewikkeld om andere, hoe zeg je dat? Illustraties van maatschappelijk draagvlak te formuleren anders dan het ledenaantal. En ik denk dat dat klopt.
Ik denk inderdaad dat het heel ingewikkeld gaat worden. Maar als je nou met z'n allen constateert dat de grenzen van het bestel toch wel in zicht zijn, moet je dan wel een jaar gaan investeren in het zoeken naar andere criteria. Terwijl je misschien ook gewoon kunt zeggen, nou, dan pakken we de lidmaatschapsaantallen. En je merkt het hier net ook al even in de discussie tussen mevrouw Van der Graaf en de rest van haar coalitie. Het mediabestel gaat gebukt onder een soort van politieke gijzeling. Er wordt keer op keer afgesproken in een coalitieakkoord wat het compromis voor de komende jaren gaat zijn. En die pendule die gaat dan een beetje heen en weer. En dan is het wat meer NPO, dan is het wat meer leden omroepen. En op die manier stapel je het slechtste van twee systemen op elkaar. Dat lijkt mij niet in het belang van de sterke publieke omroep die wij allemaal zouden willen. Even kijken, tenslotte, want anders ga ik zelf over de tijd. Ja. Betaling van journalisten en zeker freelancers is ronduit beroerd. En al 3 jaar geleden vroeg de Kamer, een motie van mij, van mevrouw Westerveld en van meneer Ascher, zo lang geleden, om te komen tot minimumtarieven in de journalistiek. En dat is gewoon niet gebeurd. In 2021 krijgen we een brief waarin wordt gezegd, ja, het kabinet wilde wel iets mee, maar er is een nieuw kabinet. Vervolgens komt er een nieuw kabinet, maar er staat er niks over in het regeerakkoord, maar ook niet in de mediabrief. Dus wat gaat dit kabinet doen om de positie van mensen in de journalistiek te verbeteren? Dank u wel, meneer Quint. En zal ik gelijk overgaan tot het zeggen dat we een half uur gaan... Doet u dat? Schorsen, lunchen, alles valt samen. We gaan gewoon om 12 uur door met de eerste termijn van het kabinet. Dank u wel. Ik schors de vergadering.
Ik heropen de vergadering voor de beantwoording van het kabinet in eerste termijn van dit commissiedebat over mediabeleid. De leden hebben allemaal de kans om 4 vragen te stellen, maar hoeven daar geen gebruik van te maken, ook met het oog op de beoogde eindtijd van dit debat. We hebben in de eerste termijn ruimschoots tijd gegeven om met elkaar in discussie te gaan. Dus als er vragen zijn aan het kabinet, echt kort en bondig en echt een vraag. En dan geef ik nu voor de beantwoording het woord aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de leden van deze Kamer voor hun inbreng. Weet u, het zijn dagen dat ik wakker lig van alles wat er gebeurt als het gaat om de media. Wat journalisten meemaken, agressie en geweld tijdens hun werk, of hoe vijandig het in woorden soms aan toe gaat in de pers, op tv, op het internet, in de samenleving. Het gaat echt, echt mij aan het hart. En volgens mij u ook. Vandaag is het precies een jaar geleden dat Peter R. de Vries is neergeschoten is. En ik wil dat toch even daar even bij stilstaan op deze belangrijke dag. Als het gaat om persveiligheid, persvrijheid, vrije media, ik voel de zorg, maar ik heb ook de motivatie. Echt enorme motivatie om die vrije media te verdedigen, bij te staan. Om iedereen die zo afhankelijk is van objectieve informatie, die ook te kunnen bieden via de vrije media. Via al die bronnen waar iedereen terecht kan, pluriform en zonder censuur. Het is een van de belangrijkste kenmerken van een gezonde en sterke democratie. Hoeveel plaatsen ter wereld zijn er wel niet waar dit volledig ontbreekt? En wij hebben het hier gewoon. Laten we daar ook even bij stilstaan. En laten we dat beschermen, bevorderen, koesteren. Maar ook een beetje trots op zijn dat wij een vrije media hier hebben. Waar we een sterke democratie hebben. Waar iedereen zijn mening kan vormen, kenbaar maakt, geluid maakt. Op allerlei volumes, zoals we dagelijks ook merken en zien. In de hoofdlijnenbrief heb ik geschreven hoe ik daaraan wil meewerken. Of wil werken. En daarover spreken wij vandaag. Ik heb daarin enkele hoofdlijnen geschetst die ik hier kort benoem. Vervolgens ga ik in op de door uw leden gestelde vragen. De eerste hoofdlijn betreft de versterking van de landelijke publieke omroep door nieuwe erkenningscriteria te realiseren voor de omroepen. Criteria die ruimte bieden aan nieuwe toetreders zonder dat de omroep onbestuurbaar wordt, onbeheersbaar wordt. Die criteria moeten uitlegbaar zijn, proportioneel zijn, praktisch uitvoerbaar zijn. Criteria die goed onderbouwd zijn en breed gedragen. Ik ben van plan om een onafhankelijk adviescollege te vragen met een voorstel te komen voor nieuwe criteria en een nieuwe beoordelingssystematiek. Vlak na het reces informeer ik u over de voorzitter en het specifieke takenpakket van dit college. En we komen daar ook zo uiteraard op terug. Een tweede hoofdlijn uit mijn brief gaat over de lokale omroepsector. We investeren in lokale omroepen zodat deze werk kunnen maken van een onafhankelijke nieuwsvoorziening en professionalisering. De lokale laag in het omroepbestel krijgt een nieuw en steviger fundament, beter gefinancierd en een onafhankelijker positie om goede journalistiek te kunnen bedrijven. Omroepen maken daarvoor, gedurende het traject naar een wetswijziging, een flinke professionaliseringsslag door. En ik ga dat ondersteunen. Publieke omroepen, alle drie lagen werken samen. En dat is effectief, logisch en nodig. En dat wordt ook gestimuleerd. De onderzoeksjournalistiek en veiligheid van journalisten, dat is een derde hoofdlijn uit mijn brief. Vragen om constante alertheid en maatregelen. U heeft daarom vorige week een brief van de minister van Justitie en Veiligheid en mezelf ontvangen met een plan van aanpak daartoe. In de Kamerbrief worden een aantal actielijnen genoemd en ik som ze nog een keer op. We steunen persveilig financieel en we beschermen freelancers. We zullen bij burgers de bewustwording gaan versterken van de rol van de journalistiek, van de waarde van journalistiek in de democratie. We gaan online intimidatie aanpakken en we blijven de persvrijheid en veiligheid onderzoeken en monitoren. Dan ga ik nu vragen beantwoorden aan de hand van verschillende thema's. Ik heb er 4. Landelijke publieke omroep is een thema waar heel veel bij elkaar komt en waar ook heel veel ideeën, meningen, discussies over zijn. En dat is niet alleen vandaag. Dat, wat ik me herinner, is dat al sinds 2004 aan de hand. Hebben we zo tijd voor. Lokale omroepen is een thema. Lokale en regionale omroepen is thema 2. En een derde thema is persveiligheid. 4. Publiek-private samenwerking.
wil eigenlijk beginnen als het gaat om het publieke omroep, een adviescollege, onafhankelijk adviescollege die we willen benoemen, inrichten. Wil ik alleen maar eigenlijk beginnen met dat we trots kunnen zijn op onze publieke omroep. Dat mag ook echt een keer gezegd worden. Van de NPO tot de omroepen die deze programma's maken. De grote kracht van onze publieke omroep is het pluriforme aanbod. En ik benoem het het pluriforme aanbod. Dat is een kracht. Wel moeten we kijken naar de basis waarop omroepen hun plek in het omroepbestel hebben. Enkel op basis van ledenaantallen is niet meer toereikend. Nou, dat is eigenlijk waar we het allemaal over eens zijn. We moeten de openheid van het bestel behouden, maar het bestel ook beheersbaar maken. Beheersbaar houden. Op dit moment is het maatschappelijke stroming vereiste, maatschappelijke worteling vereiste, moeilijk te beoordelen. Daarom is door het vorige kabinet besloten dat nieuwe erkenningscriteria en een nieuwe beoordelingssystematiek voor omroepen nodig zijn. Ik stel daarvoor een onafhankelijk adviescollege in om met hun voorstel te komen. Een voorstel is echt heel duidelijk. Dat zijn die criteria, nieuwe criteria, die heel moeilijk en complex zijn, maar het gaat om die criteria. U hoort na de zomer wie de voorzitter wordt. Uiterlijk juli 2023 komt het adviescollege met een voorstel. De heer Van Strien uitte zijn ongeduld over de deadline die hiervoor een half jaar is opgeschoven. En ik begrijp dat, ik begrijp zijn ongeduld en voel dat zelf eigenlijk ook. Maar het gaat hier om een heel fundamenteel proces. U hoorde het net al, het is een fundamenteel gevoelig onderwerp, een fundamenteel proces. Dat zorgvuldig moet worden doorlopen met het oog voor alle betrokken partijen. Alle betrokken partijen, dus kijkers, omroepen, makers, commissariaat voor de media, raad voor cultuur. Er zijn heel veel spelers, heel veel betrokken partijen. De keuze voor een onafhankelijk adviescollege houdt ook in dat ik dit adviescollege de tijd moet geven om tot een afgewogen en onderbouwd voorstel te komen. Snelheid is hier de vijand van zorgvuldigheid. Dus ik vraag het begrip van uw Kamer hiervoor. Dat proces om het adviescollege van start te kunnen laten gaan is nu in volle gang. Ik zit er vol in. Op dit moment voer ik gesprekken met de beoogde voorzitter. De criteria moeten uitlegbaar zijn en wat ik net zei, uitvoerbaar, proportioneel en praktisch zijn. Goed onderbouwd en breed gedragen. De commissie zal een breed en interactief proces inrichten. En wat ik zei, verschillende partijen worden daarbij betrokken. Het is een complex, moeilijk onderwerp, nogmaals. De heer Quint vroeg mij of de ledeneis niet toch het uitgangspunt zou moeten blijven. In de vorige kabinetsperiode is de ledenlijst juist verlaagd, omdat gebleken is dat bepaalde groepen in de samenleving, waaronder jongeren en mensen met een migratieachtergrond, minder snel lid worden. Om het bestel toegankelijk te houden voor iedereen is de eis verlaagd destijds. Wel zijn aanvullende criteria nodig die iets zeggen over de maatschappelijke worteling, zoals ik het net ook noemde, van de omroepen. En daarom vraag ik nu advies. Hiermee beantwoord ik ook de vraag van mevrouw Werner. Het gaat om aanvullende criteria. Ik wil niet vooruitlopen op het advies. Dat is echt niet goed om te doen. Meteen na het reces kom ik met informatie over de taakopdracht en de commissie. De heer Mohandis vroeg mij of de Raad voor Cultuur in aanvulling op het adviescollege opnieuw onderzoek kan doen naar de publieke mediaopdracht en de rol van de omroepen hierbij. Dit is een heel interessant punt. Dus dat onderstreep ik. Onderzoeksbureaus AEF en Kwink werken op dit moment aan de beleidsdoorlichting media die in november 2022 wordt opgeleverd, dus de evaluatie van het beleid. In deze doorlichting zal naast de gebruikelijke terugblik ook vooruitgekeken worden naar de duurzame versterking van de publieke omroep. Aan een onderzoek met een brede scope wordt dus eigenlijk al gewerkt. Uw Kamer ontvangt de beleidsdoorlichting uiteraard zodra deze gereed is, dit jaar nog. Door de bijna alle Kamerleden is gevraagd naar de reflecties op het publieke bestel van het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur. Sommigen van u willen graag breder kijken, anderen vragen mij de scope beperkt te houden. Ik heb het rapport gisteren van het Commissariaat ontvangen en met interesse bekeken. Voorop staat dat ik dat unieke karakter van ons omroepbestel wil benadrukken en onderstrepen. Er worden ontzettend mooie onderscheidende producties gemaakt. Ons publieke bestel en de externe pluriformiteit die het kenmerkt, moeten we op de waarde schatten.
op de waarde schatten die het verdient. Het bestel is bottom-up georganiseerd. Geen logge organisatie die vanaf boven bekijkt wat er nodig is. Maar een optelsom aan gewortelde verenigingen die samen het geluid van de samenleving laten horen. En dat is echt een heel mooi bestel. Dat is een mooi gegeven, een mooi goed. En in het buitenland hoor ik... in het buitenland mag ik heel even mijn zin afmaken. Ik hoor juist hele mensen die stinkend jaloers zijn op ons bestel. En uiteraard moeten we het versterken en vernieuwen. En daar gaat het over. Vervolgt u uw betoog? Ja? Oh, ja hoor. Dat kan natuurlijk, dacht. Maar ik was pas voornemens om dat aan het einde van dit blokje te gaan doen. En u krijgt na afloop een evaluatieformulier. De staatssecretaris vervolgt haar betoog. Dank u. Dank, voorzitter. Resumé, het feit dat alle stemmen vanuit de samenleving toegang kunnen krijgen tot ons publieke bestel is iets om te waarderen en te koesteren. Wel ben ik mij, zoals ik net zei, bewust van de signalen dat het omroepbestel moet blijven aansluiten bij de huidige tijd. En dat leidt tot nieuwe uitdagingen. Zoals het bereiken van alle groepen die onze samenleving kenmerkt. Dat betekent ook dat we moeten kijken naar het stromingswijze, zoals de Raad voor Cultuur eerder stelde. Ook het feit dat steeds meer omroepen toetreden maakt duidelijk dat niet alle mensen zich herkennen in de publieke omroep. Dit met tevens gevolgen voor de bestuurbaarheid van het stelsel, van het bestel. Ik zal de reflecties van het commissariaat voor de media en de Raad voor Cultuur meegeven aan het adviescollege, dat die dat meeneemt. Mevrouw Werner vroeg naar de positie van de omroepen ten opzichte van NPO, van de NPO. Op basis van de mediawet heeft de NPO een sturende en coördinerende rol. Maar omroepen zijn altijd redactioneel verantwoordelijk. De omroepen gaan zelf over welke programmavoorstellen zij indienen en welke begroting ze daarbij passend achten. Inclusief inzet van eigen verenigingsmiddelen. Vanuit zijn coördinerende rol is het aan de NPO om te beslissen over welke voorstellen worden toegekend. Als het gaat om de online aanwezigheid en online activiteiten van omroepen, heeft de NPO ook een coördinerende rol om de herkenbaarheid en de vindbaarheid van het aanbod te borgen. Tot slot vroeg de heer Sjoerdsma en mevrouw Van der Gaaf naar een update over de halvering van reclame. De halvering van de reclame op de lineaire kanalen van de landelijke publieke omroep is in 2026 gerealiseerd. De halvering is in het mediabesluit vastgelegd en wordt tussen 22 en 26 stapsgewijs doorgevoerd. Was dat het einde van uw blokje landelijke publieke omroep? Ja. Nou, ja. Ja, dan ga ik nu even naar de leden. De heer Mohanders had zich al gemeld, de heer Bosma had zich al gemeld. Hoeveel? Vier. Niet helemaal natuurlijk. De heer Mohanders als eerste. En nogmaals, dat kan ik het best doen voordat iedereen begint met interrumperen. Korte en bondige vragen. Adviescollege, voorzitter. Een stukje adviescollege, ja. Dat bedoelt u toch? Oh, het specifieke stukje adviescollege. Ja, we hebben nog allemaal andere vragen over Kort Nederland. En... dan kijk ik nu even naar... Ja, dit gaat over echt het adviescollege. Gaat u gang. Ja. Wat mij even duizelde, voorzitter, dank voor het antwoord, is de staatssecretaris wijst naar een beleidsdoorlichting. Stond niet in de brief, dus het is voor mij nieuw. Klopt dat? En u zegt nu, het commissariaat voor de media en de Raad voor Cultuur, hun bevindingen geef ik mee aan het adviescollege. Daarmee blijft wordt gedeeltelijk, rolt het naar ons toe, want wij hebben eigenlijk gezegd, dit is ook weer het moment om breder te kijken naar de toekomstbestendigheid van die publieke mediaopdracht. Gaat dat adviescollege nou breder kijken dan wat er in de brief staat, of niet? Want dat blijft dan nog wel open. De staatssecretaris. Het adviescollege kijkt naar beoordelingssystematiek, kijkt naar toelatingscriteria, erkenningscriteria en verantwoordingscriteria. Dat is de opdracht van het adviescollege. En daarbij gaat het een interactief proces inrichten, waarbij dus verschillende partijen die betrokken zijn, de samenleving, erbij betrekken. Wetenschappers, wat ik ook net allemaal noemde. En de onderzoeken die al hebben plaatsgevonden, die worden er ook bij betrokken. Een bredere scope, dit wordt niet breder dan dit wat ik zeg eigenlijk. Is dat een antwoord op je vraag?
Dat was een antwoord. Of het naar tevredenheid is, ja, kan ik nu horen. Ja, dat is niet conform de oproep van in ieder geval bijna een Kamermeerderheid die zegt, kijk nou wel breder. We zijn als Kamer ook weer verplicht om een brede discussie te voeren binnen deze concessieperiode. En natuurlijk leidt dat niet tot revolutie, was de vorige keer ook niet. Het waren toch weer evolutionaire oplossingen en veranderingen die ook wel noodzakelijk waren. En ik denk dat we weer een stapje moeten zetten met elkaar. Dat is de oproep vanuit hier. En dan zou het mooi zijn als dit adviescollege breder kijkt. Het kan ook een ander onderzoek zijn. Een tweede onderzoek van de Raad voor Cultuur, à la de tijd staat open. Dat is eigenlijk de oproep. En ja, goed, ik wacht het antwoord af, maar we hebben nog een 2 minuten debat. Dat weten we nog niet, officieel. De staatssecretaris, u mag overal op ingaan. Ja. Ik wil nog wel even benoemen dat de specifieke takenpakket eigenlijk na het reces naar u toe komt. En daarin wordt ook een proces beschreven waarbij de Kamer natuurlijk wordt geïnformeerd gedurende het traject. En in die zin is er transparantie en zal er ook mogelijkheden zijn om te kijken hoe dat proces verloopt en wat de criteria, of in ieder geval waar het naartoe gaat. En zoals altijd zullen wij de mediabrief bespreken in het wetgevingsoverleg komend najaar. De heer Bosma. Voorzitter, dank u wel. Ja, het is allemaal heel mooi wat de staatssecretaris natuurlijk zegt, maar het heeft weinig binding met de realiteit. Het is best leuk om jezelf te feliciteren en te zeggen, de NPO zorgt voor een pluriform aanbod, maar dat is niet zo. Het is gewoon een links-liberaal feestje. Zie al die D66'ers die of bij de ministeries werken als bewindspersoon, ambtenaar of bij de NPO zitten. En het gevolg is dat het allemaal woke is, allemaal polycore, allemaal klimaatsocialisme, allemaal eurofilie, haat tegen Israël, haat tegen republikeinen. Het is gewoon overal hetzelfde. En dan zegt de staatssecretaris nu, ja, we hebben die omroepverenigingen, zo onderbouwt zijn herstelling. Maar het is nou net apenkool, want die omroepverenigingen doen niet ter zake. Je hebt gewoon de directeur video van de NPO, die gewoon zegt, dat programma wel, die presentator, en weet je wat, ik verzin er even een omroep bij. Dus dat die omroepverenigingen zouden staan voor pluriformiteit, is dan toch gewoon een totaal achterhaald verhaal. De staatssecretaris. Voorzitter, Ik hoor wat meneer Bosma zegt en ik denk ook dat we op die wijze eigenlijk ook wel heel kritisch moeten kijken. Maar ik weet niet of het achterhaalt en of dit ook allemaal goed onderbouwd is. Dat, ik durf daar eigenlijk geen uitspraak over doen op deze manier. Ik zou dan wel weer een onderzoek willen zien of goed gefundeerd. Laat ik het wel voorop stellen, als er... deze geluiden, ik hoor ook echt wel kritische geluiden en daar wordt echt naar gekeken. Er is een nieuwe voorzitter van NPO en die is net begonnen, die komt uit het bedrijfsleven, kent de mediawereld goed. En ik kan me voorstellen dat met de nieuwe voorzitter ook heel kritisch naar wordt gekeken. Nou ja, want als de staatssecretaris... Als ik de staatssecretaris hoor zeggen, alle stemmen kunnen toegang krijgen, dat is niet zo. Neem het Zwarte Piet dossier, dan zie je bij de NPO alleen maar tegenstanders van Zwarte Piet. Kijk naar de berichtgeving in zaken Amerika, dat is allemaal republikeinen, deugen niet. Kijk naar de berichtgeving in zaken Israël, dat land deugt niet. Alle stemmen kunnen geen toegang krijgen. Het is hetzelfde, het is het steeds elke avond weer hetzelfde links-liberale feestje. Ik heb het gehad over de almacht van de NPO. Daar stelt nu ook het commissariaat vraagtekens bij. Spreekt zelfs van censuur. Dat is nogal wat. Die almacht, bijvoorbeeld van de directeur video van de NPO... hoe verhoudt zich dat in hemelsnaam tot de mediawet? Want het enige wat de NPO moet doen, is sturen en coördineren. Hoe verhoudt zich dat tot de mediawet, de staatssecretaris? Voorzitter, ik wil eigenlijk alleen maar heel kort hierop reageren door te zeggen dat Ongehoord Nederland heeft een plek gekregen. En in het mediabestel. En dat laat zien dat het wel een open bestel is. En plek is voor. Dus een pluriform aanbod wordt gecreëerd. Meneer Bosma, uw derde interruptie. Ik heb het niet gehad over Ongehoord Nederland. Ik heb het over de directeur video. Die gewoon zegt, dat programma wel, die presentator niet. Dat programma schuiven we daar naartoe. Nee, die presentator mag daar niet. Die gewoon almachtig is. Mijn hele simpele vraag is... Ik haal dat niet uit de mediawet. Als ik gewoon kijk naar artikel 2.2.2, staan er de taken van de NPO. Daar staan dit soort excessen niet in. Als ik kijk naar de statuten van de NPO, staat daar zelf ook gewoon coördineren en sturing geven. Maar die almacht die de NPO nu naar zich heeft toegetrokken, die staat er gewoon haaks op de mediawet en op de statuten van de NPO. De staatssecretaris over de rol van de NPO.
Voorzitter, NPO gaat over de programmering. Punt. Oh, de NPO gaat over de programmering. Nou, dat is heel goed, want ik hoor net de staatssecretaris hoog opgeven van al die omroepverenigingen. Die zouden zorgen voor pluriformiteit. Dat doen ze dus niet, want de NPO gaat nu over de programmering. Ik haal nergens uit de mediawet dat de NPO gaat over de programmering. Ik haal het nergens uit de notulen van de NPO. Maar de NPO is extreem machtig geworden en bepaalt werkelijk wie presenteert welk programma, welk programma komt waar, welk programma gaat door. Het Zwarte Pieterjournaal mocht niet. De duim gaat omhoog, de duim gaat naar beneden door de directeurvideo van de NPO. Die is almachtig geworden. Dat staat haaks op de wet. En als u één ding moet doen, mevrouw de staatssecretaris, is ervoor zorgen dat de wet wordt nageleefd. En dat doet u niet. En dus zitten wij gewoon onze tijd te verdoen hier. Uw vraag? U bent het vast wel met me eens, hè, mevrouw de staatssecretaris? Ik kan niet wachten op het antwoord. Mevrouw de staatssecretaris. Voorzitter, nee, ik ben het niet met meneer Bosma eens. Maar ligt dat dan eens toe? Dat is toch gewoon de realiteit. De directeur video is almachtig. Dit is uw laatste interruptie, meneer Bosma. Ik dacht het zelfs dat ik er eentje te veel had gedaan. Nee, die ene had ik u gegeven omdat dat niet direct een antwoord was op de vraag. U bent een goed mens. Maar reageer er nou eens op die almacht van het NPO-bestuur in casu de directeur video. Dat staat toch haaks op de mediawet? Dat is toch geen uitvoering van de mediawet? En u moet er gewoon zorgen dat die wet wordt uitgevoerd. U moet gewoon die directeur video weer terugplaatsen in zijn hok. Bent u dat met mij eens? De rol van de mediawet. De staatssecretaris... En daarna mevrouw Wenner. Oh, sorry, ik doe heel erg mijn best. Maar ik vind deze opmerkingen en dat natuurlijk mediawet dat we aan ons aan moeten houden. Daar sta ik natuurlijk voor te houden. Gewoon helemaal. Daar ben ik voor. Maar al deze opmerkingen, ja, die heb ik nog niet ergens op gebaseerd. Dus ik kan daar niet op in meegaan. Maar mag ik wel even zeggen... Ik heb wel geluisterd, de kritische opmerkingen heb ik wel gehoord. Dus ik kan u wel verzekeren dat ik hier wel vragen over zal stellen... zodra ik in gesprek ben. Maar daar wil ik het ook eigenlijk. Maar ja, het is niet weer een manier om weer een discussie te starten. Nee, dat lijkt me ook zeker goed, niet voorzitter. De bedoeling. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Wenner. Ja, dank voorzitter. Heel even ter verheldering, hè, want ik had het over de online mogelijkheden van de publieke omroepen. En... is uw antwoord nou geweest, of is het antwoord van de staatssecretaris nou geweest... dat de NPO een coördinerende rol heeft... en dat daarom de publieke omroepen zelf, zelfs niet met eigen middelen... mogen bepalen wat ze online willen laten zien? De staatssecretaris. Inderdaad. Als het gaat... het is zo, ik wou het nog heel even checken voor de zekerheid. Maar als het gaat om de online aanwezigheid en online activiteiten van omroepen... heeft de NPO een coördinerende rol om de herkenbaarheid en vindbaarheid... ik citeer het ook omdat het ook echt zo staat, van het aanbod te borgen. Mag ik door? Voorzitter, is dat niet gek? Want het gaat hier namelijk om geld uit eigen middelen. Dan zou je toch kunnen denken van... nou, de publieke omroep staat gewoon vrij om die eigen middelen in te zetten... voor online uitingen, om op die manier geworteld te zijn bij hun achterban. Zouden we dat niet kunnen schrappen, vraag ik de staatssecretaris. Duidelijke vraag, de staatssecretaris. Voorzitter, het zou heel gek zijn als ik zeg... ja, dat gaan we doen. Maar dat gaat helemaal niet. Technisch gezien was de vraag of het zou kunnen. Ik denk dat maar blijkbaar is deze vraag... toch, hij komt terug. Dus laat ik het even... Vindt u het goed dat ik het meeneem en daar straks op terugkom? Dan kijk ik nog even verder. De heer Sjoerdsma had ook een vraag. Ja, voorzitter. Toch nog eventjes over dat onderzoek wat we gaan doen... wat eigenlijk... via een omweg nu een onderzoek wordt hoe de publieke omroep, laat ik maar zo zeggen, bestuurbaar en houdbaar houden. Hoe we hem overeind houden. En de staatssecretaris zegt, ik ga de adviezen van de Raad van Cultuur en het Commissariaat voor de Media meegeven. Dat lijkt me goed. Maar ik lees ook bijvoorbeeld in, als ik dan mag citeren uit de Raad van Cultuur. Die zegt eigenlijk dat een nadere operationalisering van de toelatingscriteria zal niet de oplossing zijn voor de problematiek waarvoor het omroepstelsel zich gesteld ziet.
Dus ik ben ervan overtuigd dat het een deel is en dat we het ook zeker moeten doen. Maar ik zou de staatssecretaris ook willen vragen of ze bereid is om de onderzoeksopdracht iets te verbreden. In die zin dat die commissie de opdracht krijgt om te onderzoeken op welke manier de duurzaamheid en de pluriformiteit van het bestel kan worden geborgd. Waaronder de operationalisering van. Want hebben ze ook het mandaat om iets breder te kijken. Want anders ben ik bang dat ze met handen en voeten gebonden zitten aan deze opdracht. Duidelijke vraag, de staatssecretaris. Voorzitter, ik stel voor dat ik eerst de brief stuur. En daar staat namelijk de takenopdracht ook goed vormgegeven. En dan, of in ieder geval uitgelegd. En dan kunnen we gaan kijken of het nodig is of niet. Mag ik u eerst de brief sturen? Want ik vind nu ook echt, anders loop ik vooruit. U mag altijd brieven sturen. Even voor de administratie. Op welke termijn krijgen wij dan die brief? Vlak na het reces, heb ik net gezegd. Ja. Zodat hij mee kan in de bespreking van de... Ja, voorzitter, ik verwelkom elke brief en ook de openheid waarmee dit ontvangen wordt. Het enige wat ik zou willen meegeven is dat ik denk dat het belangrijk is om in die brief in ieder geval dit gevoel mee te nemen. En wellicht dat andere partijen daar anders over denken, maar ik heb dat bij meerdere partijen toch beluisterd. En als ik dat zet naast de enorme oproepen, alarmsignalen van die twee adviesorganen, dan zou ik zelf ook zeggen, ja, er is wel enige reden om dat iets breder op die manier te trekken. Dus laten we die opdracht, inderdaad, die criteria is de kern. Maar laten we ze de gelegenheid geven om breder te kijken als dat kan opleveren. En daar worden we volgens mij allemaal beter van. Als we met die toezegging richting een brief gaan, dan ben ik al heel erg blij. We gaan het horen. Voorzitter, het is geen extra brief. Het is de brief die ik al zou sturen over taakopdracht en de commissie. Dus daarin, dat is de brief. En ik hoor meneer Schoortsma zeker. Dan vervolgt u uw betoog. Nederland. Even kort stilstaan over het proces. De NPO-ombudsman heeft dus recent onderzoek gedaan naar uitzendingen van Ongehoord Nederland. De NPO heeft laten weten dat zij op basis van dit onderzoek voornemens is een sanctie op te leggen aan Ongehoord Nederland. En Ongehoord Nederland kan op dit moment een zienswijze geven op dit voorgenomen besluit. Vervolgens volgt het definitieve oordeel van de NPO hierop. Dit even het proces te verduidelijken voordat ik doorga met de vragen. De heer Mohandes vroeg mij naar Ongehoord Nederland en of twee keer een gele kaart ook rood betekent daarna. Of ja, of daarmee. In het algemeen wil ik toch hierover zeggen dat de media echt best wel heel goed in staat is om zichzelf te controleren en te reguleren. Kunnen we dat ook alsjeblieft benoemen? Want dat is ook belangrijk dat we dat benoemen voor de media. En de mediawet geeft heel duidelijk aan welke controlemechanismen er zijn en welke processen moeten worden doorlopen, zoals nu ook het geval is. Dus die processen worden nu doorlopen. Ik heb als bewindspersoon van media inderdaad de bevoegdheid om een erkenning in te trekken als de NPO of het commissariaat voor de media 2 maal een sanctie oplegt. Maar ik wil nu ook niet op een situatie ingaan wat als. Want dat verstoort de processen waar we in zitten. Dat zou echt een uitspraak zijn wat totaal niet wijs is. Dat moeten we niet doen. We moeten echt deze processen zorgvuldig goed doorlopen. En ik heb dit op allerlei manieren ook al gezegd, maar ik hou me daaraan, want dat is belangrijk. Mevrouw Westerveld vraagt of Ongehoord Nederland zich aan de mediawet houdt. Het commissariaat voor de media heeft als onafhankelijk toezichthouder de rol om toe te zien op de mediawet. Het commissariaat bepaalt zelf of en wanneer zij overgaan tot een onderzoek en welke gevolgen zij hieraan verbinden. De heer Van Baarle en de heer Van Strien vragen welke rol ik voor mezelf zie. Uiteraard volg ik alle discussies en zie ik wat het in de samenleving doet. Ja, uiteraard. Maar als ik mij hier nu over... Nou, ik zei het net al eigenlijk. Als ik mij hierover uitlaat, dan verstoort dat het proces. En dat moeten we niet doen. Ik wil het afronden met dat ik wel vertrouwen, dat ik echt vertrouwen heb in dit proces. Hoe het nu gaat. En het commissariaat bepaalt zelf over te gaan wanneer en onderzoek welke gevolgen. Dat heb ik al aan mevrouw Westerveld al
beantwoord. Oh ja, tot slot vroeg de heer Van Strien hoe ik mij in ga zetten om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Ik zet mij in voor een sterke en onafhankelijke mediasector. Dat is essentieel om desinformatie te ontkrachten. Mijn collega's van Binnenlandse Zaken zetten zich in om de verspreiding van desinformatie online tegen te gaan. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan de EU, aan het EU-beleid op het gebied van zelfregulering van sociale media en het vergroten van bewustzijn bij mensen in samenwerking met het netwerk Mediawijsheid. Daarnaast vind ik het belangrijk om te onderzoeken of ons publieke mediabestel goed om kan gaan met de grote ontwikkelingen met deze tijd, zoals de verspreiding van desinformatie. Dat laat ik onderzoeken in de beleidsdoorlichting media. Dus daar kom ik ook op terug. Dan zijn er op dit gebied in ieder geval vragen van de heer Mohanders en de heer Van Baarden. En mevrouw Westerveld. Meneer Mohanders, alweer. Voorzitter, dank voor het antwoord van de staatssecretaris. Maar dat is niet waar ik naar vroeg. Ik weet ook heel goed dat een omroep of het omroepen zichzelf kunnen reguleren. En daar hebben we ook een NPO-ombudsman voor. Maar de wet zegt ook op het moment dat de NPO of het commissariaat sanctioneert, bij de 1-2 keer binnen de erkenningsperiode, de andere 2 keer in 1 jaar, dat de bal ook een keer uw kant op rolt. En mijn vraag was niet gericht op Ongehoord Nederland. Want als het BNNVARA was, had ik deze vraag ook al. Het gaat er mij om, of, en dat is de vraag aan de staatssecretaris, wij hebben regelgeving. En wat betekent nou een tweede of een derde gele kaart? Dat is mijn vraag. Ja. En ik weet heel goed dat we ons niet moeten mengen in programmering. Maar ik wil ook dat de staatssecretaris zich niet schuilt achter de NPO en het commissariaat. Uiteindelijk komt die bal uw kant op. Want uw eigen voorganger schrijft dat gewoon in 2021... Ook de minister, staatssecretaris, heeft ook een bevoegdheid. De staatssecretaris. Nou, volgens mij heb ik dat net genoemd. Ik heb gezegd als bewindspersoon voor media dat ik inderdaad een bevoegdheid heb om een erkenning in te trekken als de NPO of het commissariaat voor de media 2 maal een sanctie oplegt. Dat heb ik al gezegd. Dan is er een bevoegdheid. Volgens mij is dat helder. Maar meneer Mohanders, ik wijs u erop, uw laatste vraag. Kom erop. Meneer Van Baarden. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vind de reactie van de staatssecretaris en dus ook van het kabinet in de richting van Ongehoord Nederland vind ik te veel afhouden ten aanzien van waar we het met elkaar over hebben. We hebben het hier over racistische theorieën, omvolkingstheorieën die de eter in gezonden worden, die terroristische aanslagen kunnen inspireren. Dat is waar we het over hebben. En dan kunnen we ons inderdaad niet verschuilen achter instituten en achter bevoegdheden. Hier moeten we stelling tegen nemen. En voorzitter, is deze staatssecretaris, want ik had de staatssecretaris deze vraag gesteld, bereid om aan het commissariaat voor de media te verzoeken om met een oordeel te komen hiertegen? Want met zo'n oordeel in de hand kan u acteren. Dus is de staatssecretaris dat bereid? De staatssecretaris. In de brief in de Kamervragen heb ik samen met de minister van Justitie en Veiligheid hebben we de Kamervragen beantwoord. En ik moet even kijken, ja, dat was een nogal een brede Kamermeerderheid. Of Kamerleden die vragen stelden. Hebben we samen, eigenlijk de minister van Justitie en Veiligheid heeft gezegd, ik ben bereid om. Dat is namens de minister van Justitie en Veiligheid heb ik die brief ondertekend. Want zij gaat over NCTV, hè, om dat inderdaad te gaan onderzoeken. Of NCTV bereid is om te onderzoeken wat de effecten van de omvolkingstheorie op televisie zijn. Dat was het antwoord. En de commissariaat voor de media, die zou ik kunnen vragen. Ik begrijp dus, u wilt dat ik vraag, of sorry, de voorzitter, ik zit echt een beetje te zoeken. De heer Van Baarden vraagt of u bereid bent om aan het commissariaat van media een oordeel te vragen. Een oordeel te vragen over dat omvolkingstheorieën worden uitgezonden. Ja. Ja, kijk voorzitter, mijn vraag is eigenlijk tweeledig. Het eerste gedeelte van mijn vraag, dat gaat over dat ik van de regering meer verwacht als er op de Nederlandse publieke omroep dit soort drek wordt uitgezonden. Maar het ging specifiek, de verheldering ging specifiek over de rol van het commissariaat. En de verheldering is, u kunt het commissariaat verzoeken om een oordeel uit te spreken, om dit te onderzoeken. Want met zo'n oordeel in de hand kunt u acteren als bewindspersoon. Duidelijk, de bewindspersoon.
omdat het commissariaat voor de media, voorzitter, toch eigenstandig opereert, ben ik een beetje aan het uitzoeken of ik dat wel of niet kan. Het is een eigenstandige. Vragen kan altijd, maar ze gaan er zelf over. Ja, ze gaan er zelf over. Dat is wat ik ook dacht. Dus ik ben dat nog even aan het uitzoeken. Ik kan het meenemen voor u, maar volgens mij, laat ik het hier helder hebben, commissariaat voor de media bepaalt zelf of ze wel of niet onderzoek doen. Maar u wilt iets... De heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Kijk, ten aanzien van uw antwoord over de NCTV. Kijk, ik ben deze afwachtende houding een beetje zat. Want de staatssecretaris die zegt net letterlijk, we gaan onderzoeken of de NCTV bereid is om te onderzoeken of... Nee, voorzitter, ik wil gewoon graag van deze staatssecretaris weten of de NCTV subiet gaat onderzoeken of het gevaarlijk is dat dit soort extremistische theorieën worden uitgezonden. Twee, en dat is specifiek over het oordeel van het commissariaat voor de media. Voorzitter, in de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen heeft deze staatssecretaris naar de Kamer gezonden. Het vragen van een tussenoordeel aan het commissariaat voor de media heeft op dit moment geen toegevoegde waarde. Dus u kunt dat dan vragen. En voorzitter, we hebben nu een terroristische theorie die is uitgezonden op een Nederlandse publieke omroep. Voorzitter, dan lijkt het me toch van toegevoegde waarde zijn om dat nu wel te vragen. De staatssecretaris. Voorzitter, ik neem deze even mee. En ik kom in de tweede termijn op terug. Dan waren er nog vragen van mevrouw Westerveld en mevrouw Van der Graaf. Ten eerste mevrouw Westerveld. Ja, die sluiten hierop aan, voorzitter. Want natuurlijk kan de minister in gesprek gaan met het commissariaat om dit te vragen. En mijn vraag in eerste termijn was ook breder. Ik vroeg specifiek ook naar de rol van het commissariaat. Want ik begrijp dat ze eigenstandig onderzoek kunnen doen. Maar wat ik niet zo goed begrijp is dat als je een commissariaat hebt dat ook als taak heeft om te kijken of aan de mediawet wordt voldaan. En ik zou zeggen dat is zeker een vraag die hier op tafel ligt. Die het commissariaat dus moet beantwoorden. Want zij gaan daarover. Dan vraag ik me af waarom het dan de NPO is die een sanctie oplegt en niet het commissariaat. Dus ik ben echt hier in verwarring over de rol die het commissariaat heeft. En ook de verhouding tussen het commissariaat en deze staatssecretaris. De staatssecretaris. Deze nemen we meteen mee, voorzitter. Want het is ik vind het ook een terechte vraag. Gaan we even goed uitzoeken. Dan mevrouw Van Graaf. Ja, voorzitter, ik verontschuldig mij even dat ik net wat later binnenkwam. Ik zat ingesloten ergens op de begane grond en er was een deur achter mij in het slot gevallen. Maar ik ben gevonden. Maar daardoor miste ik wel die eerste belangrijke punten die de staatssecretaris aanhaalde over het adviescollege. En ik kwam aan het staartje van de discussie binnen. Dus mag ik daar nog een vraag over stellen? Dat mag u uiteraard. En wij zijn allemaal heel blij dat u gevonden bent. Ja. Ik denk dat ik namens de hele commissie spreek dat wij de verloren dochter weer in ons midden verwelkomen. Ja, exact. Dus les 1, neem geen shortcuts en ga niet deuren openen waarvan je niet weet wat daarachter te vinden is. Helemaal niet als ze achter je in het slot vallen. Voorzitter, ik heb de staatssecretaris gevraagd in eerste termijn om ook een toezegging te geven op dat externe pluriformiteit niet ter discussie staat. Kan zij dat hier bevestigen? Voorzitter, ik heb dat net inderdaad benoemd, dat die net niet ter discussie staat. Die externe pluriformiteit is iets wat we belangrijk vinden en moeten koesteren en waarderen. En dat heb ik net inderdaad benoemd. Dan heb ik als vervolgvraag, als het gaat om de taakopdracht en over de toelatings- en verantwoordingscriteria, kunnen we er dan ook van uitgaan dat dat binnen dit omroepbestel gezocht zal worden en dat niet deze commissie tot taak zal krijgen om een hele nieuwe visie op het omroepbestel neer te leggen, maar echt zich te beperken tot de toelatings- en verantwoordingscriteria zoals die ook bedacht waren. Het adviescollege richt zich op erkenningscriteria, verantwoordingscriteria en beoordelingssystematiek. De instroom, uitstroom. En ik heb met de Kamer net afgesproken dat er na het reces meteen een brief komt waarbij de commissie informatie is over de commissie en ook het takenpakket. En het gaat niet om het, nou wil ik wel even benoemen, eigenlijk niet om het
het hele bestel totaal om te gooien, maar juist om het te versterken en beter te verankeren. Dit bestel. En van die brief hebben we afgesproken dat hij richting het eind van de zomer onze kant op komt. De heer Van Baalen had toch nog een vraag. Zijn derde, geef ik hem mee. Ja. Ja, dat is geen enkel probleem, voorzitter. Daar ben ik me terdege van bewust. Voorzitter, want de staatssecretaris geeft aan dat zij nog met een nadere beantwoording komt ten aanzien van Ongehoord Nederland. En ik had de vraag gesteld in mijn eerste termijn, en ik hoop dat de staatssecretaris daar dan ook op kan reflecteren, is of wij als Nederlandse publieke omroep en de regels die wij daarbij gesteld hebben wel weerbaar genoeg zijn tegen racistische boodschappen die worden uitgezonden. Tegen theorieën die worden verspreid met een inherent racistisch karakter. De fundamentele vraag is, hebben wij genoeg regelgeving in de hand? Wat mij betreft is dat de fundamentele vraag, om ons daartegen te wapenen en dit soort dingen te weren. Dus zou de staatssecretaris die vraag ook kunnen beantwoorden? De staatssecretaris. Ja, voorzitter. We hebben controlemechanismen. We hebben een goed werkend systeem, wat inderdaad ook nog hier geprezen is, een NPO-ombudsman. En die NPO-ombudsman die doet goed onderzoek, komt met uitspraken. Vervolgens hebben we een commissariaat voor de media. We hebben, die kan, als het nodig is, met sancties komen. We hebben gewoon een goed mechanisme, controlemechanisme. En ik word echt op allerlei manieren gevraagd, en ook door meneer Van Baarle, om een standpunt in te nemen. En ik wil dat nu niet. Ik vind het echt belangrijk. Het zou toch te gek voor woorden zijn als een staatssecretaris zich gaat mengen met in programma's en ook allerlei bij de commissariaat voor de media met wetten. Dat gaat niet. Dat zou echt een hele gekke situatie zijn. Dan gaat de overheid zich gewoon mengen in de media. Dat is echt waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Wat dan weer de tweede interruptie, zeg ik er maar even bij, van mevrouw Westerveld oproept. Ja, want dat is dus juist niet wat hier wordt gevraagd. Dat de overheid zich mengt in de inhoud van programma's. Hier wordt gevraagd of de staatssecretaris aan het commissariaat wil vragen om dit te onderzoeken en een uitspraak. Dus juist om er vanaf te blijven, ook als Kamer, maar ook voor het kabinet, hebben we natuurlijk een commissariaat dat toeziet op het naleven van de wet. En dat is de vraag die, ja, ik hier aan mijn linkerkant, maar ook aan de andere kant. Dat is de vraag die vanuit de Kamer aan de staatssecretaris wordt gesteld. Het is inmiddels ook uitgezocht, voorzitter. Nou, ik wou even namelijk echt zeker weten of het eigenstandig is, of dat ik dat ook echt kan vragen. Maar dus ik kan vragen om dit te onderzoeken. En nou goed, dat hebben we nu helder. Oh ja, dat, en ik moet er wel in een tweede zin bijzin zeggen, of ze gaan handhaven, dat is aan hen, maar ik kan het ze wel vragen. Dat mag, maar u weet daar de consequenties van. Ja, ik weet daar de consequenties van, voorzitter, maar die consequenties die ga ik dragen en ik ga daarbij mijn emoties niet tonen. Voorzitter, de staatssecretaris heeft het uitgezocht. Is ook in lijn met eerdere beantwoording van schriftelijke vragen. Maar voorzitter, de hamvraag is natuurlijk, gaat deze staatssecretaris dat dan ook daadwerkelijk doen? Dus gaat u aan het commissariaat voor de media de vraag stellen, deugt het dat we Ongehoord Nederland hebben die racistische theorieën de wereld inslingert? Is hoe ik het zou formuleren, maar de staatssecretaris is natuurlijk vrij om haar eigen onderzoeksvraag aan het commissariaat van de media te formuleren. Maar gaat de staatssecretaris dit doen, kan ze dit toezeggen? De staatssecretaris. Voorzitter, het is wel jammer dat meneer Van Baarle zijn vraag hiervoor, toch dat begrijp ik uit dit geheel, dat dat ook een vraag was die u ook had kunnen sparen voor andere onderwerpen. Ja, ik ga het doen, wel met andere formuleringen waarschijnlijk, maar ik ga die vraag stellen aan de commissariaat. U vervolgt uw betoog. Even kijken. Flexwerkers bij de publieke omroep. Mevrouw Westerveld vroeg naar de verhouding flexvast. En eigenlijk deel ik deze zorgen heel erg met mevrouw Westerveld. En
De grote, ja, precies. Ik zit even naar de cijfers te kijken. Ik neem dit serieus. Dat heb ik ook eerder bij afgelopen zaterdag bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Vereniging van Nederlandse Journalisten ook toegezegd. Dat ik hier echt werk van ga maken en ook in gesprek ga met de voorzitter van de NPO, die dit ook heel serieus neemt. En er zijn ook, geloof ik, allerlei gesprekken in het veld hierover met de voorzitter. Even kijken, de verhouding vast flex contracten is nu 60-40, dus 60 vast, 40 flex. In CAO, publieke omroep, die voor dit jaar geldt, is een verhouding afgesproken van 70-30. En NPO heeft als onderwerp geagendeerd in het kader van veilige werkomgeving. Dus ook daar wordt dit heel serieus genomen. En ik ben het eigenlijk met mevrouw Wessenveld eens dat dit beter kan. En niet alleen bij jongeren, maar ook bij vrouwen, die vaak hierdoor geen zwangerschapsverlof kunnen opnemen en allerlei onveilige, onzekere situaties ontstaan. Wie structureel werkt, moet structureel beloond worden. Dus ik hou dit in de gaten. De heer Quint vroeg naar de positie van freelancers. Eigenlijk kan ik hierbij ook zeggen dat fair pay voor werk erg belangrijk is, ook voor freelancers. En daarom ben ik dan ook eigenlijk blij te zien dat DPG recent een werkcode heeft gelanceerd. En daar heeft NVJ heel lang over gedaan, een heel traject doorlopen. En daarin zijn tariefafspraken voor freelance journalisten afgesproken. En als ik het me goed herinner, ik heb iets met cijfers, dat is volgens mij 30 euro per uur is de ondergrens. Even kijken, dus dit is positief. Bij de publieke omroepen bestaat sinds 2020 de Fair Practice Code. Goed opdrachtgeverschap publieke omroepen, even volledig gezegd, genoemd. Met daarin tariefafspraken voor freelance journalisten. Deze code loopt in beginsel voor onbepaalde tijd. En dus ik dacht, misschien heb ik hiermee wel de vraag beantwoord. Toegankelijkheid. Ook een belangrijk onderdeel van de publieke omroep. Ja. Goede toegankelijkheid van programma's is van belang voor alle bevolkingsgroepen van de Nederlandse samenleving. Dat geldt ook waar het gaat om een kwetsbare groep als blinden en slechtzienden. Mevrouw Wessenveld stelde de vraag of kwalitatieve doelstellingen met betrekking tot ondertiteling kunnen worden opgenomen in de mediawet. De behoefte aan kwalitatief betere ondertiteling is een signaal dat de doelgroep al verschillende malen heeft aangegeven. En ik wil met de doelgroep en de NPO gaan kijken hoe de kwaliteit beter gerealiseerd kan worden. Ik wil eerst een beter beeld krijgen van waar het probleem nu precies zit. En voordat ik waarborgen ga vaststellen via kwalitatieve doelen in prestatieafspraken of de wet. Dus ik zou graag een tijd willen hebben om dit goed in kaart te brengen. Mevrouw Werner vroeg nog of audiodescriptie meegenomen kan worden in de volgende wetswijziging. Ik snap dat zij hecht aan het belang hiervan. Het is inderdaad een heel belangrijk middel voor doven en slechthorenden om de programma's van de NPO te kunnen zien. In de prestatieovereenkomst zijn hierover inderdaad al afspraken gemaakt met de NPO. De NPO voorziet jaarlijks inderdaad tenminste 8 programma's van audiodescriptie. En dit wordt ook afgestemd met de doelgroep. Waarbij ik wel moet aangeven, en dat weet mevrouw Werner volgens mij ook, dat een groot deel van de programmering van de NPO zich niet goed leent voor audiodescriptie. Bijvoorbeeld talkshows is daar een voorbeeld van. Het heeft vooral meerwaarde bij films en series waarbij grote vertelkracht uitgaat van het beeld. Maar ik zie wel de gezamenlijke uitdaging en ik wil in gesprek met de doelgroep en de NPO om te kijken hoe we toegankelijkheid voor deze groep kunnen verbeteren. Ik kan u hier over tijdens de mediabegrotingsbrief of in de begrotingsbrief nader over informeren, met u goed vinden. Dan wil ik doorgaan met de lokale omroepen. Nou, het kabinet kiest ervoor om stevig in te zetten op de lokale media, lokale journalistiek,
staat dichtbij mensen en speelt een essentiële rol in de lokale democratie. Tegelijkertijd staat deze laag in het publieke mediabestel ook onder druk. Dat werd al benoemd daarnet. Professionalisering en onafhankelijkheid van lokale media is dus noodzaak. En daarom ga ik het volgende doen. Misschien is dat goed om even kort te benoemen hier. Lokale omroepen krijgen een nieuw en steviger fundament. Er komt meer geld voor lokale omroepen en lokale omroepen krijgen een onafhankelijke positie om goede journalistiek te kunnen bedrijven. Ik ga hier voor een nieuwe financieringssystematiek ontwikkelen. En dat doe ik niet alleen. En dat is ook heel goed dat ik dat niet alleen doe. Dat doe ik samen met NLPO en volgens mij, dat zal ik even niet zeggen. NLPO, die zit in de zaal, wou ik zeggen. En de VNG, maar ook het Commissariaat voor de Media, Binnenlandse Zaken en de RPO. Er is een werkgroep, hier wordt aan die nieuwe inrichting gewerkt, waarbij er ook wordt gekeken naar de rol van de gemeente, naar de coördinerende taak van de NLPO. En het is een complex traject en met als doel 1 januari 2025 die wetswijziging ook te hebben gerealiseerd. Ondertussen wordt er ook aan een professionaliseringstraject gewerkt. Voor de lokale omroepen. Een nieuwe subsidieregeling wordt ingericht door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in samenspraak met NLPO. Omdat NLPO juist heel goed weet wat de lokale omroepen willen. Uiterlijk september gaat dit loket open. Eigenlijk zou het in augustus misschien al kunnen, maar dat heeft te maken met het reces. Daarom wil ik voorzichtig zijn en zeggen dat het in september open gaat. Ook de samenwerking tussen de drie lagen van het publieke omroep wordt verder gestimuleerd. De omroepen zijn gevraagd om hier plannen voor in te dienen. Dus zowel landelijke omroepen, regionale omroepen en lokale omroepen. En uiteraard wordt ook lokale onderzoeksjournalistiek verder versterkt met lokale, met de middelen, met lokale middelen. Vervolgens heb ik hier vragen over gekregen. De heer Van Strien vroeg naar het eindbeeld van de van het lokale deel van het bestel van streek. Even kijken hoor. Naar het eindbeeld van het lokale deel van het bestel en streekomroepvorming. Voor het einde van het jaar zullen de contouren van dat eindbeeld er ook zijn. Belangrijke elementen zijn daarbij dus de onafhankelijkheid, professionaliteit en bestaanszekerheid. En intussen kunnen lokale omroepen dus verder gaan met streekomroepvorming als ze dat willen. Het is niet een doel. Het versterken van lokale media is het doel. En professionaliseren van de lokale media is het doel. En als ondertussen lokale omroepen zich willen schaalvergroting of wil je samenwerken tot een streekomroep, is dat een onderdeel daarvan. Met de regeling professionalisering gaan we zoveel mogelijk anticiperen op de situatie na de stelselwijziging. Dus kijken hoe we naar de toekomst kunnen werken met de lokale omroepen. Hoe we dat heb ik eigenlijk al gezegd. Het doel is om omroepen te helpen de basis van een professionele organisatie op orde te krijgen. Dus daarin kan de journalistiek goed geborgd worden. Plannen die ze in gaan dienen voor de regeling professionalisering kunnen streekomroepvorming mogelijk maken. Meneer Mohandis, even te kijken. Ja, er is nog een vraag van meneer Van Strien, maar daar kom ik zo op terug. De heer Mohandis. Tegen de heer Mohandes zeggen dat de regeling professionalisering omroepen per organisatie en per streek de ruimte geeft zelf te bepalen om te gaan doen wat er ook nodig is. Er is ruimte voor maatwerk. Er is natuurlijk geen eenduidige oplossing voor alle omroepen, maar wel ruimte voor maatwerk. Het Stimuleringsfonds beoordeelt, monitort en evalueert de plannen jaarlijks. En overigens samen met NLPO ook. In een eerdere pilot hebben we gezien dat omroepen kiezen voor bijvoorbeeld het aanstellen van een hoofdredacteur of nieuwscoördinator die de grote lijnen uitzet tot het in dienst nemen van volwaardige redacties. Dus zo verschillend
is dat zowel hoofdredacteur als nieuwscoördinator als volwaardige redacties zijn onderdeel van dit traject. Maar ook streekomroepvorming kan dus ook weer doorgezet worden. Dus het is geen belemmering. Lokale media versterken betekent ook dat streekomroepvorming gewoon doorgezet wordt. Daarna stelde de heer Van Strien een vraag over de samenwerking tussen de landelijke, regionale en lokale omroep. Nou, die samenwerking is belangrijk. Daar kan ik niets anders over zeggen. Het is gewoon wel veel over zeggen, maar dat het belangrijk is, wil ik onderstrepen. De pilot versterking lokale journalistiek door samenwerking loopt nog tot midden 2023. NOS, RPO en NLPO werken hierin samen. Het zorgt voor meer menskracht en kennisdeling over bijvoorbeeld de werkwijze. Door kennis en ervaring te delen wil ik ook dat de lessen structureel ingebed worden. De heer Sjoerdsma vroeg naar de verduurzaming van kennis en ervaring uit de verschillende pilots, lokaal en regionaal. Die borg ik in de nieuwe regeling professionalisering lokale omroepen door het stimuleringsfonds hierin nauw te laten samenwerken met NLPO. Dus dat is wat ik ook net benoemde. Door die samenwerking wordt er ook die kennis en die ervaring ook doorgegeven. En we moeten tempo maken. Daar heeft het ook mee te maken. Als dat loket snel open gaat, dan gaat kennis, mensen, ervaring gaat ook door in die nieuwe omroepen. En dit is dus een professionaliseringsslag tot 1 januari 2025. Waarbij dus elke keer nieuwe omroepen kunnen instromen en kunnen professionaliseren. Tot die periode. Kijk heel. Dus eind 1 januari 2025. Goed, ik ga wel even door met de vragen, dan komen er nieuwe vragen. Ik zie dat in de pilots regionale en lokale omroepen allerlei manieren vinden om de lokale journalistiek te versterken. De resultaten ga ik betrekken bij de stappen die ik zojuist heb aangekondigd. En ik bundel de krachten van de partijen achter al die plannen. Dat betekent dus NLPO, VNG en Stimuleringsfonds. Die gaan samen werken we aan de inrichting van de nieuwe aan de nieuwe inrichting van de lokale laag van de publieke omroep en professionaliseringsslag daarnaartoe en de samenwerking. En ook RPO is daarbij betrokken. De heer Sjoerdsma geeft nog een prikkelende gedachte mee om te bekijken hoe op termijn integratie binnen het bestel kan plaatsvinden. Hij vindt streek, regionaal en nationaal wat druk. Ik begrijp die gedachte wel. Ik moest hem nog heel even verwerken. Maar er zijn ook weinig landen met zoveel lokale en regionale omroepen. Maar ze werken gelukkig ook steeds meer met elkaar samen. Dus ik zal de vertegenwoordigers van de omroeplaag vragen naar een reflectie op de vraag van meneer Sjoerdsma. Ik benadruk op hetgeen de heer Quint aanhaalt, de situatie bij omroep 1 Twente, dat zij snel ook weer kunnen aanvragen. Het gaat hier verder om een discussie tussen de omroep en de gemeente Enschede. Het bestuur is opgestapt uit onvrede over het uitblijven van structurele gemeentelijke financiering. Dit toont wel waarom het zo belangrijk is dat omroepen in hun basisorganisatie stabieler moeten worden en minder afhankelijk van hun gemeentebestuur. En daar ga ik mee aan de slag. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de lokale publieke omroep. En dat blijft zo totdat het bestel is herzien op 1 januari. Hopelijk, dat is het doel, 2025. Dit was het kopje lokale omroep. Ik heb nog regionale omroepen, maar daar zijn ook wel wat vragen, heb ik begrepen. Nee? Ik ga nu eerst even het blokje lokaal doen. De heer Mohandes met zijn laatste vraag. Ja, voorzitter, de vraag die ik in de eerste termijn had over die extra middelen is, hoe weten we dan dat we straks in 2025, die verdere professionalisering van die lokale omroepen naar streekomroepen ook meer aan het realiseren zijn? Dus hoe zorgen we er nou voor dat die omroepen die moeilijker mee kunnen, lokaal, ook echt op het gewenste niveau komen? Omdat we ook meer verwachten van die lokale omroepen. Dat betekent ook iets meer continueren. De vraag is of dat nou via zo'n fonds voor journalistiek moet. Hè, of dat niet op een andere manier gericht kan. Zodat we in 2025 terugkijken op die investeringen. Wel die stappen hebben gezet. Even als stip op de horizon. We hebben regionale vensters op landelijke netten. Ik zou ook toe willen naar de situatie.
als we op dat gewenste niveau komen waar we willen komen, om ook te werken aan lokale vensters op landelijke netten. Even als stip op de horizon. Dus ik zoek even naar iets meer, niet alleen maar dat het een ontwikkeling is, ja, dat weten we, maar iets meer van hoe zorgen we er nou voor dat die extra middelen ook ervoor zorgen dat die omroepen die moeilijker mee kunnen ook op dat niveau gaan komen. Dus gewenste niveau gaan komen. Voorzitter, dat is dan precies waarom we ook Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen mee ontwikkelen aan dat traject van die regelingen, subsidieregelingen, die dus heel snel opengaan. Die zijn onderdeel van dat proces, hoe welke regeling, op welke manier, de evaluatie. Dus ze zijn helemaal betrokken. Dus de lokale omroepen doen dat samen met het stimuleringsfonds. Die doet dat niet alleen. Dus in die zin ook is er ook een moment van toetsen en kijken wie mee gaat er mee, stimulering. Dus dat is in ontwikkeling. Ik wil eigenlijk nog een keer onderstrepen dat dat dus met de lokale omroepen wordt gedaan. En niet alleen vanuit het stimuleringsfonds. Mevrouw Westerveld. Ja, ook op dit punt, voorzitter. Want het gaat trouwens de staatssecretaris moet even de microfoon uitzetten. Ja. Want zodra het bij pilots blijft, en dat was de vorige periode ook, dan blijft natuurlijk die onzekerheid. Dus ik zou graag wat meer duiding van de staatssecretaris willen hebben. Om hoeveel structurele middelen gaat het? Is de doelstelling om al die 120 journalisten te behouden? Per wanneer? En inderdaad, hoe zorgen we nou voor op lange termijn dat er gewoon duidelijkheid en helderheid komt? Voorzitter, we gaan naar een structureel inrichting van de lokale laag van de publieke omroep. En daarnaartoe, het zijn geen pilots, het zijn eigenlijk het is een subsidieregeling die tot die tijd doorgaat waar lokale omroepen professionaliseringssubsidies voor kunnen krijgen. En de inrichting daarvan, dat wordt samen met de lokale omroepen, de NLPO, dus de lokale omroepen, vormgegeven. Dus in die zin is het een ontwikkeling die alleen maar groter en tot die professionalisering gaat. Het zijn eigenlijk geen pilots, maar subsidieregelingen. Tot die professionalisering ontwikkelt, vervolgens de nieuwe inrichting ingaat en financieringssystematiek, wat ook met aangescherpte criteria gaat werken vanaf 1 januari. Het is een complex traject, dat onderstreep ik hier wel. Dan geef ik het voorzitterschap even aan de heer Mohandis, zodat ik een vraag kan stellen. Zeker, heer Quint, uw vraag. De staatssecretaris zegt, ja, het conflict bij 1 Twente zit hem vooral op de lokale financiering. En dat is deels waar. Maar er zit ook een ander probleem, namelijk dat juist de streekomroepen die de afgelopen jaren een subsidie bij het stimuleringsfonds konden aanvragen, dat konden omdat zij een professioneringsslag aan het maken waren. Nu zij eenmaal staan als streekomroep, is het zeer onzeker wanneer zij weer een aanvraag doen bij het stimuleringsfonds, of zij die opnieuw zullen krijgen, omdat zij niet meer in zo'n ontwikkeling zitten, maar in principe al ergens zijn. Terwijl iedereen denkt, we zijn hartstikke blij met die streekomroepen, het is een richting waar een hele hoop mensen enthousiast over zijn. Dus komen zij nog wel in aanmerking voor die middelen bij het stimuleringsfonds, ook wanneer zij al een solide streekomroep zijn? De staatssecretaris. Voorzitter, ja, ze zijn ook al in gesprek. Er is ook een ontwikkeling gaande. Dat is inside info wat ik krijg. Maar streekomroepen en ook 1 Twente kan aanvragen indienen. Is het open? Ja, en uiteraard na augustus, september. Meneer Quint, u heeft nog interrupties. Dus, Ik heb ze nog te over, maar ik stel voor dat we het debat vervolgen. Ik draag het voorzitterschap weer over. Dat moet even gezegd worden, zo, op die manier. Aan de Quint. Oh, die de heer Van Strien over het hoofd had gezien. Die heeft ook een vraag. Kan gebeuren. Ik ben toch een heel klein beetje confus door de beantwoording van de staatssecretaris. Mij is nu nog niet helder of het streekomroepen nu uiteindelijk een doel aan zich is met een soort van nieuwe vierde laag. Of dat het puur is dat lokale omroepen gaan samenwerken en hoe die elkaar dan verhouden. De staatssecretaris noemt het complex. Dat herken ik. Maar mij is ook nu niet duidelijk wat er nu met die 120 journalisten, 100 FTE, waar die nou gaan landen. Gooien we dat nou overboord of niet? Pilots worden wel pilots genoemd en dan weer subsidiestromen. Dus volgens mij gaan er een aantal dingen lopen er door elkaar heen. Zou ik de staatssecretaris misschien kunnen verleiden, voordat ik ook op een andere vraag kom, om gewoon even een brief specifiek op de visie die zij heeft op die lokale omroepen, de ontwikkeling, met die streekomroepen, met de NLPO, met de RPO, met de subsidies, met de pilots. Want volgens mij lopen nu een aantal dingen door elkaar. En is het voor ons lastig nu om te beoordelen waar de staatssecretaris nou uiteindelijk wil landen.
Voorzitter, ik begrijp deze vraag. Het is natuurlijk volop in ontwikkeling en het is complex. En het zijn verschillende trajecten die lopen, die wil elkaar gaan versterken. Dus ik doe dat graag. Ja hoor. Nou, nog één openstaand punt. Dat was namelijk de verhouding tussen lokaal commercieel en lokaal publiek. De staatssecretaris heeft het aan het constant over dat we de lokale laag moeten versterken. Het sterke mediasector, ook op lokaal niveau. Maar dat is natuurlijk breder dan de omroepen. En we hebben het nu vooral, volgens mij is het erover gegaan. De staatssecretaris, u staat nu aan, dank. Dus u heeft het aan de ene kant over die sterke mediasector op lokaal niveau. Aan de andere kant heeft u het vooral over het stimuleren van omroepen. Maar die omroepen gaan waarschijnlijk met dat geld vooral zich online manifesteren. En die gaan online allerlei content maken. En dan krijg je dus op lokaal niveau hetzelfde als wat we ook op nationaal niveau hebben. Namelijk RTL en Talpa en NOS en NPO concurreren met elkaar. Vraag is of we dat eigenlijk willen. Of we die hofleveranciers die op lokaal niveau de afgelopen tijd zo trouw de gemeenteraden hebben gecontroleerd, het bestuur hebben gecontroleerd, dat we die nu gaan concurreren door die lokale omroepen te gaan stimuleren om ook online content te maken. Of gaan we het echt, zoals u dat zelf noemt, die sterke mediasector op lokaal niveau versterken door bijvoorbeeld een jonge journalistenregeling weer in het leven te roepen? Voorzitter, deze neem ik mee. Want iedereen is heel ijverig aan het schrijven hier. Ik neem deze graag mee. Ik begrijp de vraag. Even kijken, dan gaan we nu naar het blokje regionaal. Ik kijk met een schuin oog naar de klok. Wij zitten in het laatste uur van ons debat. We moeten nog regionaal persvrijheid en de publiek-private samenwerking. Dat kunnen wij. Zo zijn wij. Maar dat vereist wel enige zelfdiscipline. Dus dapper voorwaarts. Voorzitter, die is, regionale omroepen zijn... volgens mij is er één vraag, twee vragen van mevrouw Werner. Regionale omroepen vervullen een essentiële functie in het publieke mediabestel. Laten we daarmee beginnen, dat onderstrepen. Dat doen ze eigenstandig en ze vervullen een scharnierfunctie tussen de lokale omroepen en de landelijke. Ook dat mogen we hier onderstrepen. Ze verdiepen landelijk nieuws, bijvoorbeeld via de regiovensters bij de NPO. En ik zie dat ze in pilot samen met lokale omroepen manieren vinden om de lokale journalistiek te versterken. Ik wil de RPO dan ook goed betrekken bij de drie trajecten die ik net heb genoemd en waar dus ook nog een verduidelijking op komt, omdat we dan ook weer wat verder in het traject zijn. Dus ik wil RPO heel graag betrekken ook daarbij. En ik heb de 29e, als ik het goed heb, ook al een gesprek met de voorzitter gehad over hoe we hen nog meer, nog beter kunnen betrekken in die trajecten die lopen. Mevrouw Werner stelde vragen over het regioblok op NPO 2. Ik krijg tot dusverre van zowel de NPO als de regionale omroepen terug dat de samenwerking op regioblok een succes is. De NOS en de regionale omroepen zijn voortdurend in gesprek over hoe het regioblok doorontwikkeld kan worden. Mocht er vanuit de omroepen zelf een initiatief komen om het regioblok door te ontwikkelen, dan ben ik graag bereid te kijken of en hoe ik dat initiatief kan faciliteren. Naar aanleiding van een andere vraag van mevrouw Werner over de vindbaarheid van de regionale omroepen, merk ik op dat we werken aan een beleidsreactie op het rapport Prominentie in beeld van Dialogic. We zullen daarin ook de zendpositie meenemen. Daar zal ik in de komende mediabegrotingsbrief een update over geven. Dan ben ik. Ja. Maar eerst een vraag van mevrouw Werner. Ja, toch nog inderdaad heel eventjes over het NPO-blok. Want het is inderdaad, voorzitter, helemaal waar dat dat best wel een succes is. Zeker het regiojournaal. Maar mijn vraag was eigenlijk dat daar 15 miljoen... In de visiebrief staat daar 15 miljoen voor. Maar nog geen 10% wordt er aan dit regioblok besteed. Dus ik vraag me eigenlijk af, waar is die 14 miljoen? Waar wordt dat dan aan besteed? Blijft dat hangen aan de strijkstok van de NPO? Waar is dat geld? Want de regionale omroepen willen natuurlijk absoluut ontzettend graag content maken in dit regioblok. Dus waar is dat geld? Een duidelijke vraag. Voorzitter, ik ben aan het kijken hoe we hier mevrouw Werner het beste over kunnen informeren. Zal ik daar zo op terugkomen? Ik probeer erop terug te komen en als dat niet lukt, maken we nadere afspraken daarover. Dan gaan we naar het blokje persvrijheid, denk ik.
De afgelopen jaren zien we steeds vaker bedreigingen en agressie tegen journalisten. Ik herhaal het hier nog maar eens. En ik denk dat we dat allemaal zoveel mogelijk moeten doen. Dat is onacceptabel. Journalisten zijn zuurstof voor democratie. Bedreiging en intimidatie kan ertoe leiden dat journalisten zich beperkt voelen in wat ze opschrijven. Maar ook heeft het effect op hun persoonlijke levenssfeer. Op hun ambitie en motivatie. En dat is echt niet goed. Want als ik jonge journalisten spreek die met bedreiging te maken hebben gehad, dan, ja, als je ziet wat het met hen doet, daar word je echt heel verdrietig van. En dan ga je ook echt zorgen maken over wat voor effect dat heeft op de journalistiek, maar ook over op de samenleving, op de democratie. Samen met de minister van Justitie en Veiligheid heb ik daarom recent een actieplan naar de Kamer gestuurd om te kijken aan een om te werken aan een veilige omgeving voor journalisten. We spreken hier na de zomer in een plenair debat over, dus ik zal het hier kort houden en op de gestelde vragen ingaan. De heer Mohannes, Sjoerdsma en Quint vroegen naar de financiering van Persveilig, en de heer Quint naar de reden voor streven naar financiering door de sector van Persveilig in plaats van door de overheid. Ik onderschrijf de verantwoordelijkheid van zowel werkgevers en opdrachtgevers als de overheid. De werkgevers en opdrachtgevers als de overheid voor de veiligheid van journalisten. Dus beide hebben daar verantwoordelijkheid in. Ik weet dat de individuele bedrijven zelf al heel veel doen op het gebied van veiligheid. In het geval van Persveilig is de bijdrage door de sector fair. Hiermee worden aanvullend aan wat individuele werkgevers al doen voor de hele sector activiteiten opgezet. Die activiteiten kan een individueel bedrijf moeilijk op grote schaal organiseren. Bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen. Dat is moeilijk te realiseren voor een bedrijf op eigen schaal of eigen gelegenheid. Daarbij ben ik het samen met minister van Justitie en Veiligheid het geheel met de heren Mohannes, Sjoerdsma en Quint eens dat Persveilig een belangrijke rol speelt in de veiligheid van journalisten. Wij dragen beide dan ook in ieder geval tot en met 2024 financieel bij aan Persveilig. Voor de periode erna gaan we met de sector en Persveilig in gesprek over het vervolg van het project en over de manier waarop deze steun daarbij uit zal zien. Dus daar zit een nuanceverschil. Het is niet het houdt op en daarna kijken we wel. Nee, het is tijdens deze periode om te kijken, wat is het bedrag, is het genoeg, waar komt het vandaan, welke verantwoordelijkheid neemt wie en op welke manier. Dus het is ook een traject daar naartoe. Dus het is niet uitgesloten dat de overheid het verder gaat financieren. Maar die toezegging kan ik hier ook niet op deze manier doen. Dus daar wil ik graag nog even tijd van u. De heer Van Baarne vroeg mij twee zaken. Namelijk een herhaling van het onderzoek naar de veiligheid van journalisten van vorig jaar en een update over zijn motie ten aanzien van de registratie van meldingen van journalisten bij de politie. Wat betreft het onderzoek steun ik het belang van goed inzicht houden in de veiligheid van journalisten. Het vorige onderzoek is in opdracht van Persveilig en Persveilig door INO Research uitgevoerd. Het is goed als er continuïteit in de onderzoeksmethode zit. Ik ga dan ook met Persveilig in gesprek hierover. Wat betreft de motie over registratie van meldingen namens mijn collega van Justitie en Veiligheid is in november vorig jaar aan uw Kamer het volgende gemeld. Met betrekking tot de registraties wordt volgens het OM het overgrote deel van de zaken volgens de landelijke maatschappelijke classificatie die het OM voor geweld tegen journalisten gemaakt heeft geregistreerd. Waar dat niet goed gaat, betekent het niet dat zaken met betrekking tot agressie en geweld tegen journalisten niet kunnen worden teruggevonden. Dit kost op zijn hoogst voor het OM meer werk. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiermee uitvoering gegeven aan uw motie. Voor meer informatie wil ik u graag vragen mijn collega te bevragen. Want het is echt haar departement en haar verantwoordelijkheid is dit onderwerp. In reactie op het punt van de heer Van Strien over verschillende acties die hij tijdens het vragenuurtje met minister Dijkgraaf heeft besproken,
wil ik zeggen dat ik het belang dat hij hecht aan die acties volledig onderschrijf. En dit geldt ook voor de minister van Justitie en Veiligheid. Het onderwerp ligt ons aan het hart natuurlijk. En we gaan ook aan de slag daarmee. De acties die we gaan doen, kunt u lezen die we hebben gestuurd. Dat heeft u ook gedaan. En daarbij zie ik voor mezelf met name een rol in het stimuleren van bewustwording, mediawijsheid. En na de zomer gaan we hierover in debat. En die mediawijsheid, ja, vanuit mijn verantwoordelijkheid is dat echt waar ik volledig op in kan zetten. Over bewustwording over van de rol van de journalistiek, de waarde van de journalistiek. Was dat het einde van het blokje persvrijheid, persveiligheid? Ja. Kijk, dan gaan we. Ik heb in ieder geval de heer Sjoerdsma en de heer Van Strien die zich gemeld hebben. Ja. Beginnen we bij de heer Sjoerdsma. Dank, voorzitter. En ook dank, de staatssecretaris begon natuurlijk ook haar inleiding om met hier uitgebreid bij stil te staan. Ik denk dat dat overgrote deel van de Kamer het met elkaar eens is dat het belangrijk is dat journalisten veilig en vrij hun werk kunnen doen. Maar als het ging over persveiligheid hoorde ik toch nog niet helemaal wat ik heel graag zou willen horen van deze staatssecretaris. Namelijk dat we gewoon na 2024 dit initiatief ook nog hebben. Het wordt internationaal aangehaald als best practice. Het wordt door journalisten gezien als eigenlijk onmisbaar. En ik snap goed dat we dan de verhouding tussen werkgevers en OCMW en JNV een beetje moeten bewaken. Maar het lijkt mij wel goed om dit voor te zetten. Dus dat is eigenlijk de richting die ik vanuit de Kamer graag zou willen meegeven. De staatssecretaris. Uw microfoon. Oh, zet ik hem uit. Ja, voorzitter. Ik zou willen dat het niet nodig zou zijn dat we persveilig zouden moeten voortzetten. Ik wil hier zeker onderstrepen dat we persveilig, wanneer het nodig is, en ik ben bang dat het nodig is, dat voortgezet wordt. Maar hoe, op welke manier, welke hoogte, budgetten, dat moeten we dus vormgeven de komende tijd. De heer Sjoerdsma, uw laatste vraag. Maar ik ga hem toch gebruiken. Ik wil ook helemaal niet in details treden, maar mij viel wel op toen ik had eerst allemaal te maken met zeg maar, mensen die mij gingen vertellen hoe fantastisch persveilig was. En toen ging ik zelfs met persveilig bellen en toen bleek dat daar wel geteld één persoon achter zit. Dus het is een ongelooflijk belangrijk persoon en een ongelooflijk belangrijke organisatie die maar één iemand wordt gedragen. Dus ja, in welke vorm? Ik kan me eigenlijk alleen maar voorstellen dat die vorm meer capaciteit behelst. En ik kan me in de financiering eigenlijk niet voorstellen dat minder wordt gelet op de enorme toename aan bedreigingen. Dus ik hoop dat de staatssecretaris bereid is om daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven. Ook omdat hoe langer je volgens mij dit soort onzekerheid in de lucht houdt, ja, hoe meer journalisten denken, ja, hoe gaat dit nu aflopen? Bij wie kan ik straks terecht? En ik zou dat eigenlijk willen vermijden. Ja, ik kan alleen maar beamen dat dit belangrijk is en dat we het in de gaten moeten houden. Ja, dank u voor de heer Sjoerdsma dat u een scherp op doorvraagt. Ik aanvullend op wat de staatssecretaris het zijn nog. Een vraag. Goed om te horen dat zij de acties die door haar collega, de heer Dijkgraaf, minister Dijkgraaf, zijn overgenomen tijdens het vragenuurtje, dat ze die onderschrijft en dat de minister van WNJ dat ook doet. Maar als het gaat over sneller en harder straffen, taakstrafverbod en het opnemen van mediabelang in het curriculum, dat waren toezeggingen die de minister toen deed in het vragenuurtje, die staan niet in die brief. Dus vandaar dat ik ook vraag, en begreep ik ook de opmerking van mijn collega, was dit nou het actieplan? Kom met een nieuwe brief voorafgaand aan het debat, want we debatteren inderdaad met u, maar ook met de minister van VNJ. Kom met een update van die brief, of een betere versie van die brief, waar deze punten gewoon in zijn meegenomen. Want dat is ook de toezegging die uw collega namens u tijdens het vragenuurtje deed. De staatssecretaris. Ik zou het wel willen toezeggen, voorzitter. Maar het gaat natuurlijk ook over de minister van Justitie en Veiligheid. Als u het goed vindt, ga ik met haar dit eerst overleggen voordat ik het toezeg. Ik weet niet zo goed. Ik kijk even naar de heer Van Strien. Het wordt niet zo Kafkaans. Het is een toezegging die de heer Dijkgraaf deed tijdens het vraaguurtje waar hij optrad namens u. Dus die toezegging ligt er al van de heer Dijkgraaf. En volgens mij, het ministerie van Justitie kennende, zijn ze ook gedreven om dit samen met u op te pakken. Dus ik kan u niet dwingen tot een toezegging, maar het zou gek zijn om een toezegging niet te doen gezien alles wat er al ligt. Ja, en toch vind ik het gek om iets toe te zeggen wat onder de verantwoordelijkheid
ligt om daar heel expliciet te zeggen, ja, daar kom ik mee in augustus met een brief. Ik kan daar gewoon, ik zit daar niet. Dat is het departement van de minister van Justitie en Veiligheid. Kan ik als uw voorzitter voorstellen dat er even gecheckt wordt wat de status is van de toezegging die door de heer Dijkgraaf gedaan is. En vanuitgaande dat het kabinet met één mond spreekt. En dat wij afhankelijk daarvan dan wel horen of er een brief komt of niet. Leveren de tweede termijn. Als we die halen. Maar we gaan het proberen. Ja, was dat uw vraag dan, de heer Van Strien? Dan geef ik even het voorzitterschap over aan de heer Mohandes, want ik had zelf nog een vraag. Ik geef het woord aan de heer Quint. Een verrassing. Over die financiering van Persveilig. Ik ben blij met de intentie van doorgaan. Volgens mij verschillen we daar niet over van mening. Ik ben het ook erg met de heer Sjoerds, maar eens dat we die ene persoon maar, ergens veilig moeten houden tot het iets groter wordt, zeg maar. Want er ligt nu wel heel veel op een paar schouders. Maar ten principale zou het niet logischer zijn dat dit primaire verantwoordelijkheid is van de overheid. En dan maakt het mij niet uit of het OCMW of justitie is. Maar dat het veilige werkklimaat, het veilig kunnen laten werken van journalisten, iets is wat de overheid dient waar te borgen. En dan de veilige werkplek op de redactie mag een werkgever dan doen. Maar dat de overheid echt daar de primair verantwoordelijke en wat mij betreft ook de primair bekostigende partij is. De staatssecretaris. Voorzitter, ik denk dat het echt heel belangrijk is om dit samen met werkgevers en opdrachtgevers te doen. Want dan ga je de krachten bundelen, dan ben je partners in deze. En dan heb je het ook veel beter, ik noem het even een Engels woord, gecoverd, zeg maar. Dat het goed georganiseerd wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is om die verantwoordelijkheid ook te stimuleren bij de werkgevers. En dat betekent niet dat de overheid geen verantwoordelijkheid heeft. De overheid heeft hier verantwoordelijkheid in. Maar moet de werkgevers en opdrachtgevers ook meenemen daarin. Want anders wordt het eenzijdig. En ja, ik geloof dat het sterker wordt als we dat wel doen. Ik vind. Ja, nee, mijn pleidooi is ook niet dat werkgevers niet mee mogen praten. Ik denk alleen dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het faciliteren van veiligheid voor journalisten en voor mediapartijen primair een overheidsverantwoordelijkheid is. Want laat dat dan mijn laatste vraag zijn. Wat nou als mediapartijen niet meer mee willen gaan betalen? Dan gaan we toch niet persveilig laten omvallen omdat ze dat niet doen? Staatssecretaris. Voorzitter, uiteraard niet. Want die verantwoordelijkheid voor de persveiligheid ligt ook bij de overheid. En ik draag het voorzitterschap weer over aan de Quint. Dan gaan we naar het blokje publiek-private samenwerking, denk ik. Ik zou niet willen dat u die overslaat. Dan gaan we eerst naar onderzoeksjournalistiek. Even kijken. Ja, onderzoeksjournalistiek. Nou, een van de prioriteiten van dit kabinet. Diepgravend, ik wil toch heel even benoemen hoe belangrijk het is. Want diepgravend onderzoek zorgt ervoor dat die verhalen naar boven komen. Die anders verborgen zouden blijven. Maar gedegen onderzoeksjournalistiek kost ook geld en tijd. En daarom is een financiële impuls ook noodzakelijk om deze vorm van journalistiek te versterken. Voor dit jaar betekent dat 2,4 miljoen. Voor regelingen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor de periode vanaf 2023 kijk ik naar een verdere versteviging van onderzoeksjournalistiek in het hele publieke bestel. En ik informeer je Kamer ook hier later over. Ten slotte maak ik via onderzoeksjournalistiek nog een bruggetje naar een ander journalistiek onderwerp, namelijk redactiestatuten. En mevrouw Wesserveld bracht de kwestie van redactiestatuten en de rol van het Commissariaat voor de Media daarin op. Naar aanleiding van het amendement van mevrouw Wesserveld is in de Mediawet opgenomen dat het Commissariaat toezicht houdt op de naleving van de statuten, redactiestatuten. En het Commissariaat gaat als onafhankelijk toezichthouder zelf over hoe zij hun toezicht inrichten. Bij constatering van een overtreding kan het Commissariaat overgaan op het opleggen van sancties. Maar normoverdragende gesprekken of een waarschuwing behoren ook tot de mogelijkheden. Ook zal het Commissariaat samen met de sector aanbevelingen opstellen voor best practices. In reactie op haar vraag over het kwalitatief omschrijven van redactiestatuten in de Mediawet, kan ik meegeven dat dit idee aansluit bij een gesprek dat ik recent met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Commissariaat heb gehad.
De komende maanden gaan wij gezamenlijk met andere relevante partijen nader verkennen wat hiertoe de mogelijkheden zijn, maar ook wat de hiccups zijn op dit gebied. Dan kom ik bij publiek-private samenwerking. Publiek-private samenwerking is een prioriteit in mijn beleid. Het is belangrijk dat publieke en commerciële bedrijven, omroepen, met elkaar samenwerken. Zo kunnen ze ervoor voor een goed en divers Nederlands mediaaanbod zorgen. Een sterk mediaaanbod zorgen, doelgroepen beter bereiken en efficiënt gebruik maken van nieuwe technologie. Ik weet dat de bereidheid er is bij de partijen om samen te werken, ook omdat het aanbod van niet-Nederlandse content de afgelopen jaar is gegroeid. Dat is aan de ene kant heel mooi, want daardoor is er meer keuze voor consument. Aan de andere kant kan dit ten koste gaan van herkenbare Nederlandse verhalen. Er ligt een samenwerkingsagenda voor de Nederlandse mediasector die door mijn voorganger aan uw Kamer is gestuurd, waar ook door de heer Van Strien aan gerefereerd is. Die neem ik nu over en ik hoop dat we hier in Nederland op verder kunnen bouwen. De heer Van Strien vroeg in het kader van publiek-private samenwerking naar de samenwerkingstafels. Ik kan u melden dat ik de deelnemers aan de samenwerkingstafel inmiddels al heb uitgenodigd. En meneer Van Strien vroeg ook hoe het staat met de modernisering van de mededingingswet, zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. Er zijn daarover gesprekken gevoerd met het ministerie van de EZK. Zij gaan over de mededingingswet en die hebben ook het voortouw. Zij zullen erop terugkomen. Maar ik heb wel begrepen dat het nogal een complex traject is en het toch iets langer duurt dan verwacht. Wat ik belangrijk vind is dat we ons gaan focussen op de resultaten die we willen bereiken. En dat kijker en luisteraar er echt wat gaan hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om het bundelen van Nederlands AV-aanbod en audio-aanbod. Dat is belangrijk in de slag om de aandacht van de mediagebruiker. Ik heb begrepen dat NPO, RTL en Talpa aan de slag willen met het AV-aanbod. Dat geldt ook voor specifiek audio-aanbod zoals podcast, waar de heer Mohandes om vroeg. Al is de podcastmarkt nog volop in beweging. Mevrouw Westerveld vroeg nog naar het nieuwe podcastplatform van de NPO, NPO Luister. En om dat ook open te stellen voor andere partijen. Ik ben het er eigenlijk mee eens. Ook voor audiocontent moeten de krachten worden gebundeld. Ik zal de publieke omroep daar ook toe oproepen, ook voor audio. Even kijken. Ik ben er blij mee dat partijen hierop willen samenwerken eigenlijk. En ik hoop dat er meer van dit soort coalities kunnen komen, kunnen volgen op andere thema's. Ik zal de deelnemers aan de mediatafel ook uitnodigen om hierover in gesprek te gaan. Mevrouw Westerveld die vroeg naar een streamingsheffing om daar versnelling in aan te brengen en te kijken naar andere landen. Ook mevrouw Van der Graaf vroeg hoe het staat met de investeringsverplichting. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een investeringsverplichting komt voor grote streamingsdiensten. Dit betekent dat streamingsdiensten zelf gaan investeren in de Nederlandse film, documentaires en series. En dat is heel erg belangrijk, want we werken daarmee aan het Nederlandse verhaal en aanbod. Er is nog wat tijd nodig om de laatste fase van de afstemming van het wetsvoorstel met andere departementen af te ronden. Maar ik hoop nu eigenlijk best heel snel een wetsvoorstel naar uw Kamer te kunnen zenden. Mevrouw Westerveld had er nog een vraag over. Specifiek over de streamingsheffing, gok ik zo. Ja, precies. En ook over het onderscheid. Want in het coalitieakkoord de investeringsverplichting, en de staatssecretaris zei dat net al zelf, dat geld dat blijft bij die grote aanbieders. Oh, het gangt weer een beetje. Staatssecretaris, uw microfoon. Ja. Het werkt vanzelf. Op een gegeven moment ga je vanzelf dat knopje aan en uitzetten. Maar dat geld dat blijft bij die grote internationale aanbieders. En daar zit natuurlijk wel een risico. Want ik zei het ook al in mijn bijdrage. Inmiddels verdient Netflix meer dan alle Nederlandse bioscopen en bioscoopkaartjes. En dat gaat natuurlijk ook gewoon ten koste van het Nederlandse aanbod.
Wat wij vorige periode alles een aantal keer hebben voorgesteld en wat ook een aantal andere omringende landen doen, is een streamingheffing. Een soort van extra belasting, waarbij het geld bijvoorbeeld in een apart fonds wordt gestoken. Dat direct komt het dan ten goede van Nederlandse programmamakers, bijvoorbeeld. Waarmee je dus direct echt onze eigen Nederlandse sector groter maakt, investeert in de kwaliteit. Dus dat gaat een stapje verder dan dat dit kabinet wil. En gezien de opkomst van, ik sluit rond bijna af, voorzitter, gezien de opkomst van diverse grote internationale mediabedrijven, platforms, zouden we niet een stap verder moeten gaan dan wat het kabinet doet en wat al in Europees verband is afgesproken. De staatssecretaris. Voorzitter, er zijn inderdaad twee, zijn wel meerdere, maar in ieder geval, we hebben het hier over twee soorten, een heffing en een verplichting, investeringsverplichting. En een investeringsverplichting is dat een streamingsdienst een bepaald percentage van de omzet investeert in Nederlandse films, documentaires en series. En een heffing is inderdaad dat dan de overheid een fonds en dat die bepaalt waar het naartoe gaat. In principe is natuurlijk wel het effect is hetzelfde, omdat ook de streamingsdiensten verplicht worden om te investeren. Dus die percentage in de Nederlandse content, in Nederlandse films en documentaires. Dus daar zit wel een. Wat mij betreft. De opdracht is vanuit het coalitieakkoord ook dat ik een investeringsverplichting doorvoer. En ik ben ook heel blij eigenlijk dat we zover zijn met de departementen, omdat we dat wat bijna kunnen doen. En volgens mij scheelt het ook als we het zo snel mogelijk doen, want dat betekent ook gewoon investeren in de Nederlandse films de komende tijd. En ik zou eigenlijk niet weer in een discussie willen belanden. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat die investeringsverplichting mogelijk gaat worden. Zeg ik nu heel eerlijk en oprecht. Ik weet niet of dat de juiste plek is dat ik dit allemaal zeg, maar. Daar gaat u zelf over, wat u op welke plek zegt. Op welke termijn krijgen wij het wetsvoorstel dan? Weet u dat ongeveer? Dan hebben we daar een beeld bij voor onze agenda. Ik had gehoopt voor het reces, maar waarschijnlijk wordt het vlak na het reces. Dank u wel. Bent u aan het eind van uw beantwoording? Ik heb nog een vraag. En dat gaat over privaat-publieke samenwerking NLZiet. NLZiet is inderdaad een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking. Ik wil eigenlijk ook wel benoemen, ik kom uit het bedrijfsleven. Voor mij is het vanzelfsprekend eigenlijk dat publiek en privaat samenwerkt. En ook goed om hier. Ik vind dat ook een heel leuk onderdeel eigenlijk van mijn portefeuille, maar nu hou ik op. NLZiet helpt bij de ambitie om tot een sterke Nederlandse mediasector en brede beschikbaarheid van Nederlandse content te komen. Dat kunnen we hier ook onderstrepen. En ondanks dat de heer Van Strien. Ik weet niet waarom meneer Strien ziet dat helemaal niet anders, denk ik. Maar. Even kijken. Meneer Van Strien die zei, ja, u ziet u voor uzelf alleen een faciliterende rol. Ik hoop wel dat ik iets meer een aanjagende rol zal hebben de komende tijd. En ik, als het gaat om de doorontwikkeling van NLZiet, wil ik ook de NPO oproepen om constructief aan de doorontwikkeling mee te werken. Maar ook de andere partijen. Om mee te werken, zodat dat een succesvol doorontwikkeling wordt. Dus daar wil ik niet alleen faciliterend zijn, maar ook wel best een beetje aanjagen. Maar dat is ook een beetje, ja, voor de rest moeten de partijen natuurlijk wel eruit komen. Samen die doorontwikkeling ook echt gaan ontwikkelen. Even kijken, de heer Van Strien vroeg nog hoe NPO Start en NLZiet integreren. De NPO heeft mij toegezegd dat alle content van NPO Start, de NPO Start On Demand, ook in NLZiet terug te zien zal zijn. En daar zal ik de NPO ook aan houden. Over de opzet en voortgang van deze initiatieven rond publiek-private samenwerking ga ik u meer
informatie geven tijdens de mediabegrotingsbrief. Maar wat ik nog hier wil benoemen is dat ik de samenwerking, de ronde tafels oppak. Ik had eigenlijk ook wel eerder willen beginnen. Dat voelde ik een beetje aan de toon. Het is niet gelukt om dat eerder te doen. Omdat er andere ronde tafels rondom grensoverschrijdend gedrag en andere... Er gebeurde veel de afgelopen tijd. Dus dat wordt opgepakt en de samenwerkingsagenda wordt opgepakt. En ik heb ook begrepen dat soms de samenwerking ook wel verzanden in details en techniek. En ik hoop daar toch iets vloeiender in te zijn de komende tijd. Dus ik pak dat met plezier op. Dan dank ik de staatssecretaris voor haar antwoorden. De heer Van Strien heeft nog één vraag. Hij kan die ook in de tweede... Nou, trouwens, hij mag hem ook nu stellen. Nee, u heeft er nog recht op ook, speciaal voor dit mooie moment bewaard natuurlijk. Ik hoor wat de staatssecretaris zegt. Letterlijk dat ze best een beetje kan aanjagen. Maar dat is eigenlijk... Ik kan me nog herinneren, oktober 2020 hadden we een debat met de voorganger, de heer Slob. En daar kwamen we ook op uit. En we zien sindsdien eigenlijk dat er elke keer door welke partijen dan ook... obstructie misschien wel wordt gepleegd, in ieder geval niet heel volwaardig wordt meegedacht en meegedraaid. En nu snap ik natuurlijk governance, regelgeving, et cetera, dat de staatssecretaris partijen niet kan dwingen om bijvoorbeeld gratis content van bijvoorbeeld NPO Start ook linea recta door te zetten naar de gratis versie van NLZ. Maar ze heeft nu wel de mogelijkheid om iets meer te doen dan aan te jagen. Ze heeft nu de mogelijkheid om bijvoorbeeld als ze die toestemming geeft om een NPO Start te starten, om dan ook te eisen dat het één op één wordt doorgezet naar NLZ. Want dat is de enige manier waarop het gaat vliegen. Dat je dus inderdaad alle content, ook van de private partijen, toegegeven, zeker, dat is een oproep ook aan hen, daadwerkelijk daarop komt. Dat je echt dat ene portaal krijgt, zoals ook in het coalitieakkoord staat, waar je het bundelt. En uw vraag? Dat is mij nog niet helemaal helder, of de staatssecretaris dat dus ook bedoelt. Want ze heeft het nu over NPO on demand. Het gaat mij, dus even de toezegging, de toelichting wat de staatssecretaris nu precies net zei. De staatssecretaris. Voorzitter, volgens mij heb ik dat gezegd. De NPO Start on demand dat die onderdeel wordt van NLZ. En dat je dat kunt zien bij NLZ, dat is toch de vraag? Gratis content van de een, linea recta doorgezet naar de gratis content van de ander. Oké, helder. Kijk, dan zijn we daarmee aan het eind gekomen van de beantwoording van de staatssecretaris. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie dat het geval is. Dan heeft u allemaal maximaal 1 minuut die ik strikt ga handhaven. Dat is kort, dat klopt. Dan geef ik nu als eerste mevrouw Wenner het woord. Ja, voorzitter, ik krijg namelijk nog 2 antwoorden ook van de staatssecretaris. Die zijn nog niet beantwoord. Dus gaat dat ook dan in de tweede termijn meteen mee? Okay. Tenminste, tenzij die dan nog niet beantwoord zijn. Dan horen we straks van de staatssecretaris dat het niet gelukt is. Helder. Maar ik ga ervan uit dat u die dan nog krijgt. Nee, helemaal anders. Ja, kijk, ik wil heel graag een 2-minuten debat. Maar soms is tijd ook wel handig. We hebben dan 24 uur de tijd om het een en ander te doen als die deze week nog wordt ingepland. Of dat wordt sowieso niet. Oh, nee. Check. Dat is voor mij even handig om dat gelijk nu al te weten. Bij deze dan aangevraagd en dan... deze aangevraagd. Oktober. Nou, dan heeft u nog 40 seconden om nog wat conclusies te delen. Later zes. Voorzitter, ik kom in het 2-minuten debat nog terug op die verbreding van die opdracht aan dat, ik noem het even, het adviescollege. Ik ben ook benieuwd naar de brief. Ik hoop dat we die ook snel krijgen dan, vlak na het reces. Aan de hand daarvan zal ik dan het 2-minuten debat gebruiken op dat punt. Ook over het sanctiebeleid in de wet, 2.33, de kanbepaling, als het gaat om het intrekken van de voorlopige erkenning. Ook daar zie ik te veel ruimte. Ook daar kom ik op terug na het reces. Dus laten we dat dan zo... Ik dank de staatssecretaris voor alles wat ze heeft gezegd, maar wordt vervolgd. Dank u wel, de heer Bosma. Voorzitter, dank u wel. Ja, de staatssecretaris heeft als allerbelangrijkste taak om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd. Als dat niet gebeurt, dan kunnen wij als Tweede Kamer dit gebouw ombouwen tot een caravanstalling. De wet moet worden nageleefd en de wet wordt niet nageleefd op 2 fundamentele punten. De eerste is 2.1.2. NPO moet zorgen voor evenwichtig pluriform beeld van de samenleving, journalistieke kwaliteit. Dat gebeurt niet. Het is een D66-feestje, het is een links-liberaal feestje met veel woke, polycore, diversiteitsgeneuzel, klimaatsocialisme, eurofilie, et cetera, et cetera. De staatssecretaris zegt er is een pluriform aanbod. Dat is er niet. Het bestaat niet. Het is 100% onjuist. Het tweede punt waar de wet niet wordt nageleefd is 2.2.2. De almacht van de NPO-leiding. Dat staat haaks op de mediawet. Het staat er gewoon niet en toch gebeurt het.
De NPO-leiding zegt welk programma wordt uitgezonden, waar het gebeurt, wanneer, wie het presenteert, et cetera. Het commissariaat zegt dat riekt naar censuur, naar de schending van de grondwet. Dat is nogal wat. Wil zij reageren op beide punten en wil ze antwoord geven op de vraag die ik eerder stelde, maar waar ze geen antwoord op geeft, namelijk waar kan ik mijn abonnement opzeggen? Publiek-private samenleving, heel veel mensen uit het publiek willen gewoon niet meer betalen voor die NPO. Geef ons de vrijheid om er niet meer voor te betalen. Dank u wel. Uw minuut zit erop. Dank u wel, mevrouw Wenner. Ja, uiteraard, voorzitter, wil ik ook de staatssecretaris bedanken voor de beantwoording. Al krijg ik er nog wel twee van haar. En ja, dat gaat natuurlijk over het online, de eigen middelen die de publieke omroep stopt en zou moeten kunnen stoppen in online programmering. En inderdaad, de resterende 1,3 miljoen als het gaat om het regioblok op NPO 2. Maar dat volgt dus nog. We gaan het horen zometeen. De heer Sjoerdsma. Ja, dank voorzitter. Dank aan de staatssecretaris voor haar antwoorden en ook voor de toezeggingen die zij heeft gedaan en de brieven die nu er nog gaan komen. Misschien nog eventjes toch herhalen op die persveiligheid. Het belang dat in ieder geval D66 hecht aan het voortzetten van dat initiatief en het verbreden, versterken en structureel maken van dat initiatief. Als het gaat over die brief over lokale journalistiek, zou ik ook graag een reflectie willen op hoe de staatssecretaris het aantal lagen ziet. Regio, lokaal, streek en nationaal. En inderdaad hoe die pilots en de mensen die nou werken als gevolg van die pilots worden zekergesteld, zodat we niet journalistieke kennis en capaciteit verloren laten gaan. En helemaal tot slot, voorzitter, de brief over de toelatingscriteria. Daar zou ik inderdaad graag die notie van de Raad van de Cultuur in de laatste paragraaf nadrukkelijk mee zien worden genomen. De brede borging van de duurzaamheid en de kwaliteit van de NPO. Dankjewel. Dank u wel, mevrouw Westerveld. Ja, dank u wel, voorzitter. En voorzitter, ik zou graag aan de staatssecretaris willen meegeven dat het wel tijd wordt om enige haast te maken. En daarmee bedoel ik dat we zien dat het mediaaanbod verandert, dat er grote internationale aanbieders komen, dat jongeren steeds meer nieuws van hun telefoon halen in plaats van, of soms tezamen met van betrouwbare websites, maar dat dus het mediagebruik ook verschilt. En dan zou ik ervoor willen waken dat we maar een beetje door blijven modderen, dat zeg ik misschien te onerbiedig, maar dat er allerlei adviezen worden gevraagd. En dat het de komende jaren eigenlijk alleen maar de verkeerde kant op gaat, terwijl wij nog met elkaar aan tafel zitten en het elk debat weer over dezelfde onderwerpen hebben. Dus ik zou de staatssecretaris echt willen vragen, maak nou haast en ontwikkel ook een visie op hoe de toekomst van de publieke omroep eruit moet zien. Dan nog één aanvullend punt, voorzitter, want dat heeft ermee te maken. Dat is de pilot over versterking lokale en regionale omroepen. Ik zou heel graag wat meer helderheid over willen hebben. Wat meer zekerheid ook voor deze 120 mensen die nu in dienst zijn en die niet goed weten hoe de komende jaren eruit gaan zien en hoe structureel ook deze subsidies zijn. Dank u wel, de heer Van Baarle. Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik de staatssecretaris danken voor de beantwoording. Voorzitter, enig aandringen en even wat checken waar de bevoegdheid ligt, heeft de staatssecretaris dus toegezegd dat zij het commissariaat voor de media gaat verzoeken een onderzoek in te lassen naar Ongehoord Nederland. Voorzitter, ik zou graag aan de staatssecretaris willen vragen op welke termijn wij als Kamer geïnformeerd kunnen worden over hoe dat proces verder loopt. De heer Van Strien. Dank, voorzitter. Er is veel om naar uit te kijken. Ik kijk uit naar het debat over de persveiligheid en de persvrijheid met de minister van VN, staatssecretaris, en ook naar de nadere uitwerking van het actieplan, zoals we net bespraken. Ik kijk ook uit naar de opdracht van het adviescollege, waarin dus inderdaad die veranderende wereld ook wordt meegenomen. Ten aanzien van de samenwerking tussen privaat en publiek, goed om te horen dat de staatssecretaris met enthousiasme die handschoen weer oppakt met de tafels en dergelijke. Dan een vraag. Gaat ze de Kamer ook informeren over de voortgang daaromtrent? Haar voorganger was daar erg scheutig mee, dus dat graag of zij dat ook wil doen. En ik kijk ook naar de brief over de uitwerking van alle plannen die we lokaal hebben. De dilemma's en de kansen. En ook inderdaad de 120 FTE of de 120 journalisten die daar aan het werk zijn gaan. Er is veel om naar uit te kijken. Tot naar de zomer. Leuk. Er is altijd veel om naar uit te kijken, meneer Van Strien. Ik moet het. Ja. Nee hoor, ik wilde eigenlijk eerst het woord geven aan mevrouw Van der Graaf. Sorry, helemaal vergeten.
Dank u wel, voorzitter. Ook mijn dank aan de staatssecretaris en ook de ambtelijke ondersteuning die is meegekomen voor de beantwoording in de eerste termijn. Voorzitter, we hebben denk ik een goed debat gehad. Ook zal het u niet verbazen dat ik uitkijk naar de brief over de taakopdracht. En ik denk echt, als ChristenUnie denken we echt dat goede legitimeringscriteria heel erg kunnen bijdragen aan de maatschappelijke verantwoording ook van omroepen. Iets wat ook vandaag in het debat aan de orde kwam. Nee, dat kleur op de wangen, dat onderscheidend vermogen duidelijk is. Het is wel een lastige opdracht om dat goed en objectiveerbaar met criteria te komen. Ik vind het belangrijk dat de staatssecretaris hier vandaag heeft bevestigd dat externe pluriformiteit niet ter discussie staat en dat die taakopdracht dus ook binnen dit omroepbestel, zoals we dat kennen, een plek krijgt. En dat het niet de bedoeling is het omroepbestel opnieuw ter discussie te stellen en overhoop te gooien. Dank u wel. Dan geef ik even kort het voorzitterschap aan de heer Mohandis. Ja, voor een... Ik had nog twee punten. Ik kijk namelijk ook ontzettend uit naar die brief over het al dan niet vergroten van een opdracht. Ik voorzie een interessant debat, ook tussen de coalitiepartijen. Aangezien ik toch het idee krijg dat die wat anders de toezeggingen gehoord hebben zoals die gedaan hebben. Dus daar ga ik graag tussenin zitten. Het laatste punt ging over het mededingingsaspect en de herziening waar economische zaken nu mee bezig is. Ik zou daar wel graag enigszins inzicht van willen krijgen wanneer we daar meer over gaan horen. Want ik schrok toch wel een beetje van de mededinging. Dat we al jarenlang een toezichthouder hebben die eigenlijk geen maatstaf heeft op basis waarvan die toezicht moet houden. Het lijkt me hard nodig dat die er komt en ik kijk daar naar uit. En ik neem het voorzitterschap gewoon zelf weer over. En kijk naar de staatssecretaris of zij antwoord kan geven op de vragen. Dat kunt zeker, dan schorsen wij de vergadering voor een minuutje of twee. Drie kan zelfs.
Ik heropen de vergadering. Wij zijn druk bezig met het commissiedebat media. En we zijn gebleven bij de tweede termijn van de staatssecretaris. Waarin zij antwoord zal geven op overgebleven vragen. Ik geef het woord aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Werner vroeg, wat is er gebeurd met 15 miljoen voor de regio? En nou, we hebben dat allemaal proberen uit te zoeken. In principe kan je dat bij de jaarlijkse terugblik wel zien, wat er is gebeurd met dat geld. Hoe dat is uitbesteed, hoe dat is besteed. Maar ik ga de NPO vragen om een tussenfase update van de middelen. Zodat u, nou ja, mevrouw Werner, inzicht krijgt in deze middelen. Even kijken, geen lokale omroepen niet onnodig. Oh ja, lokale omroepen niet onnodig concurreren als ze investeren online. Lokale omroepen, even in een notendop. Nou ja, voorzitter, eigenlijk mogen de lokale omroepen zelf weten hoe ze hun of ze online willen investeren of online willen bieden of niet. Daar ga ik niet over. Dat is toch echt inhoudelijk. Dus in dit opzicht, ja. Dat ze zijn vrij daarin. En dan heb ik nog een vraag. Wanneer worden we geïnformeerd over vervolg Ongehoord Nederland? Oh ja, dat is van meneer Van Baarle. Even kijken. Ja goed, ik ga dit nu vragen. Het gaat over de commissariaat voor de media en het onderzoek. Ik ga dit vragen en zodra er informatie hierover is, informeer ik u hierover. Maar ik kan u niet zeggen, ja, binnen een week of binnen een maand of binnen een jaar. Dus dat... die toezegging kan ik niet doen, maar wel dat ik u informeer als er ontwikkelingen en nieuws is. Actieplan persveilig. Even kijken hoor. Oh, dat is meneer Van Strien. Heeft dat gevraagd. We missen... Oké, dat ging over minister Dijkgraaf. En dat... ik zou zeggen, voorzitter, laten we dat gewoon in het debat bespreken. Er komt een debat over persveiligheid en als er onderdelen worden gemist, volgens mij staat er wel het een en ander daarover in de brief. Daar zou ik dus nog goed naar willen kijken, of vragen of men naar wil kijken. En tijdens het debat kunnen we het erover hebben. Ik zou nu niet weer een nieuwe brief daarover schrijven. Dan is er een vraag van mevrouw Werner. Is het niet gek dat omroepen hun eigen middelen niet vrij kunnen inzetten? Zo zijn de rollen bedeeld. In de wet staat namelijk dat alle middelen in de programmering... dus in de mediawet staat dat alle middelen in de programmering... hoe dat gaat met die programmering en NPO coördineert dat. Dat staat in de mediawet, staat dat alle middelen... dus ook uit verenigingsgelden aan de programmering besteed moeten worden. En dat staat in de mediawet. En de omroepen zelf kunnen dat niet zelf zo besteden. En NPO coördineert dat. Dat is eigenlijk in de notendop hoe het is geregeld. We hebben geen interrupties meer, aangezien er om 2:00 de volgende vergadering begint. En gelukkig krijgen we nog een 2-minuten debat. Nee, maar dit is toch heel raar? Ik bedoel, Heel raar. Nee, maar er zijn 4 of 5 mensen die nog een vraag willen stellen. En op het moment dat ik nu aan één iemand ga toestellen om een vraag te stellen, dan heb ik geen enkele reden om dat niet aan 4 of 5 anderen toe te staan. Er staan straks gasten te wachten voor een ronde tafel hier. En op het moment dat u een langer debat wilt, dan hadden we een langer debat moeten reserveren. Nee, maar als je dus in de eerste termijn vragen stelt, waar op tweede termijn op teruggekomen mag worden, mag je niet meer nog een reden. Nee, dat klopt. Heel gek. Daar is een 2-minuten debat voor. Ja, dat is mij ook overkomen. Hè? Dus ik kan niet mooier maken dan dit. Er worden toezeggingen gedaan, die worden nu ingetrokken door de staatssecretaris. En daar mogen we niet op reageren. Dan moeten we een 2-minuten debat. Dit is wel echt bizar. U mag er in een 2-minuten debat op terugkomen. Dat is de afronding van een commissiedebat. Het is gebruikelijk dat je dan ook gewoon nog vragen mag stellen als er antwoorden gegeven die niet in lijn zijn met wat er eerder werd toegezegd. Dat lijkt me toch vrij logisch onderdeel van het debat. En daarom is er een afronding van het debat. Een plenaire afronding van het debat. De staatssecretaris vervolgt haar betaal. Dan zijn we netjes op tijd klaar. er komt nog een 2-minuten debat. Ik snap alle consternatie, maar dat is wel hoe wij het afgesproken hebben met z'n allen. Ik heb hier een aantal toezeggingen. Namelijk, als eerste, er is een 2-minuten debat aangevraagd met als eerste spreker de heer Mohandis. Dat zal plaatsvinden kort na het zomerreces. Tevens ontvangen wij kort na het zomerreces een brief in zaken het specifieke takenpakket van het onafhankelijk adviescollege en de wijze waarop de Kamer gedurende dit traject wordt geïnformeerd.
Wij ontvangen in november, dan wel december, de beleidsdoorlichting op het mediaartikel in de OCMW-begroting. In de mediabegrotingsbrief wordt onder andere aandacht besteed aan audiodescriptie, een beleidsreactie op het rapport van Dialogic Prominentie in Beeld in zaken de vindbaarheid van regionale zenders, de samenwerkingsagenda rond NL Ziet en NPO Start en On Demand. De Kamer ontvangt een brief met de stand van zaken van beleid rond lokale omroepen, de lopende pilots, subsidies en de samenwerkingsvormen en het wel of niet online content maken. En als laatste, de Kamer ontvangt kort na het zomerreces het wetsvoorstel met de uitwerking van de investeringsverplichting in Nederlandse content door buitenlandse streamingsdiensten. En dan mis ik er nog één, hoor ik. Nee. Mevrouw Werner. Ja, voor het eerst dat ik dit ga proberen, hoor. Maar mag ik een punt van orde even? Is het dan niet raar, omdat het een beetje een onbevredigend einde is, dat we 2 minuten debat toch voor de zomer plaats laten vinden? Wacht even. Er mag altijd een punt van orde gemaakt worden, dat is mooi. Maar niet omdat er een debat een onbevredigend einde heeft. Dat is niet echt. Het reglement van orde voorziet niet in onbevredigende eindes van debatten en wat we daarmee moeten doen. En de afspraak is gemaakt dat wanneer er nog een 2 minuten debat voor het reces moet plaatsvinden, dat via een vooraankondiging gedaan moet worden. Dat is niet gedaan. Dat betekent dat, iedereen kan alles omkeren met extra regelingen aanvragen en dat soort dingen. Op het moment dat een meerderheid een extra regeling wil, dan komt er een extra regeling. Maar in principe is de afspraak dat het 2 minuten debat pas alleen voor de zomer plaatsvindt als daar een vooraankondiging voor gedaan is. De heer Van Strien. Ik heb niets gehoord over de brief die ze nog zou komen over lokaal. Dus de uitwerking in de verschillende initiatieven, heb ik dat gemist? Heeft u dat wel gezegd? De samenwerkingsvormen. De samenwerkingsvormen, dan betreft het onder andere de samenwerking lokaal, regionale streekomroepen. En ook alle pilots en wat er met de 120 gebeurt, et cetera. Zeker. Et cetera. Okay. Ja. En daarin zou de staatssecretaris ook meenemen dat punt van die concurrentie. Dat heeft ze net op het laatste moment even afgedaan, maar dat zou ze ook in deze brief meenemen. Ja, het wel niet online content maken. Dat had ik dus daarna geïnterpreteerd als het daar verder op ingaan. Zeker. Dus die komt terug in de brief. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Ik miste op de toezeggingenlijst het feit dat de staatssecretaris het commissariaat voor de media gaat verzoeken een onderzoek in te lassen en dat we ook nog geïnformeerd worden. Onderzoek naar ONL. Ze heeft gezegd dat ze dat gaat doen. Ze heeft formeel niet een brief toegezegd daarover. Ze heeft gezegd, ik ga eerst informeren. Maar de toezegging zoals die gedaan is staat, maar hij valt niet onder het formele toezeggingen. Lijstje, omdat er dan altijd standaard een brief aangekoppeld moet zijn. Ik zal u de precieze details niet mee vermoeien. Eenmaal, andermaal, dan sluit ik bij deze de vergadering.